ook de leden. En ik zie al een aantal mensen op de publieke tribune. Ook welkom. Vandaag gaan we de eerste termijn van de Kamer doen. We hebben een volle sprekerslijst met ook vrij uitgebreide spreektijden. Dus het belooft een mooie dag te worden, al was het maar omdat bij het afscheid mevrouw Tellege heeft gezegd dat dit de leukste commissie is van de Kamer. Dus ik kijk uit naar deze dag met grote nieuwsgierigheid. Dus ik hoop dat we daaraan kunnen voldoen. Ik laat ook alvast even weten dat u de gelegenheid krijgt om 8 vragen of opmerkingen naar elkaar te plaatsen in deze termijn. Dat geldt ook morgen weer, maar dan zal ik het nog een keer herhalen. Maar 8 keer kunt u naar de interruptiemicrofoon komen vandaag. En ik koers op een lunch, ook dat in het kader van de verwachtingmanagement. Dat stellen mensen ook vaak op prijs, rond een uurtje of 1. En dat heeft er allemaal mee te maken dat er ook nog een 2-minuten debat is. En daarna gaan wij dan na de lunch weer verder met dit debat. Dus dat is misschien goed in het kader van de verwachtingenmanagement. Maar dat allemaal gezegd hebbende, heb ik nog 1 huishoudelijke mededeling. En dat is dat er een wijziging is in de sprekerslijst. Het CDA zal spreken na de VVD. En dat is afgestemd met de sprekers daarvoor wegens een dringende andere verplichting. Dus dat gaan we al dus doen. En dan zie ik al dat de eerste spreker al voortvarend klaarstaat. Kijk, daar houden we van. En dat is de heer Beertema van de PVV. De heer Beertema. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het gaat niet goed met het onderwijs, al sinds Rutte 2 niet. Het frustrerende is dat de Kamer en de ministers alle instrumenten om te sturen in de loop van de jaren hebben weggegeven aan de werkgeverkoepels. En door de lump sum financiering in te voeren zijn de bestuurders alles bepalend geworden. De ministers en wij gaan eigenlijk nergens meer over, voorzitter. Bij het debat over de begrotingsstaten van vorige week werd dat pijnlijk duidelijk. Er stond wat ophef nadat collega Westerveld van GroenLinks een motie indiende waarin de regering werd verzocht om iets te doen aan het aantal vaste dienstverbanden. De rapporteurs van VVD en CDA gaven aan dat het beleid niet goed kan worden gevolgd en geëvalueerd door de Tweede Kamer. Maar die motie van Westerveld wilde er nou juist voor zorgen dat wij als Kamer meer grip krijgen op een prangend probleem, de groei van het aantal tijdelijke aanstellingen. De rapporteurs reageerden verbolgen op deze redelijke motie, die ons als Kamer en de minister wat meer regie zou geven. Die werd zelfs afgedaan als kroegpraat. Maar wat is er nou aan de hand? Iedereen is het erover eens dat er iets gedaan moet worden aan de toename van de tijdelijke contracten, omdat die het lerarentekort in de hand werken. Iedereen zou het er ook over eens moeten zijn dat dit probleem in het grote schema der dingen een miniem punt is, een bijzaak, die op een achternamiddag opgelost zou moeten kunnen worden. Maar nee, voorzitter, als de rapporteurs van CDA en VVD zeggen dat we de ministers hiermee niet mogen lastigvallen, omdat we ze dan op pad sturen met een onmogelijke opdracht, dan hebben ze gelijk. Want we zijn tandenloos en machteloos. Nou, zoiets als dit werkt in de hand dat mensen spreken van een nepparlement. Waarom? Omdat we als parlement niet eens de mogelijkheid hebben om hier sturend op te treden, moeten we uitwijken naar absurde maatregelen zoals onbevoegde voor de klas of het toestaan van 4-daagse lesweken. Er zijn namelijk geen leraren te vinden die er genoegen mee nemen om van het ene tijdelijke contract naar het volgende te zwerven en dus geen huis kunnen kopen, geen toekomst kunnen bouwen. Graag een reflectie van de minister. Deelt hij onze mening dat minister en Kamer zichzelf te veel regie ontnomen hebben, dat dat fnuikend is in deze tijd van onderwijscrisis en ziet hij de noodzaak van een onderzoek naar ingrepen in het bestuursmodel waarbij ook de lump sum financiering kritisch wordt bekeken? Voorzitter, een van de speerpunten van het onderwijsbeleid is kansenongelijkheid, de bestrijding daarvan. Maar juist het lerarentekort zorgt ervoor dat die alleen maar groter wordt. Juist de kwetsbare leerlingen zitten op de scholen die onevenredig hard geraakt worden door het lerarentekort. Daar staan die onbevoegde leraren voor de klas. Daar moet men overgaan op 4-daagse lesweken. De massa-immigratie, die volledig uit de hand is gelopen, heeft tot gevolg dat een stad als Den Haag er maandelijks maar liefst 4 volledige klassen bij krijgt. Dat is een onhoudbare situatie. Wij pleiten dan ook voor een asielstop. Is de minister het met ons eens dat een asielstop eraan zou bijdragen ons onderwijs in rustiger vaarwater te krijgen? En is de minister bereid om dit aspect op de agenda van de ministerraad te brengen? Graag een reactie. Voorzitter, 24% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is functioneel analfabeet. Nou, ik schaam me voor dat gegeven. Een eerste wereldland dat een kwart van zijn leerlingen niet kan leren lezen, dat gegeven mag niet gaan wennen, voorzitter. Het is een schande, een nationale schande, dat we een kwart van onze kinderen sociaal gehandicapt de samenleving insturen. Minister Wiersma heeft er een speerpunt van gemaakt om die basisvaardigheden weer in het centrum van de aandacht te krijgen. Dat doet hij goed.
Goed lezen, schrijven en rekenen, dat bevordert kansenongelijkheid als niets anders. Dat emancipeert, dat verheft zoveel meer dan wat dan ook. En ik wens u, minister, succes met dit beleid, dat moet slagen. Ik wens hem ook wijsheid met het tegenstribbelen wat we nu zien vanuit de VO-raad, die notabene de achteruitgang van leesvaardigheid jarenlang heeft gedoogd en zelfs in de hand heeft gewerkt. Maar intussen zitten we wel met een generatie leerlingen waarvan 24% te laag scoort. De meeste daarvan komen in het mbo terecht. Om in ieder geval een deel van onze schuld in te lossen, zouden we alle eerstejaarsstudenten in het mbo moeten monitoren op leesvaardigheid en alle studenten die ondermaat scoren een verplicht inhaalprogramma moeten aanbieden, zodat alle mbo's de opleiding verlaten met minimaal niveau 2F. Voelt u, minister, ervoor om op deze manier bij te dragen aan iets wat de kansenongelijkheid van deze studenten daadwerkelijk vergroot? Voorzitter, we zouden ook graag aan de aantrekkelijkheid van het VMBO en het MBO werken. Daarom deze aanbeveling aan de regering. Ga onderzoeken hoe in de eindtoets in het basisonderwijs praktische competenties, de rechterhandjes noem ik ze maar, geïmplementeerd kunnen worden. Dan worden naast de theoretische op een heel positieve manier ook de praktische competenties meegenomen en meegebogen. Nou, hier knapt het mbo meer van op dan van symbolische, semantische ingrepen in de taalkundige aanduidingen lager en hoger opgeleid. Bovendien kunnen we met een positieve herwaardering van technische vaardigheden iets doen aan de doorgeslagen havoïsering, zoals ik het noem. Graag een reactie. Voorzitter, in het verlengde daarvan het volgende. Als iets de aantrekkelijkheid van het mbo kan versterken, is het wel aandacht voor vakmanschap. Nou, al sinds ik hier in 2010 aantrad, heb ik gepleit voor het herstel van het ambachtsonderwijs. Met collega's zijn we zelfs naar Oostenrijk afgereisd, omdat we wilden weten waarom juist dat land zo succesvol was op de Euroskills. Het bleek te gaan om kleinschalige overdracht van kennis en kunde van meester naar gezel. In Nederland hebben we ook een paar van dat soort projecten. Eén daarvan, de Ambachtsacademie, levert vakmensen waar grote tekorten aan zijn. Rietdekkers, pianostemmers, glazeniers. Nou, en uitgerekend van deze ambachtsschool wordt de bekostiging stopgezet. Dat kan dus echt niet, voorzitter. Ik begrijp dat andere partijen hier ook zorgen over hebben. En ik nodig minister uit om hoe dan ook deze academie structureel te bekostigen en daarmee het bestaan veilig te stellen. Voorzitter, het giftige woke-gedachtegoed heeft het onderwijs in zijn geheel in een ijzeren greep. Het identiteitsdenken zet leerlingen, studenten en docenten tegen elkaar op. Het ontwricht de samenleving en het zorgt voor een verdeling gebaseerd op kleur, afkomst en seksuele voorkeur. Het lijkt er sterk op zelfs dat het kerngezin, vader, moeder en kinderen, de basis van de rijke westerse cultuur die zoveel beschaving, technische vooruitgang, welvaart en welzijn bracht, per se kapot moet. Dat die vervangen moet worden door talloze alternatieven, door verwardheid over gender en seksualiteit, door onrust en verdeeldheid. Zelfs in het basisonderwijs wordt de genderideologie ingebracht. Biologische wetmatigheden worden ontkend. Kinderen worden blootgesteld aan de LHBTI+ agenda die uiteindelijk over seks gaat. Kinderen wordt geleerd dat gender en seksen inwisselbaar zijn en dat gender een eigen keuze is. Voorzitter, wij zeggen, laat de kinderen met rust. Laat het aan de ouders, het onderwijs, de overheid heeft hier geen rol. De overheid moet kinderen leren lezen, moet ze leren hoe te denken in plaats van wat te denken. Mijn vraag aan de minister is, op basis van welk democratisch besluit wordt deze agenda nou eigenlijk uitgerold? Zijn er afspraken gemaakt met de VN, met de EU? Ik kan me niet herinneren dat wij er hierover hebben gestemd dat leraren change agents zouden moeten worden. Maar waar komen ze dan vandaan, die change agents? Kan de minister ons een definitie geven daarvan? Wat doen change agents eigenlijk in het onderwijs? En waarom moeten kinderen les krijgen over een door activisten gedreven minderheidsagenda? Graag een reactie, voorzitter. Voor uw betoog vervolgt. U heeft een interruptie van de heer Van Menen namens D66. De heer Van Menen. Ja, voorzitter. Ik had met de heer Beertema, ook oud-docent, net als ik, afgesproken dat hij een voorbeeld zou geven van een stroopopredenering. En dan konden we daar naar de kijkers thuis even uitleggen wat dat was. Dat is namelijk dat je gaat stellen dat iets zo is. En dat je zegt, oh, er is een enorme agenda. Wij, blanke mannen, we zijn in de minderheid. We worden belaagd aan alle kanten, et cetera, et cetera. En als je dat dan als uitgangspunt neemt, dan kan je dat vervolgens gaan bestrijden. Nou, dat, lieve mensen thuis, dat is nou een stroopopredenering. Want, nou, ik weet niet wanneer de heer Beertema voor het laatst in een klaslokaal in het basisonderwijs geweest is. Ik afgelopen vrijdag nog.
Het klopt gewoon niet, het verhaal. Dat is één. Dat is geen vraag aan de heer Beertema, dat is gewoon een feit. Maar ik mag maar wel op reageren. Ja, ik geef u zo de gelegenheid. Ik wacht even op de vraag. Maar ik heb ook wel een vraag over. Want de laatste keer dat ik kijk, heette de partij die de heer Beertema vertegenwoordigt, de Partij voor de Vrijheid. Wat zou daar nou op tegen zijn, vraag ik aan de heer Beertema, om mensen gewoon zichtbaar zichzelf te laten zijn? Of is dat ook alleen voorbehouden aan mensen zoals u en ik, vraag ik de heer Beertema. De heer Beertema. Ja, voorzitter, meneer Van Meenen zegt altijd zo verschrikkelijk veel tegelijk. Hij begint altijd zijn vragen met inleidingen waar dan niet op gereageerd kan worden. Alles wat u in uw inleiding zegt, heb ik niet gezegd. Ik heb het gewoon niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat er een... Dat kunt u ook niet ontkennen, meneer Van Meenen, zeg ik via de voorzitter, dat de transitieklinieken wachtlijsten hebben tegenwoordig. Dat er enorme verwardheid is onder kinderen, jonge kinderen, over hun seksuele identiteit. Dat heel veel kinderen inderdaad, zoals ik zeg, denken dat gender en seks hetzelfde is. Voorzitter, dat komt ergens vandaan. Die kinderen die lezen dat niet in de Donald Duck of zo, die krijgen dat vanuit hun school, waarvan de leraren vaak toch overmatig links aangehoogd zijn, zal ik maar zeggen. Daar krijgen ze dat te horen. Op die scholen wordt geïndoctrineerd. U kunt mij niet wijsmaken, meneer Van Meenen, zeg ik via de voorzitter, dat die tienduizenden klimaatsoldaatjes in de tijd op het Malieveld, die daar aan het protesteren waren en buitengewoon depressief waren, omdat een groot deel daarvan zeker wist dat toen over 12 jaar de aarde niet meer bewoonbaar was, dat die dat ergens oppikken. Ik heb het aan ze gevraagd. Dat vertelt onze meester, meneer, zeiden ze tegen me. We horen dat in het journaal. Die kinderen waren depressief. De scholen zijn de uitrollers van deze agenda, van de klimaatagenda, van de genderagenda. En ik vind dat een probleem. Niet alleen ik, de overgrote meerderheid van de ouders in Nederland vinden dat een probleem. Die willen niet dat hun kinderen aan dit soort dingen worden blootgesteld. Uiteindelijk gaat het allemaal over seks. Iedereen moet weten, zelf weten wat hij wil. Iedereen moet zijn seksuele identiteit kunnen beleven in alle vrijheid. Wij zijn de eerste partij geweest die voortdurend gewezen hebben op dat lastigvallen, op het intimideren, op het geweld tegen homo's in de grote steden, waar ze niet meer hand in hand kunnen lopen. De partijen aan uw kant, zeg maar, die verduisteren allerlei rapporten waaruit blijkt dat het over het algemeen Marokkanen zijn die dat doen. Dat mag dan weer niet gezegd worden. Maar u geeft wel al die blanke mensen de schuld van een benepen cultuur waarin transgenders enzovoort niet zichzelf zouden kunnen zijn. Ze kunnen zichzelf zijn. Dank u wel. Totaal, helemaal. Er wordt ze niets in de weg gelegd. En zeker niet door ons, voorzitter. Dank u wel, de heer Van Meenen. Ik wil u beide vragen om zowel de interrupties iets korter te houden en ook de antwoorden. Anders wordt het nog een lange middag. Voorzitter, mijn interruptie was buitengewoon kort. Zeker voor mijn doen, kan ik u zeggen. Ik hoorde ze al lachen, dus dat neem ik wel aan. Het antwoord van de heer Beertema was verrassend lang. En dat betekent meestal dat hij niet goed weet wat er aan de hand is. Maar de kern hier is dat er maar één verward iemand is. En dat zijn niet die kinderen. Nee, die kinderen die begrijpen heel goed dat hun toekomst van hen is. Veel meer dan dat die van de heer Beertema en van mij is. En die toekomst staat gewoon op het spel. En dat daar aandacht voor is, dat is goed. En dat is juist goed dat die kinderen daar aandacht voor hebben. Maar mijn punt is, de heer Beertema en zijn partij, die gunnen vrijheid alleen maar aan degene die net zo zijn als zij. En dat beeld van dat heel Nederland niet zou willen dat kinderen en jongeren en ouderen hun eigen keuzes maken, echte vrijheid hebben, dat beeld wil de heer Beertema hier schetsen, maar dat beeld klopt niet. Er is maar één partij hier die de vrijheid van mensen in eigen keuzes in de weg staat, en dat is de PVV. Is geen vraag, is een feit.
Voorzitter, ik vind dat een infame beschuldiging. Ik vind het een beetje jammer dat meneer Vermeulen van D66 dat nu doet. In zijn laatste begroting die we hier hebben. We hebben hier altijd heel veel plezier gehad met de 10 begrotingen die we samen gehad hebben. Maar dit soort beschuldigingen, daaruit blijkt dat zelfs meneer Vermeulen totaal geradicaliseerd is in die benauwde D66-omgeving. Waarin iedereen die het niet met ze eens is, tot fascist wordt bestempeld, tot racist wordt bestempeld. Tot fnuikers van de vrijheid. Ik vind het werkelijk schandalig, voorzitter. Ik heb er geen andere woorden voor. Om even af te sluiten dit punt. De seksuele identiteit van iedereen moet in alle vrijheid beleefd kunnen worden. Wij hebben er altijd voor gestaan. U wil niet weten hoeveel mensen met een niet-standaard seksuele identiteit juist naar de PVV toetrekken, omdat wij staan voor de bescherming van die mensen als het gaat om de openbare orde enzovoort. Er is notabene een belangenvereniging, de Roze Leeuw, die ik aan de minister heb aanbevolen. En nou ja, de vorige minister is er dan inderdaad even mee in gesprek geweest. Maar dat zijn de holibies, de homo's, de lesbische meiden, de biseksuelen, die op een hele andere manier in die agenda zitten. Die hoeven niet allerlei radicale activisten in de hand te nemen om hun agenda te bepleiten. Ze hebben geen agenda. Ze leven gewoon hun leven. Ze beleven hun seksuele identiteit. Dank u wel, meneer Beertema. In het volle feest van het leven. Punt helder. Maar ik wil het toch even duidelijk maken. Ik laat me niet zeggen door D66 dat wij de partij zijn die de vrijheid fnuiken. Kom op, zeg. Vervolgt u betoog. Ik ga u wel missen, meneer Vermeulen, maar dit zijn een beetje van die uitgeleiders. Oké, voorzitter, als het gaat om de cancelcultuur in het hoger onderwijs, heb ik bij de vorige minister, ook van D66, in een motie verzocht om een ombudsman aan te stellen en een meldpunt in te richten ten behoeve van universiteitsdocenten die zich beperkt voelden, gebreideld voelden zelfs, door woke studenten en collega's en PVV-haters. De minister zei toen, en ik citeer, volgens mij zijn die meldpunten niet de oplossing voor een vraagstuk dat er zou zijn omtrent academische vrijheid, einde citaat. Let op die formulering zou zijn. Toen ging het mij om de academici die werden geïntimideerd en geschoffeerd omdat ze zich verzetten tegen de woke-cultuur. Een jonge dokter in Leiden werd pas nog bijna slachtoffer van een intellectuele lynchmob, waarin op hysterische wijze werd geëist dat haar doktersbul werd afgepakt. We hebben het er hierover gehad toen. Dat meldpunt werd toen ontraden. De minister voert nu ongevraagd mijn motie uit 2018 uit. Nou, ik dank hem daar hartelijk voor. Het kan raar lopen, zeg ik dan maar. Ik heb er wel een vraag over. Kunnen ook de studenten, de alumni, medewerkers en hoogleraren over wie ik zojuist sprak bij dit meldpunt terecht, wanneer ze zich op welke wijze dan ook belemmerd voelen in hun academische vrijheid en de uitoefening van het vrije woord? Ten slotte, voorzitter, is de fractie van de PVV buitengewoon kritisch op de staatsbemoeienis die de minister ontplooit als het gaat om wetenschapscommunicatie. Elke partij die vrijheid en democratie in het vaandel voert, meneer Vermeulen, zou hiervan moeten gruwelen. De staat heeft namelijk net zo weinig zeggenschap over de wetenschap als de inquisitie dat ooit had. Of de CCCP, of een minister van propaganda van damals. Deze staatsbemoeienis verontrust ons des te meer omdat deze minister handelt namens een partij die niet alleen de wetenschappelijke feiten wil monopoliseren, maar ook een tv-omroep die hem niet bevalt wil verbieden en zelfs een oppositiepartij die in de weg loopt zou willen verbieden. Is die minister het met me eens dat hij zijn rol van onafhankelijke wetenschapper heeft ingeruild voor die van hoogste uitvoerder van de staat? Hij is de staat. Daar zit de staat. En hij moet alle tijden wegblijven van welk ingrijpen in de wetenschap dan ook. Ook als het goed bedoeld zou zijn. De wetenschap redt zichzelf wel. Maar alleen in vrijheid, in alle vrijheid. Dat is de kern van wetenschap. En tot zover, voorzitter. Ook daar graag een reactie op. Dank u wel voor uw spreekgestoelte. Verlaat, heeft u nog een interruptie van de heer Van Meenen, D66. De heer Van Meenen. Ja, dat is diezelfde vrijheid die ooit leidde tot meldpunten, maar dat even terzijde. Dit is een meldpunt. Meldpunt. Nee, mijn vraag aan de heer Beertema is de volgende. Is hij het met mij eens dat wetenschapscommunicatie, het faciliteren daarvan, het faciliteren van wetenschappers, ja, die zelf de gelegenheid krijgen om hun inzichten te delen met elkaar, maar ook vooral met deze samenleving, dat dat een goed ding is en dat wij als overheid dat kunnen faciliteren en dat dat iets heel anders is dan dat je eigen opvattingen laat communiceren. Dat zijn toch twee volkomen gescheiden dingen die hier de heer Beertema eventjes op één hoop gooit.
En wat de minister doet, is het faciliteren van wetenschapscommunicatie. Zonder dat hij zich er zelf mee bemoeit. Dat kan hij overigens zelf ook prima zeggen. Maar ik wil het hier maar vast gezegd hebben. Is de heer Beertema dat met me eens? Voorzitter, in de toelichting en in de folder zeg maar, van dit instituut... daar spreekt de minister over, over de wetenschappelijke feiten. Dan word ik al heel erg angstig. Dat ik is heb bekend. Ik heb het in de tijd tegen de minister heb ik het geprobeerd uit te leggen... door bijvoorbeeld de uitvinder van de lobotomie aan te halen. Deze neuroloog was het, meen ik, die heeft in de tijd de Nobelprijs gekregen. Ik zei toen tegen de minister, toen zei iedereen, ja, the science is settled. Lobotomie. Ik denk aan Softanon. Ik denk aan andere grote uitgeleiders in de wetenschap. The science was settled toen. The science is nooit settled, heb ik de minister willen meegeven. En ik vind het, nou ja... een beetje onbescheiden misschien van mezelf dat ik als leraartje de toenmalige hoogleraar moet tot orde moet roepen. Maar ik doe het toch maar. Ik vind het niet kunnen dat een overheid zich hiermee gaat bemoeien. Wetenschapsjournalistiek namelijk wordt beheerd door wetenschapsjournalisten. In alle vrijheid. Die hoeven geen verantwoording af te leggen. Aan mij, niet aan u en zeker niet aan de minister. Zo is het nou eenmaal. Zo werkt dat in de wetenschap. We hebben peer reviews, we hebben de wetenschappelijke methode. We hebben enorme gerenommeerde bladen die zich bezighouden met wetenschap. Nationaal, internationaal. De minister blijft er op afstand van. Want hij is de staat. De staat heeft daar niets te zoeken. En dus als u het daar niet mee eens bent, dan is dat voor mij reden te meer om te bedenken dat u toch te ver geradicaliseerd bent in dat bubbeltje van D66. Ik merk al dat u elkaar gaat missen waarschijnlijk. Ja, dat is geheel wederzijds. Maar ik grijp wel de laatste kans om de heer Beertema nog één keer te zeggen hoe het er echt voor staat. Want wellicht krijgt die kans hierna niet meer. Ja, wetenschap is never settled. Ja, heel goed. Ik denk dat de minister dat ook heel goed weet. Maar een paar dingen zijn toch wel settled. Ik neem aan dat de heer Beertema hier niet de zwaartekracht der discussie gaat stellen. Overigens, zou het, als het hem uit zou komen, zou hij het gerust doen. En met de voorbeelden dat er in het verleden wel eens... Ja, voorzitter, dat nieuwe, toch... Hè, wetenschap... Dat is wetenschap, geen manier van wetenschap, de het feit dat er in de wetenschap wel eens iets fout gaat, dat inzichten zich ontwikkelen, is iets anders dan de inzichten die er zijn totaal ontkennen. Zo in de sfeer van, er is geen klimaatprobleem, er is geen coronaprobleem, dit bestaat niet, dat bestaat niet. Kijk, dat is iets anders. En daarmee staat de PVV de communicatie over wetenschap actief in de weg. En ik ben blij dat we een minister hebben die zegt, nee, het is heel erg van belang dat wetenschappers kunnen communiceren. En bovendien, nog veel belangrijker, in veiligheid. Want met al dit soort teksten komt de veiligheid van wetenschappers in gevaar. Niet de teksten van de heer Beertema zozeer, maar er zijn hier andere partijen die er echt geen enkel bot in zien, been in zien, om wetenschappers totaal in de verdachte hoek te zetten. En de heer Beertema werkt daar in zekere zin aan mee. En daarom is het van belang om de wetenschap een stem terug te geven. Er moet teruggesproken gaan worden. De heer Beertema. Voorzitter, een wetenschap die de overheid, de staat nodig heeft om overeind te blijven, die is het niet waard om te overleven. Zo is dat altijd geweest. Vanaf Galilei, zal ik maar zeggen, is dat zo geweest. Ik heb net al gezegd, de Inquisitie had er ook geen zeggenschap in wat de wetenschappelijke feiten waren. En deze minister ook niet en meneer Van Menen ook niet. En voorzitter, ik krijg weer allerlei infame beschuldigingen toegeworpen. Ik werp ze verre van me. Ik draag de wetenschap een buitengewoon warm hart toe. Zelfs zo warm dat ik zeg van nadat we God dood verklaard hebben ooit, hè, in de vorige eeuw, is de wetenschap eigenlijk het laatste ankerpunt geweest wat we hebben. En ik zie dat ook door corruptie in de wetenschap, door de manieren, door allerlei perverse prikkels die er in de wetenschap geslopen zijn. Dat zie ik met leden ogen aan. Maar ik verwacht wel dat de wetenschap dat zelf, en daarom vertrouw ik nog steeds op die wetenschappelijke methode, dat die wetenschap dat zelf tot een goed einde brengt. En niet zoals in de Sovjet-Unie in de tijd, of in Nazi-Duitsland, of weet ik waar, de overheid, de staat nodig heeft om te bepalen wat de feiten zijn en die zogenaamde feiten te beschermen. Het kan niet. De staat
moet bescheiden zijn. En de D66-staat is dat niet. Die is alles overheersend, dat dreigt. En dat vind ik een groot angstbeeld, voorzitter. Dank u wel, meneer Beertema, namens de PVV. Dan is het woord aan de volgende spreker van de zijde van de Kamer. Dat is in dit geval een spreekster, dat is mevrouw Van de Woude namens de VVD. Voorzitter, Nederland heeft te maken met grote maatschappelijke uitdagingen die alleen maar groter worden. De energietransitie, de landbouwtransitie, de overgang naar een digitale samenleving, vergrijzing, pandemieën. We moeten als het gaat om onderzoek en onderwijs doen wat nodig is. Doen wat het land nodig heeft en wat de beste toekomstkansen biedt voor studenten. Maar dat doen we nog niet. Als er nu iets duidelijk is, is het huidige en toekomstige tekort aan opgeleiden in verschillende sectoren die belangrijk zijn voor de grote transities. Terwijl we bepaald geen gebrek hebben aan studenten. Waarschuwing op waarschuwing horen we dat onze ambities gierend vastlopen als we de deskundigen en vakmensen niet hebben om ze uit te voeren. Op alle niveaus, mbo, hbo, wo. In Rotterdam, thuisbasis voor een van de grootste havens ter wereld waar grote kansen liggen voor innovatie en duurzaamheid, schijnt de helft van de hbo'ers economie te studeren. En op het mbo kiest men liever voor administratie dan voor techniek. En waar er wel belangstelling is voor de meest innovatieve en kansrijke toekomststudies, confronteren we kandidaten vaak met een dichte deur, de numerus fixus. Wat moeten we dan beter doen? We kunnen natuurlijk de pijplijn beter vullen. Er kan meer gedaan worden om jongeren richting techniek te verleiden. En daar bent u, zijn de ministers ook mee bezig, maar dat is niet genoeg. Want onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt en samenleving, nu en op de lange termijn, dat vergt heldere keuzes. Al jaren wordt door diverse experts aan het ministerie van OCW geadviseerd om duidelijke keuzes te maken als het gaat om wat wij doen, inhoudelijk. Maar het probleem is dat wij niet kiezen, al jaren niet. Er is nog geen sprake van een landelijke inhoudelijke strategie op de toekomst. En huidige studentenaantallen zijn vaak leidend voor de bekostiging van universiteiten en hbo, onderwijs, maar ook onderzoek. Wat krijg je dan? Opleidingen die niet meer willen groeien kunnen niet stoppen. En opleidingen die wel willen groeien, die kunnen het niet. En met landen om ons heen die wel duidelijke keuzes maken, zoals China op onze hielen, is dit model gewoon niet langer houdbaar. Als je tenminste een land wil zijn dat de uitdagingen aan kan met zo min mogelijk afhankelijkheden. Een voorbeeld, recent was ik op het Erasmus MC en overtuigend lieten ze mij zien wat zij als vier grote uitdagingen voor de zorg zien. Klimaatverandering, vergrijzing, luchtverontreiniging en pandemieën. Hartstikke helder. En daarom vind ik het ook zo goed om bij het maken van die keuzes dit soort clubs te betrekken. Daar kom ik zo op terug. En ze spraken overigens ook van een dramatisch tekort aan tandartsen en vertelden dat het capaciteitsorgaan al sinds 2010 aangeeft dat er meer tandartsen moeten komen. Ik wilde hier langer over doorgaan, maar ik begreep uit een brief gisteren dat de minister ermee aan de slag gaat. Daar rekenen wij op natuurlijk. Wat verlangen wij, dit alles gezegd hebben, van de toekomstverkenning van de minister die hij aan nu aan het maken is of gaat? Allereerst dat er een scherpe blik op de toekomst in staat, met keuzes voor belangrijke nationale missies waarop we kennis willen opbouwen en mensen willen opleiden. Dus laat wat Nederland nodig heeft op de lange termijn leidend zijn en niet wat instellingen en faculteiten in hun huidige vorm en omvang nodig hebben. Het is daarom essentieel dat we kiezen en concreet vragen wij dus dat de minister binnen deze kabinetsperiode echt met een blauwdruk voor het stelsel komt met die keuzes erin, opgeleid langs die missies. En dat werkgevers, TO2-instellingen zoals TNO, Erasmus, medische centra zoals het Erasmus, wat ik net noemde, het ministerie van EZK, dat die stakeholders vanaf het begin betrokken zijn bij die toekomstverkenning. En dat dus een onafhankelijke blik ook meeloopt. Graag een reactie van de minister hierop, want uit zijn meest recente brief begreep ik dat hij eerst met het onderwijs gaat praten en later pas andere partijen betrekt. En dat vind ik riskant. Dat we aangezien we onszelf constant vergelijken met het buitenland en we in willen zetten op impact en valorisatie, dat we ook eens vergelijken wat we investeren. Mijn voorstel is dat de minister voor de zomer van 2023 en voor het uitbrengen van de nationale technologiestrategie die in de maak gaat, een internationale vergelijking op OESO-niveau maakt van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, beta, gamma en technisch-medische wetenschap en de Nederlandse positie daarin. En dat we dan meteen een antwoord formuleren in die toekomstverkenning wat die verdeling dan zou moeten zijn als die niet de gewenste blijkt te zijn.
En dat we ook in de toekomstverkenning meenemen hoe we instellingen beter kunnen ondersteunen op valorisatie. Want we hebben 3 taken gegeven aan de universiteiten en de hogescholen, maar ze worden maar voor 2 betaald. Ik kan de minister de stroom zo inrichten dat de valorisatie daar zijn eigen aandeel in heeft. Of maatschappelijke kennisbenutting, dat zo mag u het natuurlijk ook noemen. Verder zouden wij graag willen dat er iets in staat over het stimuleren van samenwerking door meer te financieren op inhoudelijke resultaten, de thema's die ik net noemde, en te sturen op capaciteit. En mbo, hbo, wo-instellingen kunnen zich dan samen profileren op die thema's, op onderwijs en onderzoek. En dan zou het niet meer rendabel moeten zijn op die manier om duizenden communicatiedeskundigen op te leiden en elkaar daar ook nog op te beconcurreren. En meer ruimte moet er dan komen voor studies waar we tekorten verwachten. Kan de minister uiteenzetten in die toekomstverkenning hoe die bekostiging eruit moet zien? Bijvoorbeeld op missies of capaciteit of allebei. Ik denk dat de minister zich hierin kan vinden, want dat lijkt op zijn verhaal van de waaier. Maar graag een reactie daarop. En daarbij moet het mogelijk zijn dat een universiteit extra ruimte krijgt om te groeien, als dat inhoudelijk logisch is. Dus hoe wil de minister omgaan met alle ambities die er nu liggen? Zoals de multicampus van Delft, Brainport, Eindhoven, grote wensen in Twente, in de polder. Je ziet daar gigantisch mooie kansen liggen, maar dat vraagt gewoon meer dan wat wij nu hebben ingericht. En hoe wil de minister daarmee omgaan? Bij sturen op capaciteit moet internationaliseringsbeleid aansluiten. Wij willen een talentstrategie en ook een internationale talentstrategie. We willen slimme internationalisering en geen onbeheerste. En zeker zolang we de benodigde mensen zelf onvoldoende opleiden, blijft buitenlands talent nodig. Onderzoekstrajecten aan meerdere universiteiten die ons land dienen en die echt geweldig zijn, die zouden tot stilstand komen als we ons afkeren van internationalisering. Maar in welke domeinen willen we ze hebben? Een opleiding die nu al weinig doelmatig is, hoeft niet ook nog eens aangevuld te worden met internationale bachelors. Zeker als ze na de studie meteen weer weggaan. En ik kom hier extra op terug, omdat 1 nieuwsbericht vorige week, of inmiddels 2 weken geleden, over het afvlakken van de groei, iedereen alweer comfort leek te geven en de slaap dreigde te sussen. En zover kunnen we het nog niet laten komen. En wij kregen een brief over de toekomstverkenning. Nou zou die direct na de zomer aanvangen en beginnen met internationalisering. En dan zouden er begin 2023 nieuwe instrumenten liggen om het aan te pakken. En nu lees ik in die brief dat er hoe de aanpak is omschreven en hoe die aanpak dan gaat worden, terwijl ik dacht dat dit allemaal al bezig was. En er staat dat er een brief komt over internationalisering in februari met mogelijke opties die nu onderzocht worden. Dat gaat ons, wij hebben dit wel vaker, dit gaat ons te langzaam, want die opties die kennen we toch al. We zijn hier nu sinds 2018 mee bezig en ik denk dat we op het punt raken welke gaan we kiezen. We hoeven niet alles opnieuw te onderzoeken. Ik begrijp wel dat dit een complex verhaal is en ik heb zeker begrip voor alle complexe afwegingen die de minister moet maken en wil maken. Maar het is onderhand tijd voor een wetsvoorstel en geen brief. De minister houdt nu bijeenkomsten met experts en belanghebbenden, begreep ik, of hij gaat daarmee beginnen. Ik wil de minister zeggen dat de belanghebbende ook de Nederlandse samenleving is en de inwoners van steden als Amsterdam en Delft. En kinderen die nu eindexamen doen dit jaar en volgend jaar een plek zoeken. Kan de minister toezeggen daarom dat hij dit voorjaar een nieuwe wet opstuurt, zodat we die voor de zomer kunnen behandelen, zodat instellingen weten waar ze aan toe zijn? En kan hij daarnaast, of als dat niet lukt, toezeggen dat hij ruimte geeft aan instellingen om voor komend collegejaar, als de nieuwe wetgeving nog niet van kracht kan zijn, dat hij ze bestuurlijke ruimte geeft om zichzelf te helpen, om zo maar even te zeggen. Bijvoorbeeld een inschrijfstop, een stop op de Engelse track van een opleiding en een kwotum voor niet-EER-studenten. Maar het gaat er vooral om dat we instellingen helpen bij wat zij zelf zeggen nodig te hebben. Want zij willen hier aan meewerken. Dan kennisveiligheid. Doen wat nodig is voor de toekomst. Is ook zorgen dat het talent dat we opleiden bijdraagt aan onze welvaart en veiligheid. En niet zozeer vooral die van China. En de minister is bezig met een stevige aanpak. Dat is goed. We zijn het erover eens. Want wij moeten goede afwegingen maken uit oogpunt van veiligheid en het verminderen van ongewenste afhankelijkheden. Recent kwamen we erachter dat Chinese onderzoekers onder contract staan van de communistische partij met allerlei plichten. Dus je dient ons en als je klaar bent ga je terug en dan vertel je ons wat je geleerd hebt. Dit zijn promovenden die ook met heel gevoelige kennis werken, nog steeds, as we speak, met sleuteltechnologieën.
En nogmaals, ik weet dat de minister mee bezig is, maar de implementatie van die aanpak houdt het weglekken van die kennis niet bij. De instellingen zijn bezig met een analyse, een risicoanalyse, en intussen lees ik op een site dat wetenschappers denken dat een risicoanalyse bestaat uit een goed gesprek. En daarom vraag ik me met toenemende zorg af hoe het intussen loopt met de internationale samenwerkingen van instellingen. Want het toetsingskader is er nog niet. Het loket waar zij vragen aan kunnen stellen loopt wel. Dat is er bezig. Hoe loopt dat? Zijn er al negatieve adviezen geweest? Wat wordt daarmee gedaan? Wat doet de minister als een instelling een negatief advies negeert? En wie is dan verantwoordelijk voor het nationale risico dat dan optreedt? Of de schade die het tot gevolg heeft? Heeft de minister dat helder? Daar wil ik het graag over hebben. Ik maak me verder zorgen op basis van geluiden die ik hoor hoe de instellingen hun verplichtingen vormgeven en of ze er mensen voor kunnen aanstellen. En het zou helpen als we zeker wisten dat ze specifiek daar ruimte voor krijgen. Daarom zal ik vandaag een amendement indienen met twee partijen om te zorgen dat we daar zogezegd handen aan het bed krijgen. Omdat het belangrijk is dat dit goed gedaan wordt en serieus. Chinese PhD's die trouw moeten zweren aan een partij, wetenschappers die bedreigd worden, studenten die uit angst voor een laag cijfer niet durven te zeggen dat ze het niet eens zijn met de actief uitgedragen politieke ideologie van de docent of de werkgroep en onderzoeksonderwerpen en conclusie daarop aanpassen. Het zijn verhalen die ik hoor en wat dat betreft gaat het ons, vinden wij dat het niet goed gaat met de academische vrijheid. Met onderdelen hiervan is de minister wel heel goed aan de slag, met zeker met veiligheid, het meldpunt. Communicatie over wat wetenschap is en dat je erop kan vertrouwen. Maar hoe gaat het met het onderzoek dat we vorig jaar rond deze tijd per motie met een aantal partijen hebben gevraagd? Het is nog steeds niet uitgevoerd. Het Hoger Onderwijs Persbureau heeft een dergelijk onderzoek geprobeerd. Daar voelen mensen zich vrij. Maar de universiteiten wilden niet meewerken en daardoor lukte het niet. En ik krijg graag een update van de minister over zijn inspanningen en ik wil hem uitdagen met de instellingen in gesprek te gaan over een beter onderzoek en oplossingsrichtingen. En graag een reactie daarop. Het beroepsonderwijs. Tenslotte, steeds minder mensen doen een beroepsopleiding omdat iedereen zo hoog mogelijk wil eindigen. Doordat opleidingen veel op elkaar lijken, beconcurreren ze elkaar. Op dit moment is een commissie uit het HBO aan het bedenken wat het HBO wil voor het HBO. En dat is natuurlijk belangrijk. Maar moeten we ook niet weten wat de samenleving nodig heeft? Wat voor beroepsonderwijs? En is dat dan onderwijs dat zoveel mogelijk lijkt op de universiteit, een soort universiteit light, of juist niet? Moeten we hier ook niet weten wat het beroepenveld wil? Doe waar vraag naar is. Het zijn beroepsopleidingen. Worden ze enthousiast van meer BBL-trajecten, meer associate degrees of duale trajecten? Dan moeten we dat faciliteren. En dan moet weer duidelijk worden wat een echt academische studie is en wat niet. Wat niet werkt, is als mensen uit het HBO samen gaan bedenken hoe ze zoveel mogelijk op een universiteit kunnen lijken en universiteiten roepen dat ze eigenlijk beroepsonderwijs zijn. Het kan hoor, maar niemand snapt het nu nog. Dus ik vind dat we daar een uitspraak over nodig hebben. Kan de minister mij toezeggen dat zijn toekomstverkenning ook ten aanzien van dit dilemma duidelijke keuzes bevat, volwaardige keuzes, en het verschil of explicieter maken of juist wegnemen? Een beetje half-half doen en niet kiezen is wat ons betreft geen optie. En voor het tweede deel van onze inbreng, voorzitter, geef ik graag mijn collega Yassini het woord. Oh, dat kan ik niet, ik ben geen voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van der Wouden. Dank voor uw inbreng. En ik zie ook al dat de heer El Yassini klaarstaat. Dat is de volgende spreker, mede namens de VVD, voor zijn inbreng. De heer El Yassini. Dank u wel, voorzitter. De VVD wil dat ieder kind en elke jongere de kans krijgt om een succes te maken van zijn of haar leven. Door goed onderwijs bereiden we kinderen, jongeren en volwassenen beter voor om hun streven naar geluk te versterken. Met de juiste begeleiding in het onderwijs zorgen we dat onze kinderen en jongeren een goede start krijgen. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de samenleving. En dat begint bij de basis. En de basis is het fundament waar toekomstig geluk en succes van de mens op wordt gebouwd. Zonder dit fundament wankelen alle ontwikkelingen die juist bedoeld zijn om mensen voor te bereiden op het leven. Daarom is het van levensbelang dat dit kabinet een ijzeren focus heeft op het verbeteren en versterken van basisvaardigheden en kwaliteit van ons onderwijs. Ik benadruk het woord levensbelang omdat alles valt of staat met een goede basis. Want als je niet goed kan lezen, schrijven of rekenen,
Hoe kun je dan een vervolgopleiding doen of je staande houden op de arbeidsmarkt? Want voor een goede aansluiting op die arbeidsmarkt zijn goede basisvaardigheden nodig. De basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen in het primair onderwijs, in het voortgezet onderwijs, maar ook in het mbo staan onder druk. Voor het primair en voortgezet onderwijs pleit de VVD voor meer aandacht voor burgerschapsonderwijs en digitale vaardigheden en geletterdheid in het curriculum. Naast cognitieve vaardigheden is het belangrijk dat kinderen met burgerschap in het primair en voortgezet onderwijs onze vrije democratische waarden meekrijgen. Zeker als dat van huis uit niet gebeurt. Omgaan met gevoelige thema's, met tegengestelde opvattingen. Het is allemaal nodig om uiteindelijk volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Ook dat zijn basisvaardigheden. In het mbo hebben we geen landelijk zicht op de resultaten van de examens Nederlandse taal en rekenen. 1/3 van de mbo-scholen, en dit staat ook in de staat van het onderwijs, 1/3 van de mbo-scholen geeft aan geen zicht te hebben op het niveau van taal en rekenen bij de uitstroom van studenten. Inzetten op basisvaardigheden in het mbo begint met inzicht. Waarbij het kabinet aanvullende afspraak moet maken over deze inzichtelijkheid met mbo-scholen. Verder is de wetgeving over burgerschapsonderwijs in het mbo niet heel concreet. En de kwaliteit hangt vaak af van individuele docenten, lezen we ook weer terug in de staat van het onderwijs. De VVD wil dat mbo-scholen bij burgerschap gaat inzetten op onze democratie en rechtsstaat. De gelijkwaardigheid van man en vrouw voor de wet en de gelijkwaardigheid van mensen in Nederland. We moeten in het mbo onze hardbevochten Nederlandse waarden onderwijzen aan de volgende generatie. Landelijke kaders met ruimte voor regionale verschillen moet in de wet verankerd worden. Mijn vraag aan de minister is, wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat het burgerschapsonderwijs ook in het mbo de plek krijgt die het nodig heeft? Want het mbo heeft namelijk 3 taken. Dat is namelijk opleiden voor een beroep en voor de arbeidsmarkt. Zorgen dat ze voorbereid zijn, zodat ze eventueel kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs. En die laatste is eigenlijk het eerste, namelijk goede burgers afleveren op de samenleving. En burgerschapsonderwijs die speelt daar een cruciale rol in, maar de wet is zo verankerd dat er een inspanningsverplichting is. En ik wil dat we veel sterker gaan verankeren hoe we ervoor zorgen dat we onze jongeren voorbereiden, niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook op de samenleving. Dus mijn vraag aan de minister is hoe hij dat wil gaan oppakken vanuit het mbo. En de vraag ook aan de minister voor basis en voortgezet onderwijs. Hoe eigenlijk ook die basisvaardigheden voor de verdere stap zorgen dat we echt die basis en het fundament sterk hebben. En ik weet dat onze 2 ministers zich echt gaan inzetten op die basisvaardigheden. Die basisvaardigheden zijn belangrijk en de kwaliteit van onderwijs ook. Maar vervolgens zien we dat de samenleving en de maatschappij ook gewoon om topprofessionals zoekt. Ook in bepaalde sectoren. Maar we zien ook steeds vaker dat jongeren niet kiezen voor bijvoorbeeld techniek of voor de zorg. Dus voorlichting voor die vervolgstudies zou eigenlijk moeten starten bij basisschool, bij primair onderwijs. Structureel zijn en ze moeten aansprekend zijn. De onderwijsministers, beide hier, willen wel in investeren. Maar we moeten echt uitkijken dat het niet weer 100 hobbyprojecten worden. En dat kinderen die goed zijn in praktische vaardigheden worden gestimuleerd en worden doorgeleid naar een mooi vak via bijvoorbeeld het VMBO of het MBO. De VVD pleit ook voor goede voorlichting en passend schooladvies. Dus de vraag is eigenlijk ook aan beide ministers, is wat hebben we nou geleerd van het techniekpact? Daar zijn een aantal lessons learned. We zien in ieder geval ook scholen die het goed doen, dat ze het net iets anders doen. Dat bijvoorbeeld ook techniekdocenten onderling veel meer met elkaar samenwerken. Dat ze het aantrekkelijker en aanlokkelijker maken om juist te kiezen voor bijvoorbeeld zorg of techniek. En hoe zit het dan eigenlijk ook met praktijkonderwijs? Wat wij ook steeds vaker zien in de samenleving is dat ouders, en die snap ik ook wel, hun kinderen elke keer weer pushen om naar een hoger niveau te gaan. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld het VMBO, dan zien we basis en kader. En dan zie je het aantal praktijkuren die daar worden gegeven veel hoger zijn dan bijvoorbeeld een theoretische leerlijn binnen het VMBO. Het oude MAVO eigenlijk. Maar vervolgens als we zien in het MBO welke niveaus waar komen, dan zien we dat basis en kader eigenlijk opleidt voor entreeniveau en niveau 2. En dat de theoretische leerlijn, dat oude MAVO, opleidt voor niveau 3 en 4. Alleen in de theoretische leerlijn bij het VMBO zijn de praktijkuren een stuk lager dan in basis en kader. Hoe zorgen we ervoor dat als wij willen dat kinderen die praktische vaardigheden en talenten hebben, en we willen ze stimuleren om uiteindelijk ook gewoon voor techniek of zorg te kiezen, hoe zorgen we ervoor dat ze meer in aanraking komen ook met de praktijk, met praktische vaardigheden en met eigenlijk deze sectoren die echt een hele mooie toekomst voor hun in petto heeft. Dan wil ik ook nog spreken over de stages en dan met name bijvoorbeeld ook in de zorg. En dan kijk ik eventjes naar onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Want
De signalen die mij bereiken, en al een lange tijd, is dat we horen dat bijvoorbeeld als het gaat om niveau 3 verzorgende IG of niveau 4 verpleegkundige in het mbo, dat ze als ze willen stage lopen in ziekenhuizen, dat ze eigenlijk voor een dichte deur staan. Er is ooit eens bepaald achter de schermen, dit zijn echt signalen die ik hoor, dat ziekenhuizen vaak zeggen, we willen de kwaliteit van ons personeel omhoog krijgen. En een automatische reactie is dan meteen te denken dat je dan meteen hbo'ers binnen moet halen. Terwijl onze mbo'ers geweldige kwaliteit leveren en kunnen leveren. De vraag is eigenlijk waarom het zo is dat ziekenhuizen alleen stageplekken vrijmaken voor met name hbo-v. En waarom bijvoorbeeld niet wordt ingezet op mbo-verpleegkundige of verzorgende IG niveau 3. Is de minister bereid om bijvoorbeeld ook in gesprek te gaan met de minister van VWS om te kijken of er in gesprekken met ziekenhuizen wordt gekeken of deze mbo's ook gewoon een kans kunnen krijgen, een voet tussen de deur krijgen en dus uiteindelijk ook stage op in ziekenhuizen kunnen lopen. Dan vervolgens, als het gaat om leraren. Elk kind, elke jongere verdient een goede leraar. En door het oplopende lerarentekort hebben we echt steeds minder kinderen die... Door het oplopende lerarentekort hebben echter steeds minder kinderen die goede leraar. Veel hebben we al gedaan. We hebben de salarissen verhoogd, de loonkloof gedicht, extra budget vrijgemaakt voor de werkdrukverlichting. We zien echter nog steeds vooral dat vooral nieuwe leraren zo'n 20% al heel snel uitvallen. Die goede begeleiding tijdens en in de jaren na de opleiding kan het uitvallen voorkomen. De pilot samen opleiden en professionaliseren is hier een goed voorbeeld van. De vraag aan de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs onder andere, maar ook voor de minister van Onderwijs en Cultuur. Hoe gaan de beide ministers zorgen dat deze leraren een goede begeleiding krijgen? En hoe kunnen we bijvoorbeeld ook de lerarenopleidingen daaraan koppelen? Dan, voorzitter, de beroepsbegeleidende leerweg, de BBL. Leren doe je het best op de werkvloer en de begeleiding van professionals bereiden studenten voor op de arbeidsmarkt en de samenleving. En we hebben een motie ingediend voor het BBL-offensief. We zijn ook heel blij dat het is aangenomen. De vraag even aan de minister is in feite dat de subsidieregeling praktijk leren is met een jaar verlengd. Er komt nu een evaluatie. Maar we merken heel veel vanuit het veld dat veel leerbedrijven zeggen er is veel onzekerheid. Hoe zorgen we er nou voor dat we die subsidieregeling praktijk leren ook gewoon doortrekken voor de komende jaren op een dusdanige manier dat leerbedrijven ook die zekerheid mee krijgen? Ik ben benieuwd naar de antwoorden van de minister. Dank u wel. Voor uw betoog vervolgd, u heeft een interruptie van de heer De Hoop namens de PvdA. Voorzitter, ik ben altijd blij als er in de Kamer gesproken wordt over kansengelijkheid. En dat hoorde ik ook van de VVD. Ik mis dat alleen soms wel in het stemgedrag van de VVD. Ik heb hier bijvoorbeeld 3 moties ook over de punten die ik hoorde die de heer El Yassini noemde. Een motie van mij over het concreet maken wat voor bijbehorende middelen nodig zijn om laaggeletterdheid aan te pakken. VVD stemt tegen. Kansengelijkheid, kinderen meer de tijd geven, laten selecteren. VVD stemt tegen. Een grens stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage. De VVD stemt tegen. Nou, dat kan ik dan nog hebben. Maar dan hebben we nu ook een gesprek over het lerarentekort. En eigenlijk het enige wat ik de heer El Yassini op dit moment hoorde zeggen over het lerarentekort, het grootste probleem in het onderwijs, was refereren aan staand beleid. Dus ik zou van de VVD, van de grootste partij van Nederland, nu willen horen wat voor concrete oplossingen zij naast het staande beleid wat dit kabinet al voert, nog hebben om het lerarentekort aan te pakken. De heer El Yassini. Voorzitter, ik denk dat als we hier in deze Kamer met z'n allen spreken over de oplossingen, dat we vooral kijken naar wat wel en wat niet werkt. Dus ik ben het helemaal mee eens. En ik sta altijd open en onbevoordeeld over nieuwe voorstellen die vanuit de Kamer komen. Maar uiteindelijk maken we ook zelf een afweging door in te gaan zetten van de middelen die we nodig hebben om die kansgelijkheid te bevorderen. En ik pak er even een aantal bij, want we hebben het ook over kansgelijkheid. De 15% arbeidsmarkttoelage voor salarissen voor leraren. We hebben de loonkloof gedicht. De subsidie voor de basisvaardigheden bij moeilijke scholen. Ook voor professionalisering voor diezelfde docenten. Het aantrekkelijk maken voor die docenten om ervoor te zorgen dat we 70 miljoen hebben vrijgemaakt ook voor voortgezet onderwijs in randstadsteden. Er zijn heel veel zaken die we ook gewoon doen. En vergeet niet, dit was er ooit niet. En dit heeft de VVD in het verleden ook ingezet en dat is uiteindelijk ook werkelijkheid geworden. Als u aan mij vraagt, komt u met nieuwe ideeën alleen om het komen met nieuwe ideeën? Dan zeg ik, laten we kijken wat doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat we echt ook gewoon die leraartekort oppakken. En wat ik nu zie is dat 20% al uitvalt omdat die begeleiding er niet is. En dat is een inzet samen met de meerurenbonus die we hebben ingezet, waarvan wij denken dat we de volgende stap kunnen nemen om die leraartekort op te lossen. De heer De Hoop, vervolgvraag. Sorry, maar ik ben echt verbijsterd. Die voorbeelden vaker. Die de heer El Yassini noemt, bijvoorbeeld die loonkloof,
De vorige periode heeft de hele oppositie jarenlang daarvoor gepleit. Jarenlang heeft de VVD daartegen gestemd. Nu eindelijk staat het in het regeerakkoord. Daar geef ik u complimenten voor. Maar we zien nog steeds dat er gigantisch veel problemen zijn met het lerarentekort. We hebben 4 maanden geleden een discussiestuk gekregen van de ministers, waar heel veel dingen stonden. Op een gegeven moment ook zelfs kiezen voor kwaliteit stond de vraagteken achter. Maar om nou te zeggen of dat er echt al concrete plannen stonden, dat was nog de vraag. We hoorden vorige week van beide ministers in de OCW-begrotingsbespreking, waar u rapporteur van was, wij willen graag ook suggesties vanuit de Kamer. En dan hoor ik nu vanuit de grootste partij van dit land dat er niet één nieuwe suggestie komt naast het staande beleid wat het kabinet voert. En dat vind ik echt teleurstellend. De heer Al-Yassini. Ja, gelukkig ben ik bezig om te kijken wat we moeten doen, wat nodig is voor onze kiezers. En ben ik hier niet om ervoor te zorgen dat meneer De Hoop wel of niet teleurgesteld is. Wij kijken naar wat nodig is. En wat ik zie is dat leraren die net nieuw beginnen al heel snel uitvallen. Daar wil ik de focus op hebben. Zorgen dat ze goede begeleiding krijgen. Zorgen dat we kijken of we de lerarenopleidingen daaraan kunnen koppelen om ervoor te zorgen dat ze het fijn vinden dat ze de goede begeleiding krijgen om uiteindelijk voor die klas te staan en iets mee te geven. Wij zijn hier niet in deze Kamer bezig om constant maar met nieuwe ideetjes te komen. Want ik weet namelijk ook dat de PvdA vaak genoeg de VVD heeft beticht van het proefballonnetjes opgooien. Dat was ook al niet goed. Dus op het moment dat we met veel ideeën komen, dan zijn het proefballonnetjes. Zijn we bezig met echt te kijken van welke stappen moeten we nemen om het leraarakkoord op te pakken, dan doen we niet genoeg. Ja, mijn focus ligt echt bij onze kiezers, de kinderen van onze kiezers, de jongeren van onze kiezers, de jongeren zelf, om ervoor te zorgen dat ze een goede leraar voor de klas hebben. De focus ligt op kwaliteit van onderwijs, de basisvaardigheden en ervoor zorgen dat het vak aantrekkelijk blijft, omdat je goede begeleiding krijgt op school van je collega's. Dank u wel. U heeft een interruptie van mevrouw Westerveld, GroenLinks. Voorzitter, volgens mij staan we hier niet voor onze eigen kiezers. Volgens mij staan we hier voor het onderwijs. En als we het dan hebben over het lerarentekort, dan is dat niet nu een probleem. Dan is niet nu even dat we nu zien dat startende leraren zo vaak uitvallen. Die problemen kennen we al in ieder geval sinds 2008. Toen het rapport van Alexander Renoy-Kan uitkwam. Waarin al precies werd gewaarschuwd wat er zou gebeuren. Waarin al precies werd gezegd, ga nu investeren. Anders krijgt u te maken met een tekort, zowel kwalitatief als kwantitatief. En dat zien we allemaal nu uitkomen, de afgelopen 15 jaar. Wat wij hier de afgelopen jaren hebben gedaan, is niet telkens nieuwe plannetjes introduceren. Wij hebben gewezen naar het rapport van Renoy-Kan. Wij hebben gewezen naar rapporten van de OESO. Wij hebben gewezen naar rapporten van Nederlandse onderzoeksbureaus. Wij hebben gewezen naar inbreng van de vakbonden. Van de organisaties die in het onderwijs werken. En we weten goed wat er moet gebeuren. Dat is namelijk zorgen voor een stabiele financiering. Dat is zorgen voor een meerjarenperspectief. Dat zijn allemaal zaken die niet eerder hoop of die ik nu even ga bedenken. Dat zijn allemaal problemen die we al lang kennen, oplossingen die we ook al lang kennen. En dan kan er gewoon nog meer gedaan worden. En dus ik vind die vraag van de heer De Hoop terecht. En ik zou heel graag aan de heer El-Yassini willen vragen, wat gaan we nu doen, behalve staand beleid, dat inderdaad door deze minister is aangekondigd, om ervoor te zorgen dat echt die komende jaren dat lerarentekort wordt aangepakt. De heer El-Yassini. Voorzitter, even in tweevoud. Ik hoor mevrouw Westerveld zeggen, wij staan hier niet voor onze kiezers, we staan hier voor het onderwijs. Ja, daar val ik van mijn stoel. Nee, maar dat meen ik serieus. Want waarom willen wij goed onderwijs? Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen, voor onze jongeren, ook voor onze volwassenen. Omdat we geloven dat uiteindelijk het creëren van je eigen succes of geluk en het streven naar je eigen succes en geluk, dat het begint met een goede basis en een fundament. Daarom zijn we met z'n allen bezig om goed onderwijs op te tuigen, want we doen het voor onze inwoners in Nederland. Wat je dan vervolgens doet, is dat je dan gaat kijken hoe je aantrekkelijk werkgeverschap gaat krijgen. En ik denk dat dat eigenlijk de kern is van de vraag van mevrouw Westerveld, voorzitter. En daar komen we eventjes alles op een rijtje. Ten eerste, daar zitten twee ministers. Eén daarvan is VVD-Huizen. Dus wij komen zelf ook met voorstellen, maar die komen dan vervolgens ook vanuit onze VVD-minister. Tweede punt is, ik heb het ook al aangegeven, die begeleiding is cruciaal, want 20% van de nieuwe docenten en leraren valt uit. Daar moeten we de focus op leggen om dat aan te pakken. Daarnaast hebben we 15%, ik herhaal het nog een keer, 15% van de arbeidsmarkttoelagen voor salarissen voor leraren op scholen. Daarnaast hebben wij er ook voor gezorgd dat de loonkloof gedicht werd. De subsidie basisvaardigheden op moeilijke scholen, zodat we inzetten op professionalisering van die docent. Dat maakt de vak van de docent ook leuker. We hebben ook gewoon geld geïnvesteerd in het Nationaal Programma Onderwijs, zo'n 8 miljard. We hebben... Voorzitter, ik laat heel even meneer Al-Yassini uitspreken.
Zo zijn er nog vele andere die ik allemaal ga opnoemen. Maar het gaat nu niet zeggen alsof wij hier staan, alsof wij niks doen voor de leraren en docenten, voor onze kinderen, voor onze jongeren. Ik vind het echt tekortschieten. Dank u wel. Mevrouw Westerveld, vervolgvraag. Voorzitter, dat was mijn vraag niet. En bovendien hoeven mij geen dingen uitgelegd te worden over het onderwijs. Ik ben al jaren genoeg actief in het onderwijs om te weten wat hier aan de hand is. En om deze discussie echt ook al jaren te volgen. En daarnaast, voorzitter, is het niet de VVD die dit gedaan heeft. Maar is het de VVD die jarenlang investeringen heeft tegengehouden. Die volgens mij als enige partij hier in de Kamer, zelfs in het huidige verkiezingsprogramma, gewoon een tekort van 200 miljoen, een korting op de lumpsum had staan. En dat zijn niet de andere partijen hier. Dus prima, deze coalitie investeert inderdaad, ga ik ook zeggen in mijn bijdrage. Maar het is niet de heer El-Yassini, het is niet de VVD die heeft gezorgd voor deze investeringen. Buiten dat is mijn vraag, wat gaan we dan nu doen? Er komt extra geld, er is incidenteel geld, er is structureel geld, maar er is nog steeds een enorm lerarentekort. Er zijn nog steeds kinderen die thuis zitten zonder onderwijs. Er zijn nog steeds heel veel docenten die tijdelijk contract hebben, docenten die uitvallen. Wat gaan we dan doen? En dan hoorde ik in de bijdrage van de heer El-Yassini één voorbeeld, dat was een pilot voortzetten. Volgens mij is dat niet de oplossing voor dit grote probleem waar we, mede dankzij de VVD, al tientallen jaren tegenaan lopen. De heer El-Yassini. Ja, voorzitter, ik wil toch wel een aantal zaken die mevrouw Westerveld opgooit, wil ik wel even duidelijk maken. Want er wordt gezegd, de VVD houdt investeringen tegen. Er is jaar op jaar geld weer geïnvesteerd in het onderwijs. Wij hebben de begrotingsonderzoek gehad, waarbij ik rapporteur mocht zijn samen met de heer Peters. De conclusie was, er gaat meer dan 10% weer meer naar het onderwijs. Ik vind het dan bizar dat ik dan mevrouw Westerveld hoor zeggen dat de VVD investeringen in het onderwijs zou tegenhouden. Nee, mevrouw Westerveld, u wilt dat ik ga uitvoeren wat u wilt. En zo werkt het natuurlijk niet. Laten we heel eerlijk zijn. Dat u graag dingen wilt als GroenLinks, snap ik. Maar dat u dan vervolgens zegt dat ik niks doe omdat ik niet uitvoer wat GroenLinks zou willen, dat gaat mijn brug te ver. En als het gaat om investeringen juist in de docenten, hebben wij keer op keer gestaan, ook samen met de coalitie, om ervoor te zorgen dat we echt ook gewoon het leraarprobleem aanpakken. En wat wij zien, en dit zijn feitelijk, is dat docenten en leraren uitvallen in het onderwijs omdat ze de begeleiding missen. Mevrouw Westerveld. Voorzitter, docenten vallen al heel lang uit in het onderwijs omdat ze begeleiding missen. Dat is niet nu een probleempje dat we nu in één keer zien. En dat we nu gaan oplossen met een pilot. Het enige punt wat ik van de VVD hoorde. En nou ja, het zou trouwens fijn zijn als de heer El-Yassini gaat uitvoeren wat ik wil. Dan zijn we volgens mij snel klaar met deze discussie. Maar dat is mijn punt niet in het debat. Mijn punt is dat de VVD de grootste partij in Nederland is, maar ook de partij die jarenlang investeringen in onderwijs heeft tegengehouden. En ik ben heel blij, heb ik net gezegd, zeg ik gerust nog 15 keer vandaag, dat deze coalitie gaat investeren. Maar dat is niet dankzij de VVD, dat is eerder ondanks de VVD. En dat is mijn punt. En mijn concrete vraag was, wat gaan we nu extra doen? En daar heb ik nog steeds geen antwoord op gehoord. Kunt u wellicht nog ingaan op dat laatste punt? Nou ja, dat is heel simpel, voorzitter. Ik kan weer in herhaling treden, maar ik heb wel degelijk gezegd wat we verder moeten doen. We moeten doen wat nodig is. En niet met nieuwe ideeën komen. En wat ik wel zie is constant weer hetzelfde. En u zegt van ja, dat is al jaren aan de gang. Ik weet nog namelijk dat ik in 2016 zo uit mijn hoofd, toen ik net kandidaat-Kamerlid was, bij de AOB een discussie heb gehad. En toen heb ik zelf persoonlijk ook verteld, wat wij zien is dat de docenten en leraren te weinig worden begeleid op school. Dat was al bijna 6 jaar geleden dat ik daar zelf ook al over begon. Dat ik ook mijn zorgen had in het onderwijs. En dat is iets wat ook altijd onze focus heeft gehad. En het tweede punt, voorzitter, en ik blijf erbij. Mevrouw Westerveld zegt, wij houden investeringen tegen. Feitelijk, als je naar de cijfers kijkt, naar de begroting, zie je jaar op jaar, keer op keer, meer geld vrij voor het onderwijs. Omdat wij staan voor die goede basis. Omdat wij staan voor goede opleidingen met goede docenten en leraren. Dank u wel. Dan heeft u een interruptie van de heer Quint, SP. Ja, het zal de heer El-Yassini niet verbazen dat hij ook over het lerarentekort gaat. De VVD zegt, we moeten doen wat nodig is. Ja, dat valt voor mij altijd een beetje in de categorie gemeenplaats. Ik hou van leuke dingen doen en lekker eten. Ja, natuurlijk moet je doen wat nodig ook, is. Ook, maar wat houdt dat in? De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld gezien wanneer de rol, laat ik het concreet maken, gaan deze plannen het lerarentekort oplossen aan het eind van deze periode? Als wij in een situatie zouden zitten waarbij we mensen gaan aanwijzen die een leraaropleiding moeten gaan doen, dan kunnen we inderdaad zeggen, van, nou, we gaan een blik mensen opengooien. Maar dit is natuurlijk de samenleving
die, waar we samen mee optrekken om ervoor te zorgen dat die lerarenopleidingen wordt, dat die leraren uiteindelijk beschikbaar worden gesteld voor scholen. Ik kan toch niet mensen gaan aanwijzen door te zeggen, jij wordt leraar, jij wordt leraar, jij wordt leraar. Heeft te maken met de instroom. Als ze binnen zijn, goed onderwijs geven voor die lerarenopleiding. Als je dat dan eenmaal hebt, als ze eenmaal beginnen op school, goed begeleiden. Zorg dat je aantrekkelijk werkgeverschap hebt. Dat zijn bepaalde zaken die belangrijk zijn, maar die vanuit de samenleving komen. Die kunnen wij toch hier als Kamer niet gaan opleggen op de samenleving om het lerarentekort in één klap op te lossen. Dus ik ben bereid om de stappen te nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we het lerarentekort keihard aanpakken. Maar dat betekent dus ook wel dat we dat samen met scholen moeten doen. Samen met studenten moeten doen. Samen met leerlingen moeten doen. Dank u wel, de heer Quint. Excuus. Mijn vraag was of het het ging oplossen. Ik ga er dan maar vanuit dat dit een manier was om nee te zeggen. Nee, absoluut niet. Sorry, voorzitter. Dat nu worden woorden in mijn mond gelegd. Dat is niet waar. Ik ben bereid toen kwamen we er ook een hele hoop uit. Nee, helemaal niet. Ik ben bereid om. Wij als VVD zijn bereid om zeker stappen te nemen om daar om het lerarentekort te helpen op te lossen. Maar u vraagt, gaan wij het lerarentekort oplossen? Ik zou het heel graag willen. Maar we kunnen het niet alleen. We kunnen het als Kamer niet alleen, het kabinet kan het niet alleen. Daar hebben we de samenleving ook voor nodig. Dank u wel. Vervolgvraag van de heer Quint. Ja, nou, ik heb wel wat ideeën. We kunnen stoppen met uitzendbureaus die actief jagen op docenten. Die kunnen gewoon uit het onderwijs kieperen. We kunnen de lump sum schrappen. We kunnen een vast percentage wat naar docenten moet gaan aangeven. We kunnen een vast contract na een jaar geven aan docenten. We kunnen studieschuld na 5 jaar kwijtschelden. Is de VVD bereid om die stappen te zetten? Kijk, een aantal wil ik zeker met u in het debat, maar een aantal zijn ook echt gewoon grote hervormingen die de vrijheid van onderwijs wel gewoon onder druk zet. Als u het heeft over de lumpsum afschaffen, dat betekent dus in feite dat het kabinet en de Kamer hier over het personeelsbeleid van scholen gaat. Dat kunt u misschien willen, dat kan. Wij kiezen veel meer voor de vrijheid voor scholen om zelf te bepalen hoe ze ook hun personeelsbezet inzetten. Want de lumpsum is eigenlijk gewoon als je die afschaft en dan wordt alles geallockeerd en zet je alles vast. En dan geef je dus geen vrijheden meer aan scholen om zelf te bepalen hoe ze het gaan inrichten. De heer Quint, SP. Dat lijkt me feitelijk incorrect. Je kunt ook gewoon een percentage aanwijzen en zeggen, we zorgen ervoor dat tenminste aan docenten moet worden uitgegeven. Zodat het niet blijft zitten in overheid of digiborden. Ja. Of... Dus het weghalen van de vrijheid van scholen om zelf hun personeelsbestand in te vullen. Om hoeveel geld ze er minimaal aan willen uitgeven. Ja, kijk, als dat al te veel inperken van de vrijheid is, dan denk ik inderdaad dat we tot de conclusie moeten gaan komen dat de VVD het lerarentekort niet gaat oplossen. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Dat is natuurlijk de inzicht van de socialistische partij. Dus ja, precies. Dus dat heeft dat socialisme als basis. Dank u wel. Op het moment dat je dat hebt, dan wil je inderdaad ook gewoon vanuit deze Kamer dan het liefst alles bepalen. Ik zou dat niet willen. Als VVD'er, Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie, wil ik de vrijheid ook geven aan scholen om zelf te bepalen, samen met docenten en medezeggenschap, om ervoor te zorgen dat je iets creëert wat goed is voor zowel de kinderen, jongeren, dus leerlingen en studenten, ouders en leraren. En dat heb ik liever. Dank u wel. De heer De Hoop, PvdA. Voorzitter, toen ik zo net de heer El Yassini hoorde zeggen, ik sta hier voor de kiezers voor de VVD, dacht ik zelf even, het is maar goed dat ik hier niet voor al mijn kiezers sta, want zoveel zijn dat er niet meer. Maar ik sta in ieder geval wel voor de leraren. En ik hoorde de heer El Yassini ook zeggen, met name dat lerarenlek, dat hij zich daar zorgen over maakte. En daar maak ik me ook zorgen over. Maar als we die leraren nou minder willen laten uitvallen, zou je volgens mij ook meer tijd en ruimte voor die docent zelf moeten hebben. En wat we zien is dat de urennorm in Nederland bijna ver uit de hoogste van heel Europa is. En ik kan me best voorstellen dat leraren dan best wel een klap in hun gezicht voelen dat er dan gezegd wordt, je moet maar meer fulltime werken. Want voor heel veel leraren is deeltijd is al fulltime en is fulltime nog veel meer dan dat. Dus ik vind dat wel een lastige. En los van die pilot ben ik dan wel op zoek naar wat de VVD dan nog meer zou willen. Laat ik dan in ieder geval zeggen wat ik verstandig zou vinden. Je zou bijvoorbeeld de lerarenopleiding duaal kunnen maken, zodat leraren al eerder in die klas terechtkomen, zodat ze eerder in aanraking komen met het onderwijs en het risico op uitval minder groot is. Hoe kijkt de heer El Yassini daarnaar? De heer El Yassini. Nou, voorzitter. Meneer De Hoop weet dat ik een enorme voorstander ben, in ieder geval als mbo-woordvoerder, maar nu ook gewoon voor POV, maar een enorme voorstander ben van leren op de werkvloer. Daar heb ik ook een BBL-offensief toe bedacht. Ik weet zo zelf niet even wat voor effect dat heeft op het moment dat je ook een duaal systeem aanbiedt. Want het heeft ook te maken met het leren van didactiek en pedagogiek. Dus ik weet ook echt niet wat voor effect dat heeft. Ik sta er wel open en onbevooroordeeld tegenover. Dus ik ben wel heel benieuwd als de heer De Hoop met een voorstel komt dat ik dat echt bekijk. Want het zou kunnen werken en helpen. Maar dan is die begeleiding weer cruciaal. Want dat is waar wij op zitten te hameren. Dat op het moment dat je je opleiding af hebt en je gaat al op school aan de slag als docent en leraar, dat je dan op een gegeven moment het gevoel hebt dat je er helemaal alleen staat en dat je die begeleiding mist. En
het effect is dat 20% van de nieuwe docenten eigenlijk zegt van jongens, ik stop ermee, dat is niks voor mij. En dat is zonde, want we moeten juist dat vak aantrekkelijk houden. Dat vind ik echt cruciaal. Dank u wel. U heeft ook nog een interruptie van de heer Beertema, PVV. Ja, voorzitter, ik heb een beetje met meneer De Hoop te doen als hij praat over het aantal PvdA's waar ik nog voor sta. Ik sta hier voor heel veel mensen, althans volgens de laatste peiling, het zijn maar peilingen, zijn wij de grootste partij van het land. Voor zolang het duurt, zeg ik ter geruststelling. Maar ik hoor meneer El Yassini eigenlijk een hele benauwde opvatting geven van de vrijheid van onderwijs. Hij koppelt dat één op één aan de lump-sum financiering. Dat vind ik echt te benauwd. Mijn vraag aan hem is hij het nou niet met mij eens dat door die lump-sum financiering die bestuurders gewoon alle zeggenschap naar zich hebben toegeharkt en wij eigenlijk achtergebleven zijn met een soort, ja, een beetje rituele bijeenkomsten zoals deze begroting waarin we een beetje kunnen mopperen, een beetje kunnen sturen hier en daar. Maar eigenlijk gaat die minister er niet over, die minister niet, wij niet, de bestuurders gaan erover. En hoe komt dat? Door die lump-sum financiering. Ik heb in de tijd voorstellen gedaan, niet om die lump-sum financiering af te schaffen, want dan krijg je weer die verhalen van ja, dan krijgen we een soort Zoetermeer met bonnetjes en zo, weet je wel. Dat hoeft helemaal niet. We kunnen ook oormerken in die lump-sum financiering. Bijvoorbeeld de lerarensalarissen. Bijvoorbeeld het vastgoed. Is de VVD bereid om in ieder geval daarover na te denken? Want meneer El Yassini zal het met me eens zijn dat er wel iets moet gebeuren. Dit systeem heeft ervoor gezorgd dat er niemand meer voor de klas wil en dat een kwart van de leerlingen analfabeet is. Semi-analfabeet. Dat kan niet zo doorgaan en wij moeten ingrijpen. Als we dat niet willen, dan moet u dat zeggen. Dan kunnen we net zo goed nu naar huis gaan, lekker gaan lunchen of zo, lekker lang. Maar anders heeft het geen zin. Dank u wel. De heer El Yassini. Voorzitter, ik denk dat hier, want ik luister goed naar de heer Beertema. Ik denk dat hier een sprake moet zijn van balans. En ik denk dat er een combinatie moet zijn van de lump sum en een gedeelte van het geld wat we vrijmaken voor zaken die we hier belangrijk vinden en dat wel oormerken. De VVD heeft zelf in het verleden en zal in de toekomst ook gewoon voorstellen doen als het gaat om bijvoorbeeld middelen die we inzetten en dat oormerken voor het doel wat we willen bereiken. Dus ik denk dat daar wel zeker een balans is. Tegelijkertijd vind ik ook dat we moeten waken dat we wat er op die school in, nou ja, Zoetermeer, maar dan bijvoorbeeld ook in Rheden gebeurt, of in Vlissingen, of in Roermond, of in Groningen. Dat wij niet hier in deze Kamer van bovenaf precies gaan bepalen wat er precies exact aan docenten en leraren moet gebeuren, omdat het altijd sprake is van maatwerk, dat er regionale verschillen zijn. Dat je ook gewoon best wel bestuurders samen met ouders en docenten in een medezeggenschap de ruimte moet geven om te zeggen welke school, wat voor onderwijs willen wij voor onze kinderen en onze jongeren creëren. Dank u wel. Denk dat die balans, die is cruciaal. De heer Beertema. Balans ben ik helemaal voor. Overigens, dat was geen school in Zoetermeer waar ik over sprak, maar het beruchte ministerie van toen met dat declaratiesysteem. Dat werd wel het laatste stukje Stalinisme van West-Europa genoemd. Een krankzinnig was het. Maar ik begrijp uit uw woorden dat u wel bereid bent om na te denken over oormerken als het gaat om lerarensalarissen bijvoorbeeld. Want dan zouden we al een veel meer zeggenschap kunnen krijgen. Heb ik dat goed verstaan? Nou, als we bijvoorbeeld naar die lerarensalarissen kijken. Ik heb net een heel rijtje opgelezen van wat wij ook allemaal willen en wat gaat gebeuren. Bijvoorbeeld die 15% arbeidsmarkttoelage voor salarissen voor leraren op scholen met bijvoorbeeld ook een moeilijke populatie. Dat is een doel wat we willen bereiken en daar zetten we dit middel ook voor in. Dat is allokeren. We hebben de mbo-gelden vrijgemaakt om achterstanden weg te werken. Dat is ook een bepaalde mate van allocatie, want je kan het niet zomaar overal aan uitgeven. Daar hebben we ook gewoon strakke voorwaarden. We hebben subsidie voor de basisvaardigheden op scholen met een achterstand. We hebben, voor we alles weer gaan herhalen wat ook al in Spreektekst zat. Voorzitter, u ziet dus eigenlijk dat wij die lump-sum bekostiging en het systeem wat we hebben, dat vinden we echt een groot goed. Om ervoor te zorgen dat bestuurders samen met ouders en docenten tot iets komen. Maar dan vervolgens wel opzoeken naar waar kunnen we nou precies de punten vinden waar wij als Kamer zeggen daar moet nog een stapje bij en dat oormerken we. En ik denk dat die balans heel goed hand in hand samen kan. Ik zou er niet voor zijn om de lump sum dan af te schaffen. Dank u wel. Vervolgt u het betoog. Dank u wel, voorzitter. Dan moet ik even kijken voordat ik weer begin waar ik was. Hier, ja. Ja,
De subsidieregeling praktijkleren. En ik ben dus inderdaad heel benieuwd van de minister hoe die erop gaat zitten. Als VVD zouden we dat heel graag gewoon willen doorverlengen voor echt voor een langere periode om zekerheid te geven aan leerbedrijven. Dan hebben we het over voortijdig schoolverlaten gehad. Nou, ik ben heel blij dat die motie is aangenomen voor dat aanvalsplan om voortijdig schoolverlaters, kinderen die eigenlijk uitstromen van school zonder diploma, om dat aan de slag te gaan. En de vraag is eventjes welke stappen de minister gaat nemen om te komen met het aanvalsplan. Wat is het tijdspad en wanneer mogen we het verwachten en hoe gaan we dat aanpakken en welke stakeholders wilt hij daarbij betrekken. Dan tot slot, voorzitter, wil ik het toch even hebben over het hoogbegaafdheidsonderwijs. Want de VVD vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Specifiek voor veel hoogbegaafde leerlingen is dat dus nu niet het geval. Het reguliere onderwijs sluit vaak niet goed aan op de leerbehoeftes van deze leerlingen. En ook voltijd hoogbegaafd onderwijs is niet beschikbaar of vol. Daardoor zitten er naar schatting zo'n 5000 leerlingen onnodig thuis. We zien echter dat het aantal voltijd HB-scholen afgelopen jaar met minimaal 9 is afgenomen. In plaats van toename door geldgebrek. In het coalitieakkoord is afgesproken dat we een aantal onnodige thuiszitters terugbrengen naar nul. Maar voor de VVD betekent dat dat we in ieder geval zorgen dat er niet nog meer HB-scholen hun deuren sluiten. Mijn collega Paul gaat daarvoor een amendement indienen. En met het amendement maken we 9,5 miljoen euro vrij vanuit de overheid. We verwachten van de samenwerkingsverbanden dat zij hetzelfde bedrag ook vrijmaken. Bij elkaar zorgen we ervoor dat we met dit amendement genoeg geld is om de komende jaren alle HB-scholen in stand te houden. En zo zorgen we ervoor dat er geen leerlingen meer uitvallen omdat hun HB-school sluit. Voorzitter, ik ben ook heel benieuwd naar de beantwoordingen van beide ministers. Wij hebben echt wel, en dat wil ik nog wel eens even gezegd hebben, we hebben echt wel goed onderwijs. Maar we hebben ook wel uitdagingen als het gaat om de kwaliteit van onderwijs, de basisvaardigheden, de aansluiting op de arbeidsmarkt en de samenleving. En ik ben ervan overtuigd dat we samen met de Kamer en samen met het kabinet echt de volgende stappen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk voor onze kinderen, voor onze jongeren, maar ook voor onze volwassenen een onderwijssysteem hebben opgericht dat goed onderwijs creëert, waarbij we de aantrekkelijkheid van het leraarschap en het docentschap echt hoog houden. Dank u wel. Een interruptie van mevrouw Westerveld, GroenLinks. Ja, voorzitter, een hele concrete vraag, want ik hoor dat er een amendement komt. Ik heb hem volgens mij nog niet gezien. Over extra geld voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Daar kende problemen. En ik weet dat er ook heel veel problemen zijn met thuiszittende jongeren die bijvoorbeeld een handicap hebben. Of die op een andere manier een beperking hebben. Is het misschien een idee om daar ook een soortgelijk amendement dan voor te maken? Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben, en dat is een van mijn meest memorabele momenten. Volgens mij was dat, help me even, 2018... Toen hebben wij een debat gehad over studenten met een beperking in het mbo en het hoger onderwijs. En toen heb ik samen met mevrouw Westerveld opgetrokken, omdat wij dit allebei een heel belangrijk onderwerp vinden. Op het moment dat je als leerling op school bent en je hebt een beperking, in welke vorm dan ook, of je bent een student aan het mbo of in het hoger onderwijs en je hebt een beperking, dan is het ook cruciaal dat je goed en goede begeleiding krijgt. Dus ik ben zeker bereid om samen met mevrouw Westerveld erover na te denken. Ik ben benieuwd wat voor voorstel ze eventueel nog heeft. Daar zou ik graag naar willen kijken. Mevrouw Westerveld, vervolgvraag. Ja, voorzitter, mijn vraag was natuurlijk specifiek aan de VVD. Omdat voor een coalitiepartij soms makkelijker is om geld los te krijgen dan voor ons. En mijn vraag was dan, als we het dan doen voor hoogbegaafde kinderen, waarvan ik de problemen zie. Maar ik zie dezelfde voor een andere groep kinderen die een handicap hebben. Die zitten ook heel vaak thuis. Laten we dan voor hen hetzelfde doen. Dat was mijn vraag of de VVD dat dan niet ook in dat amendement zou kunnen meenemen. Voorzitter, ik heb nog een andere vraag. Want ik hoor een heel mooi pleidooi voor beroepsonderwijs, voor praktijkonderwijs. En we hebben daarover ook een amendement ingediend. En dat gaat specifiek over een OV-kaart voor jongeren die naar de FAVO gaan of in het praktijkonderwijs zitten. Een deel van die jongeren in het praktijkonderwijs, die gaat bijvoorbeeld naar het mbo om daar een opleiding te doen, omdat ze dan een OV-kaart krijgen. Terwijl het voor hen beter is om op dezelfde praktijkschool die opleiding te doen, maar dan krijgen ze geen OV-kaart. En we weten uit onderzoek, want dit is de derde keer op rij dat ik hier bij de onderwijsbegroting over begin, dat het beter is voor deze jongeren dat ze op dezelfde praktijkschool blijven. Daarover hebben we een amendement ingediend, met dekking van 10 miljoen. Gezien het pleidooi van de heer El-Yassini over het belang van deze jongen, over het belang van de startkwalificatie, zou ik hem willen vragen of de VVD dan dit amendement ook kan steunen.
De heer El-Yazini. Voorzitter, ik heb het abonnement nog niet gezien. Dus ik zou, dan zal ik hem zelf bekijken. En dan zal ik ook nog even contact opnemen met mevrouw Westerveld. Wij vinden het echt wel cruciaal, want we hebben het ook over startkwalificatie gehad. Dat we zorgen dat jongeren gewoon een goede basis hebben. En kijken waar het mogelijk en nodig is. Dus ik ben ook heel benieuwd waar de dekking dan vandaan komt. En dan zal ik zeker ook gewoon nog even op de lijn komen bij mevrouw Westerveld. Dank u wel. En heeft u nog een interruptie van de heer Zegers, ChristenUnie? Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik zit nog even te kouwen op de start eigenlijk van de bijdrage van de heer El-Yazini. Die zegt van ik wil dat alle leerlingen, alle jongeren een kans kunnen krijgen om succes van hun leven te maken. En onderwijs is daar een heel belangrijk middel bij. Ik denk dat we heel vaak zo over onderwijs praten. Ik denk dat jongeren, studenten, leerlingen dat ook te horen krijgen bij diploma-uitreikingen. De wereld ligt aan je voeten en als jij je maar goed inzet, dan is succes een keus. Dat leg ik even naast een bericht wat ik vanochtend las. Dat jeugdartsen zeggen, er is zo'n enorme prestatiedruk bij jongeren. We maken ons zo druk over jongeren die gewoon bezwijken onder die prestatiedruk. Om er maar een succes van te maken. Ik moest eerlijk gezegd ook denken aan het eigen levensverhaal van de heer El-Yazini. Soms struikelen we ook naar succes. Soms rommelen we een tijdje aan voordat we iemand tegenkomen die ons op het juiste spoor zet. Is daar ook ruimte voor? Of moet alles onmiddellijk een succes zijn? Moet alles onmiddellijk fantastisch zijn? De heer El-Yazini. Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij met deze vraag. Want waar het vaak soms misgaat hierin is dat we de manier waarop we succes definiëren. En veel mensen denken bij succes meteen direct aan financieel succes. Aan een dikke bankrekening, et cetera. Maar succes heeft ook te maken dat je voor jezelf bepaalde doelen hebt gesteld die voor jou belangrijk zijn. En dat doe je met vallen en opstaan. En die ruimte moet er altijd zijn. Ik sta hier nu met vallen en opstaan. Ik heb ook gewoon stomme beslissingen genomen. Ik heb soms in een dal of een dip gezeten. Soms heb ik het met moeite ben ik eruit weten te klimmen. Maar succes is niet altijd rijk worden, geld verdienen, een dikke vette baan waar je mee kan pochen. Succes is ook wat wil je bereiken in het leven voor jezelf. En dat hoeft niet materialistisch te zijn. En als je dat op een gegeven moment vaststelt, dan wil je uiteindelijk ook gewoon de instrumenten om dat doel te kunnen bereiken. Daarom vind ik een succes en gelukkig leven vind ik heel dicht bij elkaar staan. Omdat je uiteindelijk je eigen leven wil vormgeven. En daar ga ik niet over, daar gaat u niet over, daar gaat niemand hier over, behalve de persoon zelf. En ik denk dat dat misschien ook een doel is van ons allen. Dat we succes gaan herdefiniëren. In plaats van dat het alleen materie is, dat het veel groter is dan dat. De heer Zegers. Ja, dat vind ik echt, dat zijn hele mooie woorden. En dat bedoel ik niet cynisch, want dat is inderdaad, we moeten succes anders definiëren. Maar als we kijken naar het onderwijs en hoe wij succes meten, ja, dan zijn toetsen bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. Ja. Dan sprak ik pas met iemand van Lax die zegt, we zweten voor een toets en dan meten we en dan vergeten we het weer. En het gaat toets na toets na toets en dat is ons leven. Ja, dat is niet de vorming van jongeren om weerbaar in het leven te staan, om inderdaad in vrijheid hun keuzes te kunnen maken, om deel uit te maken van een gemeenschap waar je voor elkaar zorgt. Dus een mensbeeld dat veel gelaagder is. Ik was als tiener, misschien niet helemaal zo opstandig als de heer We zijn allebei kaal geworden daardoor. We zijn allebei kaal geworden. Misschien is het standaard voor tienerjongens dat je gewoon een hele domme fase hebt. Dat je gewoon hele domme dingen doet. Ja. En soms denk ik dat de minister voor Hoger Onderwijs dat hij alleen maar verstandige beslissingen heeft genomen. Dat er één rechte lijn is geweest naar Princeton en toen naar VK. Maar voor de rest zijn er gewoon heel veel mensen die gewoon struikelen door het leven. En dat hoort bij het leven. Dus ik ben zo bang voor een wereldbeeld waarin we steeds meer meten, steeds meer aanmoedigen, steeds meer praten over succes, steeds grotere druk leggen op jongeren om er maar een succes van te maken. Ja, en dan lees ik zo'n bericht als vanochtend, denk ik dat we dat ons moeten aantrekken. Dus vandaar dat ik even haakte op die eerste woorden. Ik ben blij met de nuancering en ik denk dat we er nog echt wat moeten doordenken. Wat het betekent als we succes anders definiëren dan alleen maar de hoogste cijfers op die vele toetsen die we aan leerlingen opleggen. Dank u wel. Ik denk dat, voorzitter, ik denk dat de heer Zegers en ik heel erg dicht bij elkaar zitten. Met een kleine kanttekening, want die vind ik wel belangrijk. Het doel van goed onderwijs is om ervoor te zorgen dat kinderen, jongeren, maar ook volwassenen voorbereid worden op het leven in zijn totaliteit. Ik heb het ook in mijn bijdrage over de basisvaardigheden gehad. En ik snap die prestatiedruk van cijfers, toetsen, examens. Niemand heeft er wat aan door te leren voor een toets, het te maken, een 8 of een 9 te halen, maar de volgende dag letterlijk de volledige informatie kwijt te raken. Wat je juist wil is ervoor te zorgen dat je tools en instrumenten meegeeft. Dat begint bij de basis. Dus dat is de Nederlandse taal, dat is rekenen, dat is burgerschapsonderwijs, dat is digitale geletterdheid. Maar dat vind ik ook wel dat we daarop moeten inzetten om
ook het onderwijs, om te checken op het onderwijs of de norm die we met z'n allen hebben gehanteerd van wat iemand in ieder geval moet kunnen, of dat wel gehaald wordt. Als we dat helemaal loslaten onder het mom van ja, die prestatiedruk is zo groot, is het gevaar dat we straks zien wat we eigenlijk nu al zien. Namelijk dat 1/3 van de mbo-scholen bij uitstroom van hun studenten totaal geen inzicht heeft van wat hun basisvaardigheden zijn. Voor Nederlandse taal en rekenen. Dan lever je ze niet voorbereid af op het leven. En dan hebben ze het een stuk zwaarder dan op het moment dat je op school ze echt dingen meegeeft waar ze de instrumenten uit die gereedschapskist kunnen halen. Dus ik denk dat we echt wel op één lijn zitten, maar wel met de kleine kanttekening dat dat niet betekent dat we dan alles maar moeten loslaten en niks meer moeten meten. Want ik vind ook dat we ook dat het onderwijs ook gewoon verantwoording aan de maatschappij heeft om onze kinderen en jongeren goed voor te bereiden. Dat is de basis. Dank u wel, meneer Al-Yazini. Dank u wel, voorzitter. En dank voor uw inbreng. Dan gaan we nu door naar het CDA. Zoals aangekondigd is dat iets gewijzigd in de sprekerslijst. En de eerste spreker van het CDA is de heer Peters. Dank u wel, voorzitter. In Brooklyn, New York, staat een zogenaamde Tap Charter School. En op de muur voor die school staat een enorm bord met het motto van de school. Een motto dat de kern is waarvoor ze staan. We love to teach, staat daar. Wij geven graag een goed les. En zij brengen in de praktijk, wat wetenschappelijke studies al lang hebben aangetoond, er is maar één factor die de kwaliteit van het onderwijs werkelijk beïnvloedt, en dat is de kwaliteit van de leerkracht voor de klas. Graag en excellent lesgeven, daar gaat het om. En de rest van de school staat daarvan in dienst, en zo niet, dan is het hoogstwaarschijnlijk flauwekul. De kern van mijn betoog vandaag is dat niet het kind, niet de wensen en de eisen van de ouders, niet de directie, niet de schoolbesturen, niet de inspectie en al helemaal niet de politiek centraal moeten staan, maar de man of vrouw voor de klas. Die zich gedraagt naar hoe hij of zij genoemd wordt, leraar dus. En die leraren die moeten de verantwoordelijkheid en de ruimte krijgen om hun beroep, hun roeping waar te maken. En daarbij hoort wel een beroepsgroep die de verantwoordelijkheid oppakt en niet hamert op zaken die een ander op moet lossen voor men in beweging komt. Het is vrijheid en die verantwoordelijkheid. Voorzitter, taal creëert werkelijkheid. Door zaken in dit huis als een probleem voor te stellen, impliceren we dat er snelle oplossingen zijn en dat wij voor die oplossingen gaan zorgen. Dat gaat wel alleen maar tegenvallen en het werkt ook een beetje externe attributie in de hand. Dit kan niet, want dit moet nog, of dat kan niet, want zus of zo. Als we weten dat de enige werkzame factor de kwaliteit van de leraar voor de klas is, dan moeten we daar de nadruk op leggen. En hooguit helpen van het hier om de focus daarop te leggen en op te houden. Laten we dan in die kern de problemen in het onderwijs de zorg over het onderwijs noemen. En samen met een geëmancipeerde beroepsgroep werken aan verbeteringen die nu kunnen worden ingezet. Samen iedere dag een beetje beter. Voorzitter, het huidige onderwijs kent een aantal problemen. Het leraartekort, hoge werkdruk, kansenongelijkheid, gebrek aan motivatie bij leerlingen en aansluitend daarop uitval van kinderen en schaduwonderwijs. Problemen zijn er om op te lossen en daar hebben we de politiek dan weer voor. Een wijs man, hij gaat binnenkort hier in de Eerste Kamer, heeft ons mij eens verteld dat we vanuit Den Haag de wereld proberen te veranderen met grote woorden, veel regels, wetten en nog veel meer geld. Noem één probleem en de kans dat wij er vanuit de Kamer schande van spreken en er met wet en regelgeving, toezicht en meer geld gaan eisen, benadert de 100%. Maar leg de onderwijsbegroting van de afgelopen decennia naast elkaar. Jaar in jaar uit investeren we meer en meer in het onderwijs en het haalt meetbaar niet zoveel uit. Dus voor mij is er nu een enorm dilemma. Aan de ene kant denk ik, laten we er ons alstublieft niet te veel mee bemoeien. En aan de andere kant, en daar kom ik dadelijk bij. We wachten in spanning af, maar u heeft eerst een interruptie van de heer Zegers, ChristenUnie. Ja, ik ga direct in de casuïstiek op basis van een bericht wat ik vanochtend las. Ik ben het helemaal eens met collega Peters die zegt, nou, wij moeten echt een beetje dimmen als het gaat om wet en regelgeving. En iedere keer weer als Den Haag erbovenop klappen als er weer ergens een maatschappelijk probleem is. Dan weten we dat het kijken op mobiele telefoons dat een maatschappelijk probleem is. Een probleem wat bijvoorbeeld bij ons in de fractievergadering ook echt heel groot is. Ik hoor het, ja. Dat is schokkend ook. En ik spreek daar af om het half uur even een app-pauze en voor de rest ding ondersteboven en normaal naar elkaar luisteren. Dus het is echt een heel groot probleem. En tegelijkertijd zag ik een pleidooi voor een wettelijk verbod op het mobieltje. Dus ik ga er nog rustig over nadenken. Ik ben niet principieel tegen wettelijke verboden. Maar in het licht van het gloedvolle betoog wat ik net hoorde, dacht ik al van nee, dat is opmerkelijk. Ja, meneer Peters. Nou, voorzitter, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is een dilemma en ook een worsteling die ik heb en die we in de fractie ook hebben gehad. Dus kijk, aan de ene kant zeg je van ik wil graag de ruimte. Aan de andere kant zeg ik, we moeten wel iets. En toevallig, als u mij toestaat, wil ik, als ik mijn
stukje wat toevallig hier net op aansluit, dan gaat het over dat mobiele telefoon. Ik kan het ook even zo doen, maar als we die interruptie hier naar de rand doen, is het net even beter, denk ik. De heer Zegers. Ja, misschien kunt u ook uw spreektijd nog wat uitbreiden door ons te beantwoorden hier. En dan kunt u nog eens een keer naar de toelichting. Ik zal het gewoon doen, dan kan ik dit stukje spreektekst hier, hoef ik niet voor te lezen. Kijk, het zit zo. Iedereen die weet dat een mens niet kan multitasken. We doen wel alsof, ook in de Tweede Kamer, als we op ons mobieltje zitten, horen we echt niet wat iemand hier zit te vertellen. Dat kan gewoon niet. Zo zitten onze hersenen niet in elkaar. Multitasken kan niet. Als we dat dan weten, en we weten dat tegelijkertijd een mobiele telefoon in je hand, dat die wat die doet is constant om aandacht vragen, er is hij voor ontworpen, die vraagt om aandacht en die houdt die aandacht vast. Als we dat weten, dan weten we vervolgens dus dat lesgeven, hoe goed die docent voor de klas ook is, totaal geen nut heeft als die kinderen op die mobiele telefoon zitten. Zoals als de fractievoorzitter van de ChristenUnie iets zegt in een fractie die allemaal op een mobieltje zitten, ja, kan niet net zo goed in een put roepen, heeft ook geen zin. De volgende stap is dan dat we gaan kijken naar de praktijk. En dan zeg ik, in de praktijk hebben heel veel scholen al wel een beleid op een mobiele telefoon. Die zeggen van ja, ik wil ze eigenlijk niet hebben, ik heb hier een telefoonzak, anderen hebben weer iets anders. Maar de praktijk is ook dat docenten, alle docenten, moeite hebben met het handhaven van dat verbod. Waarom namelijk? Bij de ene docent mag het wel, bij de andere mag het niet. Bij de ene zegt, ja maar ik gebruik mijn telefoon voor het rekenmachientje. De ander zegt, ik gebruik Kahoot. Totaal geen, dus het is voor iedere les, voor ieder docent, ieder uur altijd een worsteling om die mobieltjes weg te krijgen. En daar komt mijn worsteling dan. Van ja, ik zie dit dan aan al jaren. En ik weet dat de leraarachterstanden die blijven maar toenemen. Wat we ook doen en investeren, er gebeurt helemaal niks. Want die kinderen kunnen ook voor een groot deel niet opletten. Nou, kijk. Het bewijs is daar, zeg ik dan via de voorzitter. Ja. Voor de kijkers thuis, er ging een mobieltje af. En nu was mijn worsteling en mijn afweging de volgende. Ik kan natuurlijk zeggen van het is aan scholen en ik zie hoe ingewikkeld zij die worsteling vinden. Want het zo werkt het niet. Je kunt het verbieden, maar als het bij de buurman wel mag, dan is dat moeilijk. Toen dacht ik, wij kunnen vanaf hier, als we weten dat les onmogelijk is met die mobiele telefoon, het al die leraren heel veel gemakkelijker maken om gewoon samen één lijn te trekken, één norm en zeggen wij doen die dingen gewoon niet in de klas. In het kluisje, klaar af. Dat is iets wat goedkoop is. Het kost geen knoop. Je kunt er morgen mee beginnen. We maken het voor alle leraren veel gemakkelijker. De concentratie in de les wordt beter. Effectieve lestijd wordt gewonnen. En ik geef toe, het is die worsteling. Want ik kan het aan de school zelf overlaten. Maar ik zie ook wat de praktijk betekent. Dat het voor al die leraren voor die klas iedere dag gewoon ellende is. En dan denk ik, oké, het is het een of het ander. Ik kies in dit geval voor het een. Dank u wel. De heer Zegers, vervolgvraag. Ik ben het inhoudelijk 100% met de heer Peters eens, omdat het echt een groot probleem is. En nogmaals, niet alleen op scholen, maar op heel veel plekken. Dat er zo'n afleiding is en zo'n verstrooiing is, wat gewoon echt gewoon ook niet alleen bedreigd is voor de kwaliteit van lesgeven, maar überhaupt voor de kwaliteit van leven, zou ik zeggen. En tegelijkertijd kent de heer Peters als goed Brabants katholiek ook het leerstuk van de subsidiariteit. Je kijkt altijd van, is het proportioneel om nu onmiddellijk al naar een wettelijk verbod te grijpen? En moeten we niet eerst de scholen de ruimte bieden, zoals er nu al scholen zijn, die een streep trekken? Die zeggen, joh, we willen het hier niet. En we laten dat weten en we handhaven ook. Zit daar toch niet een stap tussen om te zeggen, nou, laten we scholen inderdaad aanmoedigen om die stap te zetten, want het is een probleem. Maar zou het leerstuk van de subsidiariteit nou niet de heer Peters ook enigszins moeten temperen in zijn al te snelle grijp naar het wettelijk verbod? De heer Peters. Nou, dank u wel, voorzitter. Nou kijk, volgens mij is het leerstuk van de subsidiariteit die zegt dat als je iets niet op de manier zoals we het nu hebben geregeld hebben, dan moet je het niveautje hoger trekken. Nou, volgens mij hebben we in Nederland een heel groot probleem en zien we al heel decennia lang, zolang die mobieltjes er zijn, dat het een probleem is. En dus tot zover het subsidiariteitsvraagstuk. Het zal hoger moeten, want het gebeurt zo niet. Dank u wel, mevrouw Westerveld, voor een interruptie namens GroenLinks. Ja, voorzitter, want ik vind het bizar. Als ik naar het onderwijs ga, als ik met leraren praat, dan hoor ik dat ze zich zorgen maken over bijvoorbeeld tijdelijke contracten, over het lerarentekort, over de begeleiding van starters. En daarover wil het CDA geen afspraken met elkaar maken. En dan over iets waar een leraar bij uitstek zelf over gaat, want in klassen worden soms ook telefoons gewoon gebruikt voor educatieve doeleinden. Daarover moet dan een wettelijk verbod komen, wat niet eens kan. En dit is gewoon een manier om iets leuks in de media te brengen. Het ergste, het lukte de heer Peters ook nog eens. Maar ik hoop dat we hier snel door kunnen gaan met de bespreking van de onderwijsbegroting, waar 50 miljard in zit.
Want dat is natuurlijk een veel groter debat dan een debat over wel of geen telefoon in de klas. En uw vraag aan de heer Peters is? Geen vraag. Geen dan gaan vraag. We wel, nee, nee, een korte reflectie. Nee, wel een stelling, want dit noemen we dan een klassiek whataboutism. We zeggen gewoon, we noemen een probleem en dan zeggen ik heb nog een groter probleem. Dus je mag niet over dat ene probleem praten. Flauwekul en ook echt flauw gewoon. Nee, het is echt... We weten dat je niet kan opletten met dat ding in de klas. We weten dat dat invloed heeft. En dan gaan we er iets aan doen. Dat is een serieus probleem. Een echt een probleem. Je kunt het snel oplossen. En over die andere dingen kom ik nog te praten, mevrouw Westerveld. Ik zeg het via de voorzitter. Mevrouw Westerveld. Voorzitter, waarom gaan wij hier wel over mobiele telefoons in de klas? Het hoe? Want dan gaan we een leraar zeggen hoe die persoon les moet geven. En weigert het CDA met elkaar afspraken te maken over, nou, bijvoorbeeld het aantal tijdelijke contracten, over de randvoorwaarden, het wat, waar we hier wel over gaan. Namelijk of geld op de goede plek terechtkomt. Waarom gaan wij daar hier dan niet over volgens het CDA? Nou, meneer Peters. Dank u wel, voorzitter. Kijk, hier komen we terug bij het eerste stuk wat meneer Beertema zei. Als ik een minister ga aanspreken op het feit dat hij werkgever zou zijn om te zeggen en het aantal contracten moet afspreken, dan vraag ik hem om een vierkant rondje te tekenen. Dat kan hij niet. Dus hoewel ik het met de inhoud eens ben, ik wil ook meer van die contracten, maar dan zullen we iets anders moeten verzinnen. Bijvoorbeeld wat de heer Quint zou zeggen, ja, je kunt ook gewoon de lump sum terugdraaien, dan is de minister inderdaad daarna weer werkgever en kan hij het wel. Dit soort manieren roepen kan niet. Als we echt met z'n allen zeggen, er zijn meerdere problemen, klein en groot. Dit is overigens een grote en een van de problemen die dat mobiele telefoontje, die concentratie in de klas, een van de dingen die effectief in de les gebeuren, is dat als er één docent op een school zegt, ja, maar ik gebruik dat mobieltje voor Kahoot, dan hebben al die andere leraren iedere dag 5 minuten ellende, want zeggen bij de buurman mag het wel en zo krijgen we de problemen nooit uit de wereld. Dank u wel. U refereerde al aan de heer Beertema en de heer Beertema heeft een interruptie voor u. PVV. Ja, voorzitter. Een motie voorgesteld. 6 november 2018, nummer 85. Constateren leraren onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het bewaken van de orde en het genereren van aandacht voor de lesinhoud, mobiele telefoons, bladibla. Verzoekt de regering om een verzoek op mobiele telefoons in de klas in te stellen. Primair voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs. Was getekend Beertema. Weggehoond is die motie. Weggehoond door alle partijen. Oh, daar heb je Beertema weer, die PVV. Weet je, die conservatieven gaan hier met hun tijd mee en zo, weet je wel. En nou komt het CDA. Komt het CDA. Nu wonen ze weer. Ik heb een voorstel. Zullen we die motie nog een keer indienen en dan mag u meetekenen? Nou. Zullen we het heer zo Peters. Doen? Ik vind hem fantastisch. Laten we de motie samen indienen. Goed. Want ik ben het... Overigens, weghonen is nooit een best plan. En op inhoud bekijken we. Oké, okay, gaan we hem samen indienen. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Menen voor een interruptie namens D66. Voorzitter, laat ik beginnen met te zeggen dat ik het probleem ook zie in de klas. Ik denk dat iedereen dat hier wel ziet. En zeker, wij geven zelf het slechte voorbeeld in reactie op het voorstel van de heer Peters. Zie je dat ook? Mensen zeggen op Twitter bijvoorbeeld van misschien moet je eens beginnen in de Kamer. Maar goed, dat is niet het voorstel van de heer Peters. Dat is om nu even een wet te maken waarmee hij blijkbaar denkt dat hij in de klas kan ingrijpen. Maar ik vind dat de heer Peters een beetje shopt in wanneer de overheid er nou wel en wanneer niet van is. Een tijdje geleden hadden we hier een echt heel groot probleem aan de orde, namelijk het leerlingvervoer. En dat is nog steeds een heel groot probleem. De hele Kamer, op het CDA na, heeft een motie gesteund die zegt, daar gaan wij ons nu mee bemoeien, we gaan er iets van vinden. En de heer Peters stond daar en die heeft zelfs een stemverklaring over die motie afgegeven en zegt, nee, daar gaan we niet over. En nu hebben we een probleem waarvan we zeker weten dat we er niet over gaan, over wat er in die klas gebeurt. De heer Peters is hier begonnen met een enorme lofzang op de leraar die in positie gebracht moet worden. En het allereerste wat hij doet is zeggen, ik zal wel eventjes zeggen wat jij moet doen, die telefoon die gaat die klas uit. Ik heb daar problemen mee en ik vraag me af, ik vraag aan de heer Peters, wanneer gaan we nu wel en niet ingrijpen? Wanneer is nu iets wel van de leraar? Wat is het volgende? Gaan we kladpapier in de klas verbieden of juist niet? Moet iedereen een kladblaadje naast zich hebben? Waar gaat dit heen? Heer Peters. Ook gezien artikel 23. Zeg ik dan maar. Nou ja, bedankt daarvoor. Maar daar komen we nog wel weer op terug. Kijk, wat u nu doet is twee dingen aan elkaar koppelen, niet te koppelen zijn. Allereerst die motie over leerlingenvervoer. De hele Kamer wekte hier de indruk door te zeggen, weet je wat we gaan doen? We gaan tegen ouders zeggen waarvan de gemeente het leerlingenvervoer niet goed heeft geregeld. De gemeente gaat er namelijk over wat we gaan doen. We gaan tegen die ouders zeggen, u mag een taxi op kosten van de gemeente gaan vragen. Dat staat in die motie.
Ja, dat is de indruk wekken dat je erover zou gaan, maar dat gaat niet gebeuren. Het enige wat gaat gebeuren is dat ouders naar de gemeente gaan met een bonnetje voor de taxi, die ze niet vergoed gaan krijgen door de gemeente. Enfin, dus het is gewoon een schijnmotie die nergens over gaat. Wat u had moeten doen, als u dat vond, dan zeggen we gaan het leerlingenvervoer maar eventjes nationaal organiseren. Dan had ik er ook tegen geweest, maar dan had u hier iets aan gedaan. Dus het was een motie die mooi klonk, maar die gewoon niet werkte. En dat blijkt ook, want één dag later of een week later zeggen ze, hey, die motie is toch aangenomen en er verandert helemaal niks. Nee, er verandert niks, want we gingen er niet over en dat wisten we ook wel. Nu hebben we iets, die mobieltjes, waarvan ik zeg, dit is echt een concreet probleem. Iedere leraar heeft last van, iedereen hier, kamerbreed of ze honen of niet, die zeggen inderdaad in de klas, ja, als we die mobieltjes in de hand hebben, dan wordt er helemaal niet geleerd. Dus het is een probleem. En op dit moment gaan wij daar ook niet over. Maar dat is nou net het probleem. Dat kun je nou wel even veranderen. En dan zeg je van, ik ga die docenten die iedere dag worstelen gewoon helpen. Dat wij hier met z'n allen de norm zetten. Hup, die flauwekul, dat doen we niet meer. En dan wordt er beter geleerd. Nu gaan we er niet over. Als we een wet maken, gaan we er wel over. En dat kan. Zoals we ook een wet hadden kunnen maken. Wij gaan weer wel over leerlingenvervoer. Maar ja, die hebben we niet gemaakt. En dat was ook het voorstel van meneer Van Menen niet. Dus dank u wel. De heer Van Menen, vervolgvraag. Ja, voorzitter, dat is omdat wetgeving te lang duurt voor acute problemen. Maar goed, dat heb ik de heer Peters al uitgelegd. Dus dan moet je iets anders doen. Ja. Maar ik ga het nu niet over het leerlingvervoer hebben. Dat komt straks nog wel. Ik hoorde vanochtend de heer Peters ook op de radio. En hij begon dus zijn betoog met een enorme lofzang op de leraar. Maar daar zei hij, ik ken geen leraar die interessanter is dan TikTok. Ja. En daar zou ik toch nog wel even op door willen vragen bij de heer Peters. Ik ken namelijk wel leraren die interessanter zijn dan TikTok. Sterker nog, ik ken ook leraren die zelfs heel interessant zijn op TikTok. Dus ik denk, ik vraag aan de heer Peters of hij deze zin niet beter had kunnen stoppen als volgt. Ik ken geen leraren. De heer Peters. Nou, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben een leraar en ik kom uit een onderwijsfamilie 5 generaties lang. Alles, alle kinderen, alle moeders, alle vaders, alles is leraar. En dus ik ken er heel veel. Ik heb op veel scholen gewerkt, dus dat is een flauwe jijbak die nergens over gaat. Dus ja, maar mijn punt is dat een mens niet 2 dingen tegelijkertijd kan doen. Gewoon wetenschap. Dus als ik op TikTok zit in mijn telefoon, dan hoor ik gewoon niet wat die interessante leraar zegt. Dus ja, wat ik zei, dat klopt gewoon. Dus geen woord aan terug te nemen. En natuurlijk, even, ik ken ook wel leraren die fantastisch kunnen vertellen dat als ik begin met luisteren, dat ik dan misschien even net niet op mijn TikTok-filmpje zit. Maar semantisch, hè? Beetje flauw ook. Dank u wel. U heeft nog een interruptie van de heer Al-Yazini, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik heb ook gehoord het voorstel van de heer Peters. Ik heb wel even een vraagje, want de mobiel wordt niet alleen gebruikt voor TikTok en voor andere apps om gewoon de dag door te komen als jongere of kind. Maar het wordt ook bijvoorbeeld gebruikt voor magister. Het wordt gebruikt voor It's Learning, Some Today. Je ziet dat er steeds minder papieren agenda's op school zijn en dat alles digitaal is. Hoe wil de heer Peters dan dit voorstel tot een verbod combineren met het feit dat de mobiel en de mobiele devices steeds vaker en meer als onderdeel van school en les gebruikt worden verenigen? De heer Peters. Ja, u beschrijft het probleem. Wat zou het toch verkeerd kunnen gaan als ik mijn agenda moet gaan doen met een apparaat wat gewoon de hele dag om aandacht vraagt op andere vlakken dan net waar ik mee bezig moet zijn? Wat zou er fout kunnen gaan? Dus gewoon, u beschrijft het probleem. Het is niet de bedoeling dat we in de les zitten met een mobieltje te kijken op magister of wat dan ook. Want het vraagt aandacht om andere dingen. Dat is nou net het punt. Wij zijn gaan denken dat een kind 2 dingen tegelijk kan. Omdat hij een telefoon in zijn hand houdt en een beetje rondkijkt, denken we dat hij en met zijn telefoon bezig kan zijn en de les kan volgen. Dat is gewoon klets. Dat kan gewoon niet. Dus ik begrijp wel dat we het integreren en dat we sommige leraren die gebruiken hem voor Kahoot of zoiets dergelijks. Dat bestaat allemaal, er zit ook een rekenmachine op, bestaat allemaal. Maar het vraagt aandacht op andere vlakken, op alle vlakken. En ze kunnen geen 2 dingen tegelijk. Dus u beschrijft het probleem. Dank u wel, de heer Al-Yazini, voor een vervolgvraag. Ja, dank u wel. En ik ben blij ook met dit antwoord, omdat dat meteen direct terechtkomt in mijn vervolgvraag. Namelijk, als we goed onderwijs voor onze kinderen willen hebben, dan is digitale geletterdheid en digitale vaardigheden een onderdeel van. Dat betekent dus ook dat je moet leren als kind wanneer je wel en niet dat mobieltje moet gebruiken. Wanneer je het gebruikt om bijvoorbeeld magister of opdrachten mee te doen. Dat je ook weet dat het niet bedoeld is voor TikTok. En daar is die ruimte die we docenten en leraren willen geven, is daar juist cruciaal voor dat we ze vertrouwen in de klas en in de les. Mijn vraag even aan de heer Peters is tweedelig. Het eerste is het niet verstandiger dat kinderen leren hoe ze met hun mobiel om moeten gaan überhaupt? Omdat ze straks, als ze in de echte wereld rondlopen, dat ze dat nooit hebben gekregen. En ten tweede,
Wat is het verschil tussen het wettelijk verbieden nu en dat de uitvoering nog steeds in de klas zit, of dat het in de klas wordt verboden en de uitvoering nog steeds in de klas zit? Want volgens mij lost het het probleem niet op. Dat is namelijk handhaving in de klas door de leraar of docent. Heer Peters. Nou, eerst even dat digitale geletterdheid. Dit telefoontje is ontworpen om je aandacht vast te houden, op te pakken en vast te houden. Daar is je op ontworpen. Er zitten zoveel instrumenten in die het verslavend maken bijna. Hoeveel mensen er niet met hun oren aan dat ding vastzitten, omdat die zijn ontworpen om verslaafd van te maken. Dus om dan te zeggen, ja, het is zo ontworpen en briljant ontworpen om u de hele dag daarmee bezig te houden, maar we gaan u leren dat dat niet verstandig is. Ja, dat is toch hetzelfde. Hier is een pak sigaretten, rook het maar leeg en dan zeg ik ernaast dat dat onverstandig is. Ja, dat werkt zo niet. Je zegt gewoon niet roken tegen een kind. Dus dat ten eerste. Die tweede is, ja, u heeft gelijk, als we dat verbod die we op school doen in die klas zouden kunnen handhaven op een manier dat het ook werkt, zou het effect hetzelfde zijn. Het probleem is, dat doen we niet, omdat er geen norm is die voor iedereen geldt. Al bijna niet in heel veel scholen al niet, laat staan landelijk. Dus mijn pleidooi is echt, doe het nou, want het gaat direct effect helpen en helpen voor iedereen. Zet gewoon een rode streep. We gaan geen aandachtverslavend kastje in de lessen hebben, die leggen we gewoon in het kluisje. En we helpen die docenten, als we zeggen, dat mag niet alleen van mij niet, het mag ook bij de buurman niet, ook bij de andere buurman niet. En we doen dat gewoon samen, want net als thuis, als papa en mama verschillende normen hebben, dan hebben we geen norm. Eén norm voor iedereen, klaar af. Dank u wel. Dan heeft u nog een interruptie van de heer Quint, SP. Ja, laat ik het wat positiever aanvliegen. De heer Peters kent mij altijd een baken van blakend optimisme. Het was niet de eerste prioriteit die ik op mijn lijstje had staan van dingen die ik vanuit Den Haag zou willen regelen. Maar kunnen wij nu in ieder geval afspreken dat wanneer wij de komende jaren het gaan hebben over zaken die niet goed gaan in het onderwijs en dat we daar strenger op toe willen zien vanuit Den Haag, dat het CDA dan niet zich gaat verschuilen achter artikel 23 en het is echt de vrijheid van scholen om dat op deze manier te regelen. Als wij op dit niveau gaan ingrijpen op scholen, valt met mij over te praten, hè? Maar dat we dan niet de eerstvolgende keer als er iets minder vergaands komt, wat niet gaat over in de klas, maar bijvoorbeeld de organisatie, het verbieden van uitzendbureaus, ik noem maar iets, okay. Dat we dan niet gaan zeggen, ho wacht, artikel 23. De heer Peters. Dank u wel, voorzitter. Artikel 23 gaat over van wie het onderwijs is. Maar goed, ik hoef die discussie niet uit te leggen, daar zijn we het over eens. En over over het aanpakken van uitzendbureaus en dat soort dingen, dat zijn dingen waar met mij echt wel over te praten valt. Kijk eens aan. Vervolgde uw betoog, want we waren bij uw dilemma gebleven. Nou, dat dilemma kan ik meteen weghalen, want het dilemma hebben we nu uitgebreid besproken. Kijk eens, het dilemma is, gaan wij er collectief iets van vinden en ergens een streep onder zetten wat direct helpt? Of doen we het niet omdat we denken, ja, we leggen het bij die school. Mijn afweging hierbij was, we helpen docenten die al lang zeggen, ik wil dit niet in de klas, maar we helpen ze door het handhaven daar een stuk gemakkelijker te maken. En dat is mijn afweging en daarom wil ik in dit geval op die manier reageren. Maar voorzitter, daarnaast, wat zijn de grote zorgen voor het onderwijs van deze tijd? De eerste is de grote zorg binnen het onderwijs, het enorme leraartekort. De minister komt, geheel conform de verwachting, met actieplannen en oplossingsrichtingen en dat is mooi. Maar een blik gemotiveerde, bevoegde en bekwame docenten opentrekken, dat gaat helaas niet, die zijn er namelijk niet. Maar het grootste probleem is niet dat we te weinig leraren opleiden, het probleem is dat we ze binnen een paar jaar het onderwijs weer gedesillusioneerd zien verlaten. Lesgeven als survival of the fittest, zonder helder kader en zonder heldere opdracht en al helemaal zonder ondersteuning van een team voor de klas worden gezet. Dat is, zeker in deze tijd, een bijna onmogelijke opgave. En mijn vraag aan de minister is dan concreet de volgende. Wat kunnen scholen nou doen om leerkrachten te behouden, te begeleiden en iedere dag als team een stukje beter te maken? En hoe kan de minister ze daarbij helpen? En voordat meneer De Hoop daarop gaat interrumperen, ik vind duale opleiding, er is geen enkel ding wat ik uitsluit om te doen, om te kijken hoe we dit op kunnen pakken. De tweede zorg binnen het onderwijs is de enorme werkdruk. En in mijn analyse is die werkdruk deels te verklaren doordat niet langer de leraar centraal is komen te staan, maar het kind. Met andere woorden, hebben we nu niet helder genoeg omschreven wat ieder kind moet kennen en kunnen. Niet als streefgetal, maar als lat waar alle kinderen overheen moeten. Wij werken gewoon niet gestructureerd en structureerd met z'n allen aan die lessen. Maar we meten wel de voortgang van ieder individueel kind, waarna we de opgelopen achterstanden medicaliseren en individuele handelingsplannen gaan eisen waar docenten zich aan moeten houden. Maar dat maakt natuurlijk geen docent waar, hoe hard hij of zij het ook probeert. Dat levert chagrijn op, extra werk, boze ouders. Leraren die zijn zich noodgedwongen gaan gedragen als hulpverlener. Ze moeten wel, maar ze zijn het niet.
En kinderen en ouders die de weg weten, die kopen oplossingen in via de jeugdzorg en de kosten van de gemeente en laten hulpverleners leraar spelen om de leerachterstanden dan weer weg te werken. Is de minister het met het CDA eens dat veel werkdruk verminderd kan worden door ons te focussen echt op goed lesgeven en te stoppen met individuele kindcentraal stellen op die manier? Maar de goede les van Andy Hargreaves, de onderwijskundige, in acht te nemen en te zeggen: what is essential to some is good for everybody. Dus laten we gewoon wat noodzakelijk is voor de een, wat voor iedereen doen. Dat werkt beter. Voorzitter, de derde zorg is de kansenongelijkheid. Geen enkel kind heeft gelijke kansen, want geen enkel kind is gelijk. Doordat we ons onderwijs niet op orde hebben, krijgen kinderen die een minder steunende omgeving hebben wel vaker een ingewikkeld leven. En ook hier is overheidsingrijpen met heel veel geld niet per se de hele oplossing. Soms in tegendeel, zou ik zeggen. De NPO-gelden hebben ook voor gezorgd dat scholen met minder grote zorgen, maar met het hele vele geld, leerkrachten hebben kunnen wegtrekken uit scholen waar ze veel harder nodig waren. Dus ook hier, formuleer nou kraak en kraakhelder wat kinderen, alle kinderen, moeten kennen en kunnen en zorg dat leerkrachten exact weten wat hun opdracht is. Vraag aan scholen verantwoording over de vraag hoe ze werk gaan maken van die vervulling van die opdracht, als team, op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Bied ondersteuning daar waar nodig en dat is dan een masterplan basisvaardigheden. Voorzitter, en dan de motivatie van leerlingen. Ik sprak laatst met een vriend van me. Die had een wonderlijk gesprek met een ouderpaar over de voortgang van ons kind. En die hoorde: onze zoon is niet gemotiveerd. Wat gaat u daaraan doen? Ja, helemaal niks natuurlijk. Want leren is niet per se leuk. Leren doet zelfs pijn. Maar wanneer je iets eerst niet kon en na een tijdje wel, dan is dat wel leuk. De kunst van het lukken. Het is eigenlijk niet mogelijk vanuit Den Haag de motivatie van leerlingen te vergroten. Motivatie zit hem in het hoofd, in het hart en de handen, in de eigenheid, gezien worden, invloed hebben, in behapbare uitdagingen, in spelen met vrijheid en verantwoordelijkheid. Zaken waar een goede leraar intuïtief ook de weg mee weet. Wat we wel kunnen doen is het bevorderen van concentratie op focus en kwaliteit, zodat meer lukt. En dat werkt motiverend. Voorzitter, ooit was ik een paar weken directeur op een school. Ik ben vaker directeur geweest op een school, maar als interimmer. En het viel mij op dat aan de overkant van mijn werkkamer een leerling wel erg vaak na schooltijd aan het tekenen was. En er moet een uur of half vier geweest zijn dat ik koffie ging halen, even aanklopte en vroeg: lust je eigenlijk ook koffie? Nou, dat lusten ze wel en we raakten aan de praat. Het bleek dat ze had gespijbeld en dat ze daar moest zitten omdat ze straf had. Nou, ik zeg, wat je gisteren deed, dat maakt me niet zoveel uit, zei ik. Het gaat erom wat je vandaag kunt doen. En jaren later vond ze mij via Facebook of ze langs mocht komen in de Tweede Kamer. Ze wilde me iets laten zien. Dat mocht. Natuurlijk. Aan mijn tafel op mijn kamer, en ze dronk nog steeds suiker en melk in de koffie, zei ze: jij zei vroeger dat ik talent had om te schrijven en dat ik daar iets mee moest doen. En dat heb ik gedaan. Toen ik op school zat, ging het niet goed met mij. Ik had een hele nare ervaring met een man uit het dorp en praten was niet gemakkelijk. Maar ik ging me wel lastiger gedragen en dat maakte veel mensen boos en dus kreeg ik straf. Jij was niet boos en dat was belangrijk. En inmiddels heb ik gesproken met die man in kwestie en ik heb naar aanleiding van het gesprek een boek geschreven. En dat boek wil ik in concept aan jou geven. Ik was met stomheid geslagen, ik wist van niks, ik gaf enkel alleen maar koffie. Inmiddels is het boek echt af en ik wil het eigenlijk aan de minister geven, maar nou wil het probleem dat ik het boven heb laten liggen. Dus, maar dat boek ga ik ophalen, dat krijgt u. Voorzitter, ik sluit af. Het onderwijs heeft zorgen. Geen problemen die wij nu op gaan lossen, maar zorgen... Maar wel zorgen, echte zorgen waar een geëmancipeerde beroepsgroep samen met ons nu mee aan de slag kwam. Tot zover. Dank u wel, meneer Peters. En dat boek houdt de minister nog te goed. En dank daarvoor. De volgende spreker is ook de spreker van het CDA en dat is de heer Van der Molen. Kan hij iets naar beneden, voorzitter? Ja. Dan voel ik mij natuurlijk gepasseerd dat ik als collega dat boek niet als eerste heb gekregen. Maar goed. Dan leen ik hem van de minister die naast mij zit. Voorzitter, mijn collega Peters die sprak zo net onder andere over het lerarentekort. Ik doe daar graag nog een voorstel bij. Leerkracht worden zou zo simpel moeten zijn als het binnenlopen van een school. En dan volgt de rest vanzelf. We horen van veel mensen die leerkracht willen worden, dat zij door de bomen van de verschillende financiële regelingen en routes om leraar te worden het bos niet meer zien. Voor elke groep is er wel een subsidie of een regeling. En we willen die ministers op de koers zetten om rigoureus te snoeien in regelingen en deze te vervangen door budgetten voor opleidingsscholen. Als je leerkracht wil worden, meld je je bij de opleidingsschool in je regio en die gaat kijken welk school en traject bij jou past en hoe dat financieel zo goed geregeld kan worden, dat je dat opleidingstraject ook gaat bekostigen. En ik zou voor dit voorstel graag een reflectie van de minister horen.
Voorzitter, ik ga door op het mbo. Er blijkt een probleem te zijn rondom de structurele financiering van de vakwedstrijden in het mbo. De Skills Talents en de Skills Heroes, dat is ook het vmbo. Duizenden leerlingen van het vmbo en de studenten van het mbo doen mee aan deze skillswedstrijden. En de minister zegt geregeld dat je moet kunnen excelleren in alle vormen van onderwijs. Of het nou het winnen van de Nobelprijs voor de scheikunde is, of goud winnen bij de vakwedstrijden als applicatie- en mediaontwikkelaar. Ik vraag dan ook de minister om geld vrij te maken om deze wedstrijden ook na 2023 mogelijk te blijven maken. En ik overweeg samen met mijn collega El Yassini van de VVD een motie om structureel geld vrij te maken voor die vakwedstrijden. Graag een reactie van de minister. En ook vraag ik, net als de heer El Yassini, aandacht voor de Ambachtsacademie, waar de middelen van ter discussie staan. En ik vraag de minister wat daarvan de stand van zaken is. Voorzitter, ik stap over naar het hoger onderwijs. Wat het CDA betreft zijn universiteiten geen bedrijven die concurreren op de internationale kennismarkt. Zo is wel jarenlang tegen de universiteiten aangekeken. Marktanalyses, groeidoelstellingen en concurrentie. Woorden die wezensvreemd zijn aan de kern van waarom je aan onderwijs en onderzoek doet. Zo is ook lang naar de werving van internationale studenten gekeken. Ik heb dat mijn collega van de VVD al horen zeggen. Alles kon ingeruild worden voor die groei. De Nederlandse taal, de werkdruk van docenten, maar bijvoorbeeld ook nog het beperkte aanbod aan studentenwoningen. Universiteiten zijn geen bedrijven die concurreren op de internationale kennismarkt. Ze zijn publieke instellingen die met beleid dienen te internationaliseren. De steeds verder groeiende instroom van internationale studenten vraagt onze dringende aandacht. Dank u wel. En heeft een interruptie van mevrouw Paul Verweij van Ja 21. En dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de vraag naar de Ambachtsacademie. En dat is muziek in mijn oren. Want mevrouw Van der Plas en ik hebben vanochtend een amendement ingediend. Dat wil voorzien in het behouden van de Ambachtsacademie. Door daar geld voor vrij te maken. Dus ik zou eigenlijk willen vragen of we daar steun voor kunnen verwachten vanuit het CDA. De heer Van der Molen. Voorzitter, meerdere collega's hebben dat antwoord al gegeven. Ik wil prima naar dat voorstel kijken. Ik zal dan ook heel kritisch kijken naar de dekking of die me ook aanstaat. Maar goed, dat is natuurlijk waar je altijd bij een amendement naar kijkt. Maar ik denk dat wij met elkaar delen dat dit van belang is. Maar ik wil de minister ook vragen hoe hij er naar kijkt. Maar ik ga naar uw amendement natuurlijk kijken. Dank u wel. Vervolgt uw betoog. De steeds verder groeiende instroom van internationale studenten vraagt onze dringende aandacht. Dat had ik al gezegd. De minister komt in het voorjaar met een aanpak. En die is er deels al, voorzitter. De universiteiten de mogelijkheid geven om te sturen op de instroom in Engelstalige studies. Dat heb ik met oud-collega Wiersma, hier aanwezig, in de wet taal en toegankelijkheid geamendeerd. Maar die wet ligt in de Eerste Kamer te wachten totdat er antwoorden komen van het ministerie op de gestelde vragen. Er moet dus meer gebeuren en dat betekent wat het CDA betreft stevig ingrijpen. We zien een veel meer gereguleerde instroom voor ons, die kleiner is, maar veel meer gericht. En ik doe de minister een aantal suggesties, als u nu toch aan het nadenken is over wat er in zijn aanpak zou moeten staan. 1. Stop met volledig Engelstalige bachelors. Op die regel zijn vast uitzonderingen te bedenken, maar dat moet wel de regel zijn. De opbrengst daarvan, het CPB schat dat op 150 miljoen, vloeit dan wat het CDA betreft terug naar instellingen die het aantal studenten weten vergroten dat 3 jaar na afstuderen nog in Nederland werkt. Want daar scoren we niet goed op. 2. Maak voortvarend de numerus fixus mogelijk op Engelstalige masters en maak daarover centrale afspraken, zodat universiteiten niet langer om de internationale student concurreren. En deze centrale afspraken zouden moeten worden toegestaan om de instroom groter te hebben bij studies gericht op tekortsectoren, het belang van onze arbeidsmarkt, bijvoorbeeld beta-techniek, maar niet uitsluitend. En ga dan ook zo schaken dat we, en ik noem maar een voorbeeld, minder Duitse studenten in Nederland hebben die in het Engels psychologie komen studeren. Want daar heeft onze arbeidsmarkt minder behoefte aan. Dank u wel. U heeft een interruptie van de heer Beertema van de PVV. Nou, even voor alle duidelijkheid, voorzitter. Wij zijn van plan om een motie in te dienen, alweer, want dat doen we al heel lang, om alle bachelorfase studies in het Nederlands aan te bieden op verantwoorde uitzonderingen na. Hoor ik nu het CDA zeggen dat dat een motie is die zij onderschrijven? U kunt natuurlijk elke motie indienen. Ik zal daar serieus naar kijken. Ik kan u goed volgen. Het gaat er even om, en er zijn wel meerdere moties ingediend, soms waar wij ook tegenstemmen, omdat dan net even hoe het er staat bijvoorbeeld een te groot aantal uitzonderingen mogelijk maakt. Daar wil ik naar kijken.
Het is ook mijn idee, dus misschien kunnen we daar iets in doen. Merk wel even op dat ik wel vind dat de minister de ruimte moet hebben om zijn eigen afweging te maken. Maar goed, daar moeten we dan nader even met elkaar over spreken. Ministers hebben altijd ruimte om eigen afwegingen te maken. Veel te veel wat mij betreft. Maar ik ben blij dat we elkaar hier kunnen vinden. Dus dat kunnen we goed zaken doen, denk ik. Laten we daar even contact met elkaar over hebben. Dank u wel. Vervolgt uw betoog. Voorzitter, een derde punt zou ik zeggen. Geef universiteiten in krimpregio's die meer dan andere universiteiten leunen op de inkomsten uit internationale studenten een hogere vaste voet. Zodat hun financiering, als er minder internationale studenten, niet overdreven daalt. Want daar moeten we natuurlijk ook rekening mee houden. Een vierde wat ik zou willen noemen is om bij onderwijsinstellingen een verantwoordelijkheid voor de huisvesting van internationale studenten neer te leggen. Wij zien nu dat er een enorm gebrek is aan studentenhuisvesting en wij vinden dat universiteiten daar ook een rol in zouden moeten spelen. En dan het vijfde en laatste, handhaaf de wettelijke bepaling dat Nederlands de voertaal is in het hoger onderwijs. En de verengelsing is een horde geworden voor Nederlandse jongeren die willen gaan studeren. En dat staat haaks op de taak die onze universiteiten hebben. Graag een reactie van de minister. Voorzitter, de opleiding Nederlands in het buitenland dreigen om te vallen. We hebben samen met de VVD eerder eenmalig €400.000 beschikbaar gemaakt. En we begrijpen dat er oeverloos wordt vergaderd over de vraag waaraan dit geld moet worden uitgegeven. Terwijl de opleidingen structureel onder druk staan. En ik wil dan ook van de minister weten of hij bereid is structureel financieel bij te dragen aan de opleiding Nederlands in het buitenland. Voorzitter, ik heb begrepen dat mijn collega De Hoop in zijn inbreng aandacht zal vragen voor de hoogleraar Fries bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daar zal ik niet nu zelf over beginnen, maar ik voeg daar nog wel iets aan toe. Al veel langer is onderwijs in de Friese taal op basis van de wet een vast onderdeel op Friese scholen voor basis en voortgezet onderwijs. En voor die wettelijke taak krijgen scholen nauwelijks extra geld en dat leidt tot knelpunten en de kwaliteit neemt af. En dat staat haaks op het voornemen van minister Wiersma om de basisvaardigheden van kinderen en jongeren te verbeteren. En ik vraag minister Wiersma dan ook wat hij specifiek wil doen voor dat schoolvak Fries. En anders gaan we hem met een amendement misschien een stukje op gang helpen. Voorzitter, de begroting die voorligt is een historische onderwijsbegroting omdat de basisbeurs terugkeert. En daar hebben wij als CDA samen met andere partijen jarenlang voor geknokt. En samen met D66 hebben we het voorgestelde bedrag voor de basisbeurs kunnen verhogen en minder inkomens recht kunnen geven op de aanvullende beurs. Pas als je ouders meer dan €70.000 gaan verdienen, krijg je als student geen aanvullende beurs meer in plaats van de €50.000 wat het eerste voorstel was. En toch, voorzitter, zien we financiële zorgen onder studenten. Die hebben op dit moment te maken met de hogere kosten voor uitwonende studenten. Daarvoor wordt de aanvullende beurs eenmalig verhoogd voor het studiejaar 2023-24. Dat gaat in per september van komend jaar. Voorzitter, wat zou de minister, dat vraag ik hem ook, ervan vinden als we deze verhoging met 2 jaar zouden verlengen? Dat zou inhouden dat studenten ook in het studiejaar 2025-26 recht houden op een tijdelijk hogere uitwonende beurs. En dat is om 3 redenen een goede zaak. Als eerste, studenten profiteren pas vanaf september volgend jaar, terwijl de rest van Nederland al profiteert van het koopkrachtpakket vanaf 1 januari volgend jaar. Het tweede punt is, studenten verliezen vanaf het studiejaar 24-25 de eenmalige korting op het collegegeld. En 3, we hopen natuurlijk anders, maar de hoge energieprijzen zouden nog wel eens kunnen blijven. En ik vraag dan ook een reactie van de minister op dit concrete voorstel. Voorzitter, ik eindig mijn inbreng met de maatschappelijke diensttijd. Misschien wel het belangrijkste waar het in het onderwijsdebat over zou moeten gaan. En ik koppel dat aan de aandacht die ik in de afgelopen jaren heb gevraagd voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het hoger onderwijs. In de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd dat de instellingen voor hoger onderwijs mede aandacht schenken aan de persoonlijke ontplooiing van hun studenten en de bevordering van hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Vandaar dat ik samen met collega Segers ervoor pleit om de resterende middelen voor de maatschappelijke diensttijd te investeren in projecten op het mbo en in het hoger onderwijs. Mijn voorkeur in projecten waar alle soorten studenten, mbo, hbo, wo, elkaar zouden kunnen ontmoeten. Ik denk dat dat goed is voor de relatie tussen deze groepen. In het mbo heeft men met de maatschappelijke diensttijd al een voortvarende start gemaakt, maar we zien ook mogelijkheden om dat in het hoger onderwijs te doen. Graag een reactie van minister Wiersma. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Molen namens het CDA. Dan is de volgende spreker van de zijde van de Kamer de heer Quint namens de SP.
Ja, dank u wel. Ik heb zelf het Kamerlidmaatschap ook altijd als een soort maatschappelijke dienstplicht gezien. Een paar jaar geleden werden hier in de Kamer crisismaatregelen besproken. Crisismaatregelen tegen het lerarentekort. Echt tijdelijk zouden ze zijn. En nooit zouden wij eraan hoeven te wennen dat kinderen maar 4 dagen per week naar school gaan. Of dat vrijdag de dag werd dat ouders kwamen oppassen in de klas. Samen met mevrouw Westerveld hebben we nog hier tot laat in de avond geknokt om tenminste te voorkomen dat die vrijdagen zouden meetellen als officiële lestijd. Motie werd aangenomen, gebeurde niks mee. Net als mijn motie om het lerarentekort op een fatsoenlijke manier in kaart te brengen, gebeurde ook weinig mee. Een paar jaar verder worden we door dit kabinet voorbereid op wat zij onorthodoxe maatregelen noemen. En gebeurde precies waar wij toen voor waarschuwden. Het tekort werd verdoezeld, de maatregelen dreigen uitgebreid te worden en het alternatief is gewoon een dag helemaal niet naar school. Want kiest u maar, dit is toch beter dan niks? Ik vul me vast in wat de minister gaat zeggen morgen. En de minister legt dilemma's bij de Kamer neer, maar laat ik er eentje bij hem terugleggen. Wat is op termijn beter voor het onderwijs? Volle bak inzetten op de herwaardering van het beroep, op het bewaken van de kwaliteit, op het verbeteren van inkomen, op het werven van nieuwe mensen. En dan op de koop toenemen dat je nu inderdaad, nu met het tekort, wel eens een keer lesuitval gaat hebben of boze ouders gaat hebben. Of nu labmaatregelen nemen die de lange termijn aantrekkelijkheid en kwaliteit van het onderwijs zouden kunnen ondermijnen. En bovendien, zolang uitzendbureaus zoals Maandag nog via LinkedIn als een bezetene jagen op alles met een hartslag, zolang ik niet van het Kamergebouw naar Leiden kan rijden met de auto zonder 12 spotjes te horen over hoe je voor 15.000 euro je kind kunt laten trainen bij Luzak zodat hij naar het gymnasium kan, zolang we in de eerste jaren na het afstuderen een kwart van de docenten kwijtraken aan stress, aan burn-out, aan geen zin, is er geen lerarentekort, maar is er bestuurlijk falen. In de bestuurskamers van het onderwijs, zeker, maar ook hier. Nou, de minister wil onorthodoxe maatregelen. Ik hoop, ja, hij heeft een pen bij de hand. 1. Verbied uitzendbureaus in het onderwijs. Keepen ze eruit. Bied die docenten een plek aan in een flexpool die door de overheid en door onderwijsbestuurders bestuurd wordt. Voor ziekte en vervanging. Geef de mensen die nu via een uitzendbureau werken een goede kans om een lerarenopleiding te doen. Heb je nog geen bevoegdheid, dan gaan we je helpen. 2. Rook bijlesbureaus uit. Geef iedere student die daar aan het werk is de kans is om een docentgraad te halen, waarna die een contract ondertekent dat wij dat voor jou betalen als jij nooit meer voor zo'n bijlesbureau aan de slag gaat. 3. Scheld studieschulden kwijt na 5 jaar als iemand nog steeds voor de klas staat. 4. Handhaven het reclameverbod voor bijlesbureaus op scholen. Verbied het verhuren van ruimtes aan scholen. Zorg dat gemeenten ingrijpen. Beboet zowel de school als het bijlesbureau als ze zich er niet aan houden. 5. Verplicht scholen een exitgesprek te doen met elke docent die binnen een paar jaar het onderwijs verlaat. Dat exitgesprek moet door allebei ondertekend worden en er gaat een kopietje van naar de onderwijsinspectie. Dan kunnen we kijken welke scholen het nalaten om een docent goed te begeleiden. 5, 6, ik weet niet hoe ver ik ben ondertussen. 6? Doen we dat. Geef docenten na een jaar een vast contract. 7. Bombardeer ons met spotjes over hoe mooi het leraarschap is. Bijkomende winst is dan ook nog dat je concurreert met die bijlesbureaus die dan straks hun reclamespotjes niet meer kunnen betalen. 8. Beloof dat met elke docent die erbij komt, jij investeert in kleinere klassen op de basisschool en minder lesgeven voor een docent op de middelbare school. Dat is hard nodig voor de lange termijn aantrekkelijkheid van het beroep. 9. Ken hulp toe als een docent daarom vraagt. Verantwoord achteraf. Zo decimeer je de bureaucratie waar passend onderwijs nu mee gepaard gaat. 9, denk ik. 10. Kijk, de minister is in ieder geval heel enthousiast. Geef onderwijsassistenten meer kans om leraar te worden. Geef medewerkers op de buitenschoolse opvang meer kans om een deel van de dag onderwijsassistent te zijn. 11. Stop de lumpsum. Verplicht scholen een minimumpercentage aan docenten en onderwijsassistenten uit te geven. 12. Stel wettelijke grenzen aan reserves. 13. Verplicht bestuurders minimaal 1 dag per week voor de klas te staan. Desnoods als hulp in de klas, want in mijn ervaring zijn er niet zo heel veel onderwijsbestuurders met een bevoegdheid. 14. Stop met onderwijs vooral een investering in jezelf noemen. 20 jaar van die onzin heeft ons een overdosis aan ondefinieerbare bullshit jobs met een leasebak en een hoog middeninkomen gegeven. Zonder dat we nou echt de maatschappelijke meerwaarde van die beroepen terugzien. Maar je ziet wel dat onze cruciale beroepen worden uitgehold. Ja, als je vooral zegt dat iets een investering in jezelf is en een dure ook met het schuldenstelsel dat hier is ingevoerd, dan krijg je dat mensen gaan kiezen voor een baan waarmee ze dat zo snel als mogelijk kunnen afbetalen. Het is een investering van ons allemaal in de samenleving. En had ik het verbieden van uitzendbureaus al genoemd. Zolang Maandag nog docenten stalkt, is er geen lerarentekort, maar een prioriteitenprobleem. En ik wil de beste nietje doorheen slaan, dan heeft de minister volgens mij zijn actieplan. En eerlijk gezegd, dan nog is dit morgen niet over. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Dan nog gaan er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, maar dan geloof ik wel dat er alles aan gedaan wordt. Ik had nog wat andere, nog wat meer onorthodoxe ideeën. Je zou bijvoorbeeld het kraakverbod kunnen opheffen voor panden waarbinnen commerciële bijles gegeven wordt.
doe je meteen ook wat aan het woningtekort voor studenten. Een toptarief in de belasting voor bijlesbureaus, dat kan ook nog. Maar ik denk dat als we met deze 14 of 15 aan de slag gaan, dat we al een heel eind zijn. Kijk eens aan, we kunnen u niet verwijten dat u geen ideeën en suggesties heeft. Maar u heeft een interruptie van de heer Beertema, PVV. Ja, voorzitter, ik luister er wel met veel plezier naar, hoor, naar de SP. En met een heleboel punten zijn we het altijd hardgrondig eens. Maar hier en daar denk ik van, nou, dan zijn die socialisten, weet je, die DDR revisited, denk ik dan. Een verbod aan ouders om bijlesbureaus voor hun kinderen, weet je, kom op. Die ouders die stemmen met hun voeten. Die zien hoe hun kinderen niet aan de kennis en de wijsheid komen die ze verwacht hadden. Dat is dat falen van het onderwijs, tuurlijk. Maar die ouders die zijn bereid om te investeren in hun kinderen. Die ontzeggen zich andere dingen daarvoor. En die leren die kinderen op een instituut ergens heel goed leren rekenen. Wat is daar dan mis mee? Waarom zou je dat willen verbieden, notabene? Ondernemerschap gaan verbieden, ja. Bijlesbureaus gaan verbieden, die voorzien in een razend grote behoefte. Precies. Inderdaad voor de mensen die het zich kunnen permitteren, maar ook voor mensen die zich daarvoor andere dingen ontzeggen. Dat moeten we niet vergeten. En ik vind het zo socialistisch weer om met de zweep van het mag niet en verbieden en weet ik veel. Kom op, meneer Quint. Dank u wel, de heer Quint. Ik vind het altijd mooi als mijn socialisme verweten wordt. Ja, dat raakt mij niet heel erg, moet ik eerlijk zeggen, meneer Beertema. En dat klopt. Het is een dwang. Het is een forse inperking van de ondernemersvrijheid. Daar kan ik niks aan afdoen. Dat ben ik volkomen met u eens. Maar wat wij nu zien is dat goede mensen het onderwijs verlaten om ofwel bij zo'n bijlesbureau ofwel via een uitzendbureau aan de slag te gaan. En die luxe hebben we nou helemaal niet. Het gaat hier over onorthodoxe maatregelen zoals een vierdaagse schoolweek. Gewoon één dag in de week geen onderwijs. Ja, als ik dan moet kiezen tussen die mensen van die bijlesbureaus en van die uitzendbureaus de kans geven om wel in de klas aan de slag te gaan. En dan inderdaad op wat socialistische wijze in te grijpen. Ja, dan is voor mij die keuze snel gemaakt. De heer Beertema, PVV, voor zijn zesde vraag. En ik geef je even nog voor de rest ook, want ik begreep dat er wat onduidelijkheid was. Maar ik heb aan het begin aangegeven dat er 8 vragen zijn. Dus dit wordt uw zesde. Maar ook voor de rest, u heeft dus 8 vragen. Kan hij er nog 3 aan mij stellen? Nou, die zesde wil ik er nog wel even aan wijden. Ja, alles, dan moeten we ons richten op het onderwijs zelf en niet op de umwelt. Van creatieve ouders en creatieve ondernemers die willen redden wat er te redden valt. Ja. Als het mijn kind zou zijn, ik ben haast wel zeker dat als het over de kleine Quintjes gaat, te zijner tijd, die niet genoeg leren lezen en rekenen, dat u heel stiekem toch eventjes in uw eigen budget gaat zitten putten om ze extra les te geven. Kom op, zeg. Ja, maar daarom verwijt ik het de ouders ook niet. Ik vind het volstrekt logisch dat ouders dat doen. Ja, en zeker als ouders dat kunnen betalen. Maar het feit dat ouders dat het heel logisch is dat ouders dat doen, dat betekent niet dat ik er niet iets aan wil doen dat het maar voor een deel van de kinderen is weggelegd. En als er mensen zijn die kinderen zo goed kunnen leren rekenen, ja, zet die mensen dan voor de klas neer. Geef ze een fatsoenlijke baan. Volgens mij lijkt me dat een win-win scenario. Dank u wel. Vervolgt u het zo? Ja. Samen met mevrouw Westerveld heb ik in het verleden hard gestreden om de uitsluiting van kinderen waarvan de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen te stoppen. Ik vond en vind het onacceptabel dat de meest kwetsbare leerlingen uiteindelijk achterblijven op school terwijl de rest op schoolreis gaat. En ik ben er trots op dat het gelukt is om dat in de wet te verankeren. Maar dan moet je ook niet kinderachtig doen als je van scholen verhalen hoort dat in de uitvoering niet altijd even goed gaat. Wij horen van scholen die bijvoorbeeld preventief stoppen met reisjes en vooral scholen met een armere leerlingpopulatie, om het maar zo te zeggen. Herkent de minister dat? Kan de minister zich voorstellen dat scholen hier geen geld voor hebben? Ook na 2 jaar geen activiteiten, ook met alle NPO-gelden die beschikbaar zijn, ook met de reserves van de besturen? Of zouden die scholen wat beter hun best moeten doen? Hoort de minister ook dat bijvoorbeeld Stichting Leergeld op veel plekken gestopt is met het ondersteunen van scholen? En zou hij eens in gesprek kunnen gaan om te vragen wat daar precies aan de hand is? Want er is geen enkel artikel in de wet die wij geschreven hebben die zegt dat ondersteuning niet meer mag. En betaalbaarheid is meer. Zo moet de school altijd kosteloos iets regelen als bijvoorbeeld laptops verplicht zijn gesteld, maar gebeurt dat lang niet altijd. Zijn er eigenlijk, behalve schoolbesturen die zeggen, ja, we hebben het geld niet meer om op schoolreis te gaan, ook schoolbesturen die zeggen, ja, we hebben eigenlijk het geld voor laptops niet meer. Ik krijg namelijk de stellige indruk dat schoolbesturen dan ineens heel creatief worden in het vinden van nog een potje waarmee er wel iets betaald kan worden.
Een poosje geleden had ik het met minister Dijkgraaf over de vermeende boekenmarkt in het mbo. Maar op middelbare scholen is het niet veel anders. Alleen betaalt de overheid daar de rekening. Boeken worden te laat geleverd. Ze kosten altijd precies het maximumbedrag dat door de overheid wordt vergoed. Heel toevallig is dat. En als je boeken er niet zijn, dan kun je naar een vergoeding fluiten. En stelt een uitgever ook niet online een alternatief beschikbaar. Terwijl die er wel zijn. Als we nou vanwege de kwaliteit al eerder constateren dat je misschien ook wat meer grip wil krijgen op bepaalde lesmethoden. Is dit dan niet een mogelijkheid om ook twee vliegen in één klap te slaan? Wij maken ons zorgen over de soms ronduit naïeve manier waarop er met data wordt omgesprongen in het onderwijs. Gooi je studentgegevens maar in de cloud, pak allemaal je device erbij en laat de docent lekker achter de webcam zitten. Om met dat laatste te beginnen, ik heb hier onder meer met de heer Paternotte in het verleden een voorstel binnengehaald dat de docent in de klas tot norm verheft. En dat mag alleen met zeer zwaarwegende argumenten en met instemming van docent en student van worden afgeweken. En ik constateer dat daar gewoon te weinig mee gebeurt. Zeker niet op mbo's, zeker niet op middelbare scholen, zeker niet op hbo's. En dan kan de minister allemaal argumenten hebben waarom hij onze motie te strikt vindt. Maar die argumenten kenden we ook al toen de motie werd ingediend. Wij willen gewoon dat er op die opkomst van het online onderwijs, dat die een halt wordt toegeroepen en dat er in ieder geval beter over nagedacht wordt. Binnenkort praten we over de herinvoering van de basisbeurs. En ik zal het alvast verklappen, de volstrekt tekortschietende compensatie. Maar dat komt later. Voor nu wil ik het hebben over de rente die de pechgeneratie straks ook nog gaat moeten betalen over hun studieschuld. Ze hebben geen keuze, ze kunnen er niks aan doen en ze worden op deze manier in een toch al dure tijd op hoge kosten gejaagd. Dus het minste wat je dan zou moeten doen is wat ons betreft die rente gewoon vastzetten op nul. En terwijl een kwart van de eerstejaarsstudenten ondertussen uit het buitenland komt, klagen zowel kennisinstellingen als studenten over de toestroom van buitenlandse studenten en de kwaliteit van onderwijs. En ik wil het hier gezegd hebben, dat is niet de schuld van deze studenten. Dat is de schuld van de overheid. Altijden roepen we dat er iets moet veranderen aan de bekostiging van het hoger onderwijs. Mijn voorganger Frank Futselaar, zijn naam zij geprezen, kreeg ooit, de Futs inderdaad voor intimie, kreeg ooit een voorstel aangenomen om onderwijsinstellingen te laten stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten. Maar we zien in Eindhoven, bij Radboud, bij VU, bij UvA, bij de Universiteit Groningen, dat die massaal aanwezig zijn bij online bijeenkomsten, werfbijeenkomsten voor toekomstige buitenlandse studenten. Wat gaat de minister daaraan doen? Want onderwijsinstellingen kunnen het niet langer aan, maar zitten ook in een soort van mangel waarbij ze zich vaak nog wel gedwongen voelen om vanwege de financiering van het onderwijs vol hierop door te gaan. Ten slotte, ik wil eindigen met de werkdruk in het hoger onderwijs, want die is ons al jarenlang een doorn in het oog. Wij zeggen al langer dat tijdelijke contracten zoveel mogelijk moeten verdwijnen en dat alleen ingezet moeten worden bij piek en bij ziek. Maar we weten allemaal dat dat lang niet de realiteit is op dit moment in het hoger onderwijs. Wat gaat de minister daarom doen? Desnoods gaan we dit via de bekostiging aanpakken, want erkent de minister, dat is mijn laatste vraag, dat die tijdelijke contracten een bron van stress zijn en daarmee ook de kwaliteit van het werk en de kwaliteit van de wetenschap raken? En op welke manier gaat hij voor die kwaliteit van de wetenschap staan? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Quint. U heeft een ik dacht dat u interruptie had, maar niet. De volgende spreekster staat... Ik kan iedereen uitnodigen om te interrumperen. We hebben nog vragen genoeg. Nou, dat ligt eraan wie nog. Niet iedereen heeft me heel veel vragen, maar dat terzijde. Ik zag mevrouw Hagens staan namens D66. Sorry, excuus. Voorzitter, als juf stond ik 8 jaar voor de klas en ik heb me altijd met ziel en zaligheid voor elk kind ingezet. De jongen die brandweer wilde worden, de kleine wetenschapper, de programmeur, de kapper, de bouwer, die bioloog in de dop. Stuk voor stuk heerlijke kinderen. Naast taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, begrijp het lezen, seksuele voorlichting, digitale vaardigheden, stond ik ook voor andere uitdagingen. Want wijkt een kind af van het gemiddelde, en doen we dat eigenlijk niet allemaal, dan volgen er labels, indicaties of erger nog de term beperkingen. In plaats van een inclusieve benadering, een systeem dat zich aanpast aan het kind. Stond ik niet voor de klas en was ik niet aan het nakijken, dan kraakte ik mijn hersenen hoe ik Daan, Jelle, Roxy of Tyron mee kon krijgen in de les. Dus schreef ik handelingsplannen, ontwikkelingsperspectieven, medicatieobservaties, specialiseerde me in autisme en schreef oneindig veel verslagen, zodat zowel de wetenschapper als de kapper een gelijke plek had in mijn klas. Want voorzitter, als je het liefste werkt met je handen of als je een kleine wetenschapper bent, val je in ons onderwijssysteem uit de boot.
De erkenning van kwaliteiten wordt afgemeten in het hokje dat heet niveau. Hokjes van ons onderwijssysteem gericht op een gemiddelde samenleving. Maar elk kind, elk individu is zoveel meer dan een cijfer, een score of een eindadvies. Het resultaat hiervan zie je terug in jongeren die gelukkig zijn opgegroeid, maar gedemotiveerd zijn om te leren. De 24.000 vroegtijdig schoolverlaters, met allemaal verschillende redenen. Het grote aantal thuiszitters en het gebrek aan waardering van het VMBO en MBO in onze samenleving. Gelukkig heeft mijn collega Paul van Meenen in het verleden en deze week namens D66 een aantal scherpe voorstellen neergelegd. Zoals kleine klassen, de brede school en het leerrecht. Dat uitgaat van het kind en het systeem vraagt zich aan te passen. Bovendien investeert deze coalitie en het kabinet meer geld in onderwijs dan ooit tevoren. Maar dan nog is er meer nodig. Het onderwijs moet meegroeien met haar samenleving. Met een ruimer begrip van kinderen, jongeren en hun kwaliteiten. Die verder reiken dan de vakken op school. De mogelijkheid om altijd terug naar school te gaan als je bij wilt leren. Of een nieuw vak wil leren. Een leven lang ontwikkelen. Vraagt levenslange flexibiliteit van het onderwijs. Het vraagt aandacht, tijd en vertrouwen. En als een sector in Nederland dit kan, dan is het wel ons onderwijs en haar geweldige leraren, docenten en hoogleraren. Graag een reflectie hierop van onze ministers. Voorzitter, de bekostiging moet anders. Scholen worden nu afgerekend op het aantal studenten dat stopt met hun studie of het aantal uitgegeven diploma's. Er is een bindend studieadvies in plaats van extra begeleiding. Terwijl scholen beloond zouden moeten worden voor de groei die studenten doormaken. Groei die wellicht pas jaren later zichtbaar wordt en niet meetbaar is middels output op spreadsheets in de bestuurskamers. Er komt een toekomstverkenning voor het MBO. Daarom vraag ik de minister, zit in de toekomstverkenning van het IBO een voorstel om de rendementsprikkels uit de bekostiging in het MBO en het voortgezet onderwijs te halen? Voorzitter, MBO-studenten betalen naast hun lesgeld soms wel tot 1000 euro aan lesmaterialen voor school. Dat is veel. Zeker als ze lesmateriaal en licenties niet eens gebruiken. Jaarlijks gaat per student 273 euro op aan saus. Daar komt bovenop dat het ongelijk verdeeld is. Een leerling van 17 op de HAVO krijgt zijn boeken van school, maar een 17-jarige mbo-student betaalt voor haar boeken en licenties. Ik wil daar iets aan doen en daarom wil ik samen met de coalitiepartners een amendement indienen om leermiddelen van de basisvaardigheden tot 18 jaar vanaf 2024 te betalen. Voorzitter, we staan voor grote maatschappelijke opgaven naar een circulaire wereld die klimaatneutraal is. Wat er voor nodig is kennis en innovaties. Zoals installateurs die beschikken over de meest recente kennis van warmtepompen. En de markt loopt logischerwijs dan voorop op het onderwijs. Ons land kent goede voorbeelden. Volwassenen met werkervaring in dezelfde klas als studenten. Een ideale mix van onderwijs, theorie en praktijk. Iedereen leert van elkaar. Maar wat ik ook zie is dat stapbudgetten voor her- en bijscholing grotendeels gaan naar private opleidingen. Een gemiste kans. Deze concurrentie gaat ten koste van de opleidingsinfrastructuur en vormt een belemmering voor de nodige flexibilisering tussen instellingen en de werkvloer. Daarom vraag ik, wil de minister het MBO een publieke taak geven in leven lang ontwikkelen? En kan de minister dit opnemen in de toekomstverkenning? Tot slot, voorzitter. Vanuit het veld horen we veel onrust over investeren met publieke middelen in private activiteiten. Instellingen zijn hier zelfs op aangesproken. Dat leidt tot onrust en onzekerheid om onderwijs aan te bieden zo nabij aan het werkveld. Herkent de minister dit signaal? En is de minister bereid om de beleidsregel nader toe te lichten? Dank, voorzitter. Dan geef ik nu graag het stokje over. Paul van Meenen. Voor u het stokje overgeeft, of ik eigenlijk het stokje overgeef, heeft u een interruptie van de heer De Hoop, PvdA. Dank, voorzitter. En ook dank voor de mooie woorden van mevrouw Hagen over het MBO. En die deel ik volledig. MBO'ers zijn net zo goed studenten. Hebben we ook in de wet vastgelegd, dankzij een voorstel van GroenLinks, volgens mij een aantal jaar geleden. Maar heel veel dingen die studenten gewoon kunnen doen, kunnen heel veel MBO-studenten nog niet doen. Op kamers gaan, een Erasmusbeurs krijgen, heel veel van dat soort dingen. Maar we zien ook dat MBO'ers op een hele nare manier helaas uitgesloten worden. Verzekeringen. We zien dat ze in studentenkroegen geweerd worden. En ik vind dat dat te ver gaat. De Partij van de Arbeid en GroenLinks doen vandaag dan ook een voorstel om opleidingsniveau op te nemen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Om daarnaar te kijken willen we het kabinet toe oproepen. Kunnen wij daarbij dan ook op de steun van D66 rekenen? Voorzitter, ik deel helemaal dat er gewoon een gelijke behandeling zou zijn. Of je nou MBO doet, HBO of je een academische opleiding. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. En zo zouden we ook met elkaar om moeten gaan. Dus daarin delen we het helemaal. Ik weet alleen niet of de oplossing ligt in het borgen daar in die wet. Want wat zouden we daar dan allemaal nog meer in moeten zetten? Terwijl we eigenlijk in principe gewoon uit moeten gaan van die gelijke behandeling voor iedereen.
Dus ik weet niet zeker of we daarmee bereiken wat wij allebei voorstaan. De heer De Hoop. Nou, net als in artikel 1 hebben we in een algemene wet gelijke behandeling natuurlijk sowieso af en toe. Gewoon een aantal dingen die we concreet benoemen omdat we dat maatschappelijk onacceptabel vinden. En omdat er een aantal zaken gewoon relatief te vaak gebeuren. We zagen afgelopen week weer een uitzending van Radar. Waarin je zag, naar aanleiding van waar eerder al een studentenkroeg een mbo er weigerde, dat bleek dat 1 op de 3 van de studentenkroegen waar ze toen op bezoek waren het alsnog deed. We zagen dat er kortingen op verzekeringen zelfs niet eens toegestaan worden. Dus als wij met z'n allen vinden dat het zo belangrijk is, dan kunnen we dat gewoon doen. Dus mijn vraag is, kijk goed naar het voorstel. En als we dit met z'n allen beamen, zou het volgens mij een heel sterk en duidelijk signaal zijn om te kijken of we dat in die algemene wet gelijke behandeling kunnen zetten. Mevrouw Hagen. Ja, voorzitter, dank. Ik deel nogmaals helemaal de gelijke benadering van alle verschillende studenten. Als dit een manier is om daar harder tegen op te treden, dan kan ik natuurlijk naar uw voorstel kijken en wellicht daar ook mee instemmen. Tegelijkertijd denk ik dat het wel een dieper gelegen probleem is. Hoe we op dit moment, en dat heb ik geprobeerd aan te geven ook in mijn spreektekst, hoe wij kijken naar de verschillen in opleiding. En ik denk dat het heel verstandig is om veel meer daarover te hebben met elkaar dan het alleen maar wetmatig vast te leggen. Want ik vraag me af of dat precies de oplossing is. Dank u wel, mevrouw Hagen. Dan zie ik de heer Van Menen al staan. En dan nodig ik hem uit om zijn inbreng te komen doen namens D66. Voorzitter, daar dank ik u zeer voor. Voorzitter, ik sta hier voor de 11e keer een begroting te behandelen. En zoals het er nu naar uitziet, zal het de laatste keer zijn. Want zoals u weet hebben de leden van mijn partij besloten dat ik de lijsttrekker voor de Eerste Kamer mag worden. En dat gaat zich allemaal volgend jaar afspelen. Maar ik ben nog lang niet weg. Maar ik heb wel even gekeken hoe het nou 10 jaar geleden in 2012 was, toen ik dit voor de eerste keer mocht doen. En als je dan kijkt met hoeveel we toen de onderwijsbegroting behandelden, toen waren we met z'n 12e. Nu zijn we geloof ik met 22 of 23, dat is nog niet helemaal, ja, 23. Nou ja, dat kun je als een vooruitgang zien, ik weet het niet, het zal vandaag allemaal blijken. Maar er waren wel 2 anderen ook toen aanwezig die er nu ook nog bij zijn. En dat zijn de heren Bisschop en Beertema. Samen met mij meer dan 100 jaar onderwijservaring. En ik vind het leuk, hoewel we het over veel dingen oneens zijn, zijn we het ook wel over dingen eens geweest in die afgelopen jaren, dat ik met hen in ieder geval dit nog mee mag maken. Dus we gaan zien hoe dit allemaal loopt, nadat ik mijn inhoudelijke bijdrage heb geleverd. Maar ik probeer hen in ieder geval vast enigszins rustig te houden. Zelfs voordat u eraan begint, aan die inhoudelijke bijdrage, heeft u al een interruptie van mevrouw Westerveld. Mevrouw Westerveld GroenLinks, voor uw 6e interruptie. Nou, misschien een persoonlijk feit graag, voorzitter. Want er waren een paar mensen die dan misschien niet in deze zaal waren, maar toch ook al in die tijd bij het onderwijs betrokken waren. Bijvoorbeeld de minister die hier nou zit. Nou, ikzelf en ongetwijfeld ook een aantal anderen. Dus wij hebben toen vanuit de tribune of op een andere plek, ja, de mensen die hier in deze zaal debat voerden, de heer Van Menen, maar ook anderen, vooal toegejuicht. Oh. Nou ja, oh kijk. Hou dat vast, dat gevoel. Ja, nee, zeker. Ja, natuurlijk. Als ik al die mensen moet gaan opnoemen die de afgelopen 10 jaar, zeg maar, waar ik dit mee heb mogen doen, dan ben ik door mijn spreektijd heen en dat wilde ik toch maar eigenlijk niet doen. Want, voorzitter, ik ga nog lang niet weg. Ik blijf nog, voor sommigen misschien een teleurstelling, maar tot het eind. Dat mag ook. Dus ik wil er ook niet te lang bij stilstaan, maar ik zeg wel dat deze begroting voor mij een gouden rand heeft. Want deze begroting gaat namelijk over de grootste onderwijsinvestering ooit, waarmee we het onderwijs voor kinderen, studenten, ouders, leraren een stuk beter kunnen maken. En daar ben ik ontzettend trots op. Ik noem een paar dingen. Na jaren strijden, velen hebben gestreden, maar het is ons gelukt, verdienen leraren op de basisschool nu evenveel als leraren op de middelbare school. De kloof is dicht. En zo'n 130.000 leraren krijgen nu de waardering die ze verdienen. We zijn begonnen met wat we noemen de rijke schooldag, waar kinderen naast school, goed onderwijs, ook muziek, sport, huiswerkbegeleiding kunnen krijgen. Dat is de toekomst voor ons, van ons onderwijs. En we gaan de strijd vol aan met de dalende prestaties op de basisvaardigheden. En ik noem ze nog maar een keer, lezen, schrijven en rekenen. Dat zijn ze en geen andere. En daar ben ik ook heel blij mee, want dat is heel hard nodig. We zetten extra in op gelijke mogelijkheden voor kinderen. Ik neem hier, we hebben het vaak over kansengelijkheid. Ik heb een prachtige toespraak op ons congres van
minister Dijkgraaf gehoord, zou u allemaal eens even moeten luisteren. Daar heeft hij het over gelijke mogelijkheden. Nou, als hij dat zegt, dan neem ik dat over. En ik begrijp het ook. Door meer geld te geven aan scholen met meer achterstanden en leraren die op die scholen beter te belonen. We brengen de basisbeurs terug voor iedere student. En er is een gigantisch fonds voor onderzoek en wetenschap en structureel extra geld voor de instellingen. En in het hoger onderwijs is de komende jaren voor 500 startende onderzoekers per jaar een beurs van 300.000 euro. En daarnaast is er geld voor studentenwelzijn, open science, krimpregio's, kennisveiligheid en sociale veiligheid. Nou, dat is nog maar een deel. En u kunt zich voorstellen, vanuit de visie die ik voor mijn partij heb mogen ontwikkelen, herkennen we daar heel veel in en zijn we er ook ontzettend blij mee dat we dat met onze partners hebben kunnen realiseren. Maar ik zeg, D66 ziet ook, we zijn er nog niet. Nog elke dag worden kinderen naar huis gestuurd omdat er niet genoeg leraren zijn op school. En sommige scholen gaan zelfs al over op vierdaagse lesweken. Er is meer nodig. En als oud-leraar, als oud-wiskundeleraar, kan ik zeggen dat, ik heb veel dingen in mijn leven gedaan, maar dat is toch echt het mooiste beroep dat er is. Dat wil ik hier ook nog maar eens een keer zeggen. Als er luisteraars zijn die nog twijfelen, twijfel niet. Er is niets mooiers. Dus hierbij nogmaals de oproep, een beetje in de lijn met de pakkende slogans rond het vinden van meer chauffeurs in het voortgezet speciaal onderwijs. Gezeur wordt chauffeur of zoiets dergelijks, wat was het ook weer? Onvermoeibaar wordt leraar. Een echte vent wordt docent. Een goed humeur wordt schooldirecteur. Zo simpel is het, mensen. Voorzitter, de ministers en ook de heer Quint overigens hebben aangekondigd met onorthodoxe maatregelen te komen. Nou, ik heb ze net gehoord, de 14 suggesties. We gaan zien wat er haalbaar van is, maar alles wat zou kunnen helpen, moeten we doen. En ik zou een paar suggesties uit willen lichten en die zijn met name gericht op de werkgevers. Eerder heeft D66 met de VVD een voorstel gedaan om meer uren werken beter te laten lonen in de strijd rond arbeidsmarkttekorten, dus ook in het onderwijs. Nou, je kunt rustig zeggen, daar is niet meteen een staande ovatie vanuit het onderwijs voor gekomen. Maar ik blijf erbij dat in de strijd tegen het lerarentekort geen middel onbeproefd mag blijven. Ik zeg niet dat dit het uiteindelijk is, maar laten we echt ons niet de luxe permitteren, want die is er niet, om te zeggen nee, dit niet. En laten we ook niet de indruk wekken, alsjeblieft, dat dit het enige is wat we doen. We doen zoveel. Ik heb net al een aantal dingen opgenoemd. En dit is één schakel. Het zou kunnen werken. Want er werken heel veel mensen in het onderwijs. Dus ook als een klein deel, en hier komt de wiskundeleraar naar voren, als een klein deel van die mensen wel bereid zou zijn om dit op te pakken, dan is een klein deel van heel veel mensen is nog steeds heel veel mensen. En dat zou dus kunnen werken. Voor uw betoog en vervolgt. Ja. U heeft de interruptie van de heer Quint, SP. Als het op dit rekenniveau gaat, dan kan ik ook een wiskundeleraar worden, geloof ik, als ik het zo hoor. Maar ik vind het in ieder geval goed om te horen dat de heer Van Meenen na de komende Eerste Kamerverkiezingen weer 4 dagen per week beschikbaar is voor het onderwijs. Dus dat levert ook zo zijn bijdrage aan het terugdringen van het tekort. Laat ik er één punt uitpikken wat ik zojuist opperde. Volgens mij helemaal niet zo'n hele onorthodoxe maatregel. Het is ervoor zorgen dat docenten na 1 jaar een vast contract krijgen. Elke schoolbestuurder weet volgens mij na 1 jaar voor de klas echt wel wat voor vlees die in de kuip heeft. En nog altijd horen wij via vakbonden, maar ook via docenten zelf, dat er besturen zijn die het vertikken om docenten een vast contract te geven. Die docenten gaan weg. Of die gaan lesgeven via een uitzendbureau. Is de heer Van Meenen het met mij eens dat het nu echt tijd is om paal en perk te stellen aan die vrijheid van bestuur om maar te blijven sollen met docenten? De heer Van Meenen. Nou, laat ik zeggen dat ik kan het gewoon niet begrijpen dat er oud-collega's van mij zijn die dit doen. Ik zie het ook. Hè. Helaas hebben we niet de precieze cijfers. We hebben dat gehoord in de presentatie van de Rekenkamer. Daar gaven ook de besturen koepels aan van ja, we weten het eigenlijk niet precies. Maar dat het gebeurt, dat kunnen we elke dag zien. En ik vind het echt ongelooflijk slecht personeelsbeleid. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Er is ook geen argument voor. Ik hoor allerlei kul-argumenten. Zo van de financiering van het onderwijs is instabiel. Nou, ik heb het wel eens vaker gezegd en ik ga het hier nog een keer zeggen, want dat is de laatste keer dat ik het kan zeggen. Er zijn maar een paar dingen zeker in het leven. De dood, de belastingen en de onderwijsfinanciering. Er is weinig wat zo stabiel is. Sterker nog, het is alleen maar stijgende. Als je kijkt naar alles wat er aankomt.
Je zou vanaf dag 2, als het een goede leraar is, al een vaste aanstelling kunnen geven. Geen enkel risico. Er wordt geschermd met het feit dat middelen niet structureel zouden zijn. Natuurlijk, er zijn sommige dingen gestart op een beetje bumpy road, hè, met een loting, en daar kunnen we allemaal over hebben of dat wel goed was. Maar we konden wel meteen starten. En het is structureel geld. Dus er is geen enkel risico. Dus ja, ik zeg dat moet gebeuren. Of je werkgevers daartoe kunt verplichten, dat weet ik niet. En als het nodig is, dan moeten we het doen. Maar laten we alsjeblieft hopen dat ze het gewoon uit zichzelf gaan doen. De heer Quint. Ja, ik ben het volkomen met de heer Van Meenen eens dat er inhoudelijk geen goede argumenten voor zijn. Dat het een soort van spreadsheet management is, waarbij het voor je meerjarenbegroting interessant is als je minder lange vaste lasten op je begroting hebt staan of zo. Nou ja, volgens mij is een leraar geen vaste last, maar een investering in de kwaliteit van je school. Maar als wij nou allebei constateren dat het keer op keer blijft voorkomen, wanneer komt dan het moment dat D66 zegt, oké, nou goed, dan moeten we misschien toch iets gaan doen aan de wet? Er zijn andere sectoren waarbij er ook uitzonderingen zijn op de vast en flex. Media bijvoorbeeld is een slecht voorbeeld. Dan mag je namelijk meer flexibele contracten stapelen dan ja. in de rest. Je zou het ook om kunnen draaien. We maken het wat strenger. Nou, ik ga zo meteen een voorstel doen wat wellicht zou kunnen helpen. En ik kan wel verklappen wat het voorstel is, want ik ga het toch zo doen. En dat is ook een roep vanuit het onderwijs, maar dan heb je ook echt veel meer invloed rechtstreeks op die arbeidsvoorwaarden. En dat is dat de minister voortaan de cao met de bonden gaat sluiten. Dus wellicht dat helpt. Wat uw zevende inbreng. Ik laat het nog even. Okay, deze tellen we niet. Deze tellen we niet. De heer Wassenberg van Partij voor de Dieren. Dank voorzitter. Ik zou deze interruptie misschien niet gepleegd hadden als de heer Van Meenen niet opnieuw gezegd had dat hij wiskundedocent was en kan bogen op 100 jaar ervaring in de klas. Nee, samen met de heren Beertema en Bisschop, gedeeld door 3 dus. Maar goed, we zijn hier bij de begroting van onderwijs en adel verplicht. En dan pak ik het amendement van de heer Van Meenen erbij, samen met de heer Peters. En daar wordt gesproken over een bedrag van 35 euro maal 1000 euro. Maar dat betekent, dat is een bedrag dus van 35.000 euro kwadraat. Ik zou dat normaal niet gezegd hebben, maar dit is natuurlijk een raar amendement. En bij de andere amendementen ook, maar die worden ingediend door Kamerleden die geen wiskundedocent zijn. Dus ik spreek u er even op aan. Ja. De heer Van Meenen. Ja, nee, maar de heer Wassenberg heeft groot gelijk. Hij had het mij al even laten zien en hij kent mijn reactie ook al. Wij vinden het zo belangrijk dat die euro's er komen dat we hebben nog liever euro's in het kwadraat. Maar u heeft gewoon gelijk en we zullen het amendement zodanig wijzigen dat ik er ook weer een krul doorheen kan zetten als wiskundeleraar. Kijk eens aan, de heer Wassenberg. Maar dank voor deze scherpzinnigheid. Als je het zo belangrijk vindt, dan zou ik niet een eenheid gaan verzinnen, want dan wordt het namelijk nul. Oh. Euro kwadraat is geen euro. Ja, maar hier. Voor we in deze discussie komen. Ik zou de heer Van Meenen willen vragen om dit mee te nemen in overweging en dan het betoog te vervolgen. Ja, maar dat zijn die exacte geesten die toch een beetje van de afronding zijn en zo. Daar ben ik niet van. Maar goed, u heeft gewoon een punt, dus we gaan het even netjes aanpassen. Ik dank u zeer. Voorzitter, ik had het over dat meer uren werken. Dat hoewel het misschien beperkt is, het aantal beperkt, dat het toch een effect zou kunnen hebben. Dus we moeten dat gewoon proberen. We mogen het niet onbeproefd laten. En wat D66 betreft past het in een bredere aanpak, waarin we ook de werkdruk blijven bestrijden, zodat leraren niet in hun vrije tijd lessen moeten voorbereiden. Maar ook in de beweging naar die rijke schooldag, waar een dagdeel les het beste onderwijs wordt gegeven door de beste leraar. Maar ook ruimte is voor sport, cultuur, natuur, huiswerkbegeleiding, buitenspelen, ontspanning. Allemaal dingen, ik zeg het nog maar een keer, die niet activiteiten van die leraar zijn, maar van andere betrokken organisaties om het onderwijs. Graag een reactie van de minister. Voorzitter, er zijn nog steeds regio's waar besturen niet met elkaar samenwerken in de bestrijding van het lerarentekort. Ze beconcurreren elkaar tot op het bot en ze doen niet wat ze echt moeten doen. Ieder kind het beste onderwijs geven. Dat is onbestaanbaar. He, de weigering om samen te werken. En wat dat betreft is het nu echt klaar voor D66 met die vrijblijvendheid. Er is ontzettend veel winst te behalen als er wordt samengewerkt met bijvoorbeeld in een vervangingspool, personele middelen samengevoegd worden, begeleiding van startende leraren in zijinstromers, etc. Graag een reactie van beide ministers. En dan de cao. Vroeger, toen alles beter was, dat is niet zo, zeg ik hoor, voordat nu meneer Dekker bijvoorbeeld naar voren komt van Forum voor Democratie. Vroeger, en dat weet hij ook, was het helemaal niet beter. Maar toch,
Toen onderhandelden de minister en de bonden over de hoogte van het salaris en de vormgeving van de CAO. Maar dit is gedecentraliseerd naar de raden, de koepels van besturen. En voorzitter, daarmee is een kunstmatige afstand gecreëerd tussen de doelen die wij hier als overheid formuleren voor het onderwijs en de sturing en de realisatie daarvan. We zagen het in de presentatie van de Rekenkamer. We varen in de mist. Er is geen directe relatie meer tussen wat wij hier beogen met de inzet van geld voor het onderwijs, voor het kind en de leraar in de klas, en wat er in de werkelijkheid van die school, in dat klaslokaal, echt gebeurt. En met die koepels worden vage bestuursakkoorden afgesloten met een drankje erbij en een grote zak geld, en de constatering jaren later dat er niets van terechtgekomen is. Lees het boek De Sluipende Crisis van René Knijper. En dat moet stoppen. Dus geen schimmige bestuursakkoorden meer en geen tussenlaag meer bij wat een van de belangrijkste sturingsinstrumenten voor ons is, de CAO. En D66 pleit er daarom vandaag voor om de minister weer verantwoordelijk te maken voor de CAO-onderhandelingen in het primair en voortgezet onderwijs. Want daarmee lossen we ook nog een ander probleem op. Dan kunnen bestuurders gewoon weer terug in de reguliere CAO. Heb ik ook als bestuurder altijd ingezeten. Heel goed, dan is er geen aanleiding meer voor een aparte bestuurders-CAO. Een lang gekoesterde wens van deze Kamer. Dank u wel. Voor u vervolgt. Ja. U heeft een interruptie van de heer Segers, ChristenUnie. Een informerende vraag. We hebben in de publieke sector meer CAO's waarbij er werkgevers zijn die met publieke middelen weliswaar, maar die de CAO sluit, denk ik wat aan de zorg. Is dit een opmaat naar een stelselwijziging, een andere sturing vanuit de overheid? Is dit een fundamentele wijziging of is het, ja, komt het voort uit irritatie over het feit dat er wel onderwijsmiddelen zijn die we in politiek opzicht niet helemaal goed kunnen sturen en op de plek van bestemming kunnen laten komen? Waar komt dit precies uit voort? Nou, ik heb denk ik de argumenten gegeven. Ik vind dat we heel ver afgeraakt zijn van sturing op onze doelstellingen. We geven een zak met geld, we hopen er het beste van. En dat gebeurt ook op sommige plekken, maar op andere niet. Nogmaals, de presentatie van de Rekenkamer was daar ook glashelder in. En ik vind dus dat we als overheid meer weer de regie moeten pakken bij de hele grote problemen. Het lerarentekort, bijvoorbeeld de kwestie van tijdelijke en vaste aanstellingen, de inzet van middelen, het verlichten van de werkdruk, et cetera, et cetera. En dan kunnen we beter rechtstreeks aan tafel zitten. Maar ik stel hier niet een stelselwijziging voor het hele land voor in alle sectoren. Er zijn overigens ook sectoren waar de minister rechtstreeks onderhandelt. Hè. Defensie, politie, gebeurt ook allemaal. Het is helemaal niet gek om dat te doen. Niet een stelselwijziging. Ik sta hier alleen voor onderwijs. En ik denk dat dat heel erg kan helpen om ook een keer een einde te maken aan hoe wij nu... Hè, want we zijn al jaren bezig over de vraag hoe we er nou eindelijk eens een beetje meer grip op krijgen. Het gaat over de lump sum en over dit en over dat. Nou, laten we ze bij de bron aanpakken. Vrijwel alles wat er in die school gebeurt, dat staat in die CAO beschreven. Al die vrijheden, al dan niet van leraren, worden daar beschreven. De inzet van middelen wordt daar beschreven. Zullen we eens gewoon rechtstreeks zelf aan de andere kant van de tafel zitten? Het versterkt overigens ook de positie van leraren. Daar zijn we ook altijd naar op zoek. Laten we het gewoon doen. Dank u wel. De heer Segers. Het lijkt hier wel het meeste op de zorg. Hè? Dus daar hebben we ook werkgevers tussen overheid en werknemers. Hebben we vergelijkbare problemen, ook tekort in de zorg. Dus daar doen we het niet. Dus vandaar mijn vraag, van, wordt dit breder toegepast? Maar het is waar dat als het gaat om defensie en politie, dan zitten kabinetsleden rechtstreeks aan de onderhandelingstafel. Dus daar kun je voor kiezen. Alleen de parallel met de zorg dringt zich het meest op. Maar dan wel de tweede vraag. Ik kan me allerlei irritatie voorstellen. Ik kan me allerlei wensen voorstellen. Maar zou het niet raadzaam zijn om even een stap naar achter te doen en wat rustiger te kijken? Hey, hoe werkt het nu? Waar lopen we tegenaan? Dan opeens nu inderdaad toch wel een vrij ingrijpend voorstel te doen. Nou, voorzitter, dit is een onderwerp waar ik niet nou eens gisteren opgekomen ben. Ik besteed al zo lang als ik hier in de Kamer zit aandacht aan dit vraagstuk. Ik heb het daarbij ook vanuit mijn eigen ervaring altijd geput als bestuurder, waar ik wel tussen de mensen in de school stond, waar ik gewoon in dezelfde CAO zat. En ik heb met leedwezen gezien hoe de bestuurders als eenheid zich eigenlijk steeds verder verbijzonderd heeft van dat onderwijs. Daar heb ik talloze keren over gesproken. We hebben talloze keren over allerlei vormen van oplossingen daarvoor daarover gesproken. Hoe wij toch meer grip krijgen. He, niet om zelf te gaan bepalen wat er in dat klaslokaal gebeurt, maar ook om die positie bijvoorbeeld van die leraar
te verbeteren. Dus dat komt helemaal niet uit de lucht vallen. Het is ook geen irritatie. Nee, was het maar zo dat het een irritatie... Ik ben ook wel eens geïrriteerd. Of geërgerd, moet je geloof ik zeggen. Dat ben ik ook wel eens. Maar dat leidt niet meteen tot enorme voorstellen van mij. Maar dit komt voort uit een gevoel wat ik nu al 10 jaar heb. En nou moet het er een keer uit. En nou is het een keer klaar. En nou doe ik dit voorstel. Dank u wel. Vervolgt u het oog. Ja. Ja, dat hebben we dan gehad. Ja, voorzitter. Nog een voordeel van dit voorstel is dat als de minister eenmaal aan tafel zit, minister van Basis en Voortgezet Onderwijs, kunnen we ook meteen naar één CAO. Ook al een diep gekoesterde wens. Dus laten we dat ook doen. En bovendien zorgt dit voor het feit dat het nu is, dat er nu gescheiden CAO's zijn voor onnodige ongelijkheid, weinig flexibiliteit voor carrière switches en ingewikkelde situaties, bijvoorbeeld vormen van speciaal onderwijs en het 10-14 onderwijs. Dus graag een reactie van de minister. En overigens, als de minister van OCW het ook een goed idee vindt voor de andere sectoren, dan kunnen we meteen aansluiten, maar dat is nu niet mijn voorstel. Voorzitter, dan ga ik het over huisvesting hebben. Of ga ik eerst met de meneer Beertema? Wilt u even de klok stilzetten? Ja. Oh, nee, sorry. Maar voor u verder gaat, want de heer Beertema die wacht nog heel even, maar ik zie wel de heer Dekker van Forum voor Democratie voor een interruptie. De heer Dekker. Ja, ik wou toch opmerken dat ten eerste meneer Van Meenen grijpt nu toch terug op een structuur uit het verleden. En ik moet zeggen dat ik dat bijzonder toejuich. Dus ik zou van harte zijn voorstel om de minister aan de onderhandelingstafel te zetten ondersteunen. Kijk eens aan. Ik dank u zeer. Dank u wel. Vervolgt u op het oog. Overigens, ik ga nog een heleboel meer voorstellen doen. U hoeft daar niet al uw interrupties aan te wijden om telkens te komen vertellen dat u het een goed idee vindt. Kan ook in één keer. Ik begrijp nu waarom ze dit de leukste commissie vinden. Het is een superleuke commissie. Ik zie daar, als het mag, voorzitter, ik zie daar mijn collega mevrouw Paul zitten van de VVD. Het is zo jammer. Ja, niet de nadelen van de andere collega's, maar ik heb met haar natuurlijk heel veel samengewerkt. Wat ik toch hier even gezegd heb. Prachtig, dus dat ga ik ook even zeggen. Nou, kijk eens aan. Nou, we zijn er nou toch. Waarvan akte? Maar voordat we de hele zaal gaan complimenteren, zou ik u toch willen vragen om uw vertoog te vervolgen. Want we hebben nog ook, een. Hoor. Ja, dan komt mevrouw Quint. Nee, mevrouw Quint. Ja, nee, ik heb nog 8 minuten. Voorzitter, nog een onderwerp waarop verdere stappen te zetten zijn, dat zijn de schoolgebouwen. De helft van de scholen is aan nieuwbouw of renovatie toe. En ook op het vlak van duurzaamheid is nog veel te winnen. Het is belangrijk dat het kabinet hiermee aan de slag gaat, zodat alle leraren en leerlingen in een fijne omgeving kunnen werken en leren. En D66 stelt daarom voor om een revolverend fonds in het leven te roepen voor onderwijshuisvesting. Aan dit fonds zouden bijvoorbeeld pensioenfondsen en investeerders en de overheid kunnen bijdragen. En scholen en gemeenten kunnen hieruit dan een lening aangaan om scholen te renoveren, te verduurzamen of om extra in nieuwbouw te investeren. Ziet de minister kansen voor zo'n fonds? En D66 is ook blij met de 400 miljoen structureel in de najaarsnota voor scholen en culturele instellingen die in de problemen komen door de stijgende energierekeningen. Kan de minister toelichten hoe de scholen aanspraak kunnen maken op dit geld? U heeft al een natuurlijke pauze. Dat komt wellicht omdat u de heer Quint naar voren zag komen lopen voor een interruptie namens de SP. De heer Quint. Ja, een verduidelijkende vraag. Want ik sloeg even aan op dat revolverende fonds. Want we hebben nu natuurlijk onderwijshuisvesting is een overheidstaak. Daarvoor krijgen gemeenten ook middelen. Op het moment dat wij dat gaan beleggen bij pensioenfondsen of institutionele beleggers, die zullen daar een rendement over willen, neem ik aan. Hoe voorkomen wij nou dat we straks uiteindelijk vooral overheidsgeld die kant op gaan brengen? Ja, het kan misschien ook anders. Het kan misschien via de bank Nederlandse gemeente die daar een grote rol in speelt. Maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Het gaat mij erom dat in de huidige situatie er eigenlijk een soort kloof ligt tussen aan de ene kant de gemeente en aan de andere kant de schoolbestuur. Met name als het gaat om renovatie of verduurzaming. Het is een beetje heen en weer duwen van de rekening. Als voorbeeld. Als je de energielasten naar beneden brengt door bijvoorbeeld te investeren in dubbelglas, in zonnepanelen, et cetera, dan zijn de kosten voor de gemeente, maar de opbrengsten zijn voor de scholen. Maar de scholen kunnen er niks mee. Dus daar wil ik een doorbraak in forceren. En mij leek zo'n revolverend fonds een goed idee. En dan
als je het niet zelf uit je reserves kunt halen, dan haal je daar geld uit. En in je meerjarenbegroting betaal je dat dan langzaam terug. Ja, wellicht dat daar een klein rendement op gevraagd moet worden. Maar anders gebeurt er niks. En ik wil gewoon dat er iets gaat gebeuren in die impasse. Dank u wel. Vervolgt u betoog. Voorzitter, het LBVSO. De leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, moet eigenlijk zeggen het gespecialiseerd voortgezet onderwijs. Graag wil ik nog even een actueel onderwerp aanhalen. Het leerlingenvervoer voor de kinderen in het speciaal onderwijs. We hadden het er al even over. Nog steeds de meest verschrikkelijke vragen. Mijn vraag aan de minister is: wat is de voortgang en hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen moties over de tijdelijke bekostiging van gemeenten van vervangend vervoer, die ingeschakeld zouden kunnen worden door ouders of scholen in hun wanhoop? En ook mijn motie, geheel tegen de zin van de minister, is aangenomen over de landelijke campagne voor de werving van extra chauffeurs. Maar ik heb hem nog niet gezien. Ik zit dagelijks aan de buis te kijken, wanneer komt hij nou? Maar hij komt niet. En oh, is dat de staatssecretaris? Oh, pardon. Nou, maar die doet het ook niet. Het kabinet faalt hier met één mond. In deze kwestie, voorzitter, komt de LBVSO onvermoeibaar op voor de leerlingen in het speciaal onderwijs, zoals eerder ook rond corona en de examenproblematiek. En ze leveren een zeer waardevolle bijdrage en komen hartstochtelijk op voor hun eigen doelgroep. En graag zou D66 een klein bedrag vrijmaken om hen te helpen zich verder uit te breiden en hun organisatie te professionaliseren, zodat ze het goede werk kunnen voortzetten. En daar hebben we ook een amendement over. Dan, voorzitter, even wat kleinere dingen. Ik hoop ook samen met mijn collega van het CDA een klein bedrag vrij te maken om verder te kunnen met didactief, een belangrijk blad, als het gaat bijvoorbeeld om de weg die we allemaal op willen, meer evidence-based, evidence-informed, daar spelen zij een rol in. Nou, het blad dreigt om te vallen, al dit jaar al. Ik heb een amendement voor volgend jaar, maar ik zou de minister willen vragen om ook even goed te kijken naar de problemen van dit jaar. Het zou heel erg jammer zijn als we die speler in dit debat verliezen. Dan, voorzitter, wil ik het ook graag nog hebben over mijn initiatiefwetsvoorstel leerrecht. Ik ben er ongelooflijk trots op om te melden dat we de wet deze week gaan indienen bij de Raad van State. Hij is op een haar na klaar. En de wet gaat zeer veel verschil maken voor de ruim 15.000 kinderen die momenteel thuis zitten zonder onderwijs. En de verhalen achter deze cijfers zijn schrijnend. Zo sprak ik laatst een jongere die was uitgevallen tijdens haar middelbare schooltijd. Een onveilige thuissituatie leidde tot allerlei problemen en uiteindelijk werd ze van school gesteld. Ja, erger nog, ze werd vrijgesteld van de leerplicht. Nou, dat is ongeveer het ergste wat je in Nederland kan overkomen als het over onderwijs gaat. We zijn er niet meer van. Ze had het gevoel opgegeven te zijn, wat ook feitelijk zo was door die vrijstelling. Haar zelfvertrouwen daalde en ze was nergens meer op een veilige plek. En door falende wetgeving krijgen kinderen dus geen onderwijs. En hier zijn wij als overheid verantwoordelijk voor. We zijn verantwoordelijk voor alle kinderen. En de wet, zoals die nu is, zit het leerrecht in de weg in plaats van dat het erdoor beschermd wordt. En ons initiatief wijzigt de leerplichtwet fundamenteel naar een leerwet met naast de leerplicht ook het leerrecht. Het leerrecht, het recht op onderwijs en ontwikkeling, komt centraal te staan bij de toelating en de zorgplicht. En kinderen krijgen daarnaast ook een hoorrecht. Dus niet meer alleen maar over kinderen praten, maar ook met kinderen. En de verantwoordelijkheden van onderwijs, gemeente en zorg worden op elkaar aangesloten en schotten worden doorbroken. En er komt veel meer ruimte voor het maatwerk. Kijken naar de behoeften van het kind en waar dat niet passend is bij het gewone onderwijs, zeg maar even op school, daar een afdwingbaar door de leerambtenaar een pakket onderwijs organiseren. Onafhankelijk van plaats, onafhankelijk van tijd en onafhankelijk van programma, als het nodig is. De genoemde jongere overigens, voor haar heeft het een goed einde. Ze heeft haar eigen weg, teruggevonden en nu studeert ze politicologie. Dus wie weet zien we haar hier nog eens, zodat ze de wereld kan veranderen. Voorzitter, bij mijn laatste begroting mag ik ook namens mijn collega Van der Laan over spreken over het onderwijs aan onze hogescholen en universiteiten en dus ook over onze studenten daar. En sinds mijn laatste woordvoerderschap op dit onderwerp is er een hoop veranderd, zoals ik al in mijn inleiding zei. We investeren veel. Er staat een grote plus op de begroting van onderwijsinstellingen en nu moeten studenten dat ook gaan zien en voelen. En voorzitter, de basisbeurs komt in 2023 terug. En voorzitter, in dat pakket zit ook een verbreding van de aanvullende beurs. En dat is goed nieuws voor 50.000 studenten van wie de ouders nu niet genoeg kunnen bijdragen omdat ze zelf ook krap zitten. En ik ben trots op die afspraak uit het coalitieakkoord. En tegelijkertijd konden we toen niet voorzien hoe de wereld er nu uitziet. En daarom is er afgelopen Prinsjesdag extra geld voor de basisbeurs vrijgemaakt.
Dat is dik €435 aan basisbeurs voor uitwonende studenten. Tegelijk voelen studenten nog steeds onzekerheid en dat snap ik. Het zijn onzekere tijden, de inflatie blijft hoog en het collegegeld zal ongetwijfeld blijven stijgen. En nu gaf de beslissnota ons inzicht in extra middelen die over waren uit het terugdraaien van de halvering van het collegegeld. En D66 wil dit geld behouden voor de student. En stelt voor, het CDA sprak er ook al over, de verhoging van de basisbeurs voor uitwonende studenten overigens met 2 jaar te verlengen. En als ik dat bereken, maar ja, sinds de interruptie van de heer Wassenberg ben ik onzeker, maar dan kom ik op een basisbeurs van €375. Dat is waar D66 voor staat en dat is ook voor zover, waar de coalitie voor staat. En zodat de studenten in deze onzekere tijden maximaal worden ondersteund. Dank u wel. Voor u vervolgt. U heeft een interruptie van de heer De Hoop. Dat is zijn 6e interruptie. Dank, voorzitter. Even terug naar het leerrecht. Want ik vind het een heel mooi initiatiefvoorstel van de heer Van Menen. Het leerrecht lijkt mij goed dat we, dat we daar wat meer mee doen. Ik zou het zelf eigenlijk nog veel liever willen verankeren in artikel 23 van de grondwet. Zou dat niet nog veel mooier zijn, vraag ik aan de heer Van Menen. Nee, het is mooi. Hartstikke mooi, zou ik zelfs zeggen. Moeten we vooral mee doorgaan en ik zal het van harte steunen, maar het helpt geen kind. We weten allemaal hoe grondwetswijzigingen hier tot stand moeten komen. Dat gaat jaren en jaren duren. Generaties leerlingen zullen niets hebben aan een grondwetswijziging. En als die er eenmaal is, dan hebben ze er nog steeds niks aan als je niet de lagere wetgeving verandert. En we kunnen zonder artikel 23 aan te tasten, kunnen we de lagere wetgeving zo inrichten dat van bijvoorbeeld de zorgplicht die scholen nu al hebben, ook echt, dat dat ook echt een plicht wordt. In plaats van, nou ja, als het niet uitkomt of de situatie van de jongeren past niet helemaal bij de school, dan doen we het niet. Dus we denken heel erg vanuit het aanbod zoals het er is. Past de jongeren niet bij, past hij zich aan of er wordt vrijgesteld. Daar moeten we echt vanaf. Dus ja, sympathiek, niemand mee geholpen. Ik zal het steunen, maar ik wil dat kinderen zo snel mogelijk, zodra deze wet leerrecht is aangenomen, worden kinderen echt geholpen. En staat er ook iemand naast hen, die leerambtenaar, die samen met hen dat leerrecht afdwingt. En dat kun je niet doen met een gewijzigd artikel 23 in je hand. De heer Hoop. Voorzitter, ik denk dat de heer Van Menen artikel 23, als hij, dit is gewoon een heel fundamenteel artikel natuurlijk, dus ik denk dat het zeker grote invloed zou hebben om dat daar ook in te zetten. Maar misschien verschillen we daar dan in van mening. Ik ben het wel met hem eens dat de bestuurlijke wetgeving in Nederland een bepaalde maximale snelheid heeft. Omdat die niet heel hoog is en dat ik dat zelf ook veel, veel sneller zou willen zien. Dan terug naar de basisbeurs waar de heer Van Menen het over had. Ik hoor het voorstel en ik vind het sympathiek. Tegelijkertijd is er in Eerste Kamer ook een motie aangenomen met een ruime meerderheid die zegt dat er nog beter gekeken moet worden naar de compensatie. Motie aangenomen in de Eerste Kamer die het kabinet niet uitvoert. En ik ben blij dat u op deze manier ook uw inzet doet voor die generatie jongeren die in een grote onzekerheid zit. Maar hoe kijkt u ernaar dat dit kabinet gewoon de motie die de Eerste Kamer hierin over heeft aangenomen gewoon niet uitvoert en naast zich neerlegt? U vraagt het aan iemand die over een jaar daar zit. En ik moet u zeggen dat ik me daar wel een beetje zorgen maak over het feit dat bij sommige onderwerpen in de Eerste Kamer tegenwoordig 30 moties worden ingediend. Daar deed je vroeger een eeuw over. We hebben een nogal ingewikkeld huis van Thorbecke. Maar goed, die uitspraak ligt er. Het is aan het kabinet om daar uitvoering aan te geven. Ik kijk naar wat we doen. Wat doen we allemaal al? We compenseren wel €3200 voor de meeste studenten. We stellen voor hen, dat is de generatie die er aankomt, gratis kinderopvang in het vooruitzicht. Dat gaat pas ergens over. Nou, als iedereen hier in de zaal die voor kinderopvang betaald heeft alsnog gecompenseerd moet worden, dan zijn we nog lang niet klaar. Dus je moet het in het grote geheel zien. We moeten maatregelen nemen voor huisvesting. Waarom kunnen jongeren geen huis kopen? Dat komt niet door de betrekkelijke schuld die ze bij het leenstelsel hebben of die rente daarop. Nee, dat komt omdat er geen huizen zijn. Daar moeten we voor zorgen. En geloof mij, ik heb kinderen in die leeftijd. Dat is het grote probleem. Dank u wel. U heeft een interruptie van de heer Bisschop, SGP. Voorzitter, dank u wel. Even terug naar dat leerrecht. Dat wachten we graag af. Dat is een boeiende gedachte. Maar
als je rondkijkt in het onderwijs, je bent op werkbezoek, dan weet je ook dat er, of dan loop je ook tegen een situatie aan, dat scholen soms in lastige situaties niet geëquipeerd zijn om het onderwijs te bieden. Vaak of soms gecombineerd met zorg te bieden die een kind specifiek nodig heeft. Hoe kijkt, en ik snap aan de ene kant de reserve die er bestaat om te voorkomen dat publieke middelen aan private instellingen toevloeien. Maar het zou ook kunnen zijn dat er gespecialiseerde voorzieningen zijn, private voorzieningen zijn, die juist leerlingen kunnen helpen. Zeker. Hoe kijkt D66 tegen een dergelijk samenspel aan? Ja. De heer Van Menen. Nee, ik ben heel blij dat de heer Bisschop die vraag stelt, want dan kan ik het iets verduidelijken. Kijk, wat wij zeggen is niet dat onderwijs, een leerling meldt zich aan bij die school. In ons voorstel vindt dan de inschrijving plaats. Daarna wordt gekeken, wat heeft deze leerling nodig om te kunnen leren? Daarmee is de zorgplicht is ingegaan. Maar dat betekent niet dat onderwijs en die voorzieningen die dat kind nodig heeft, dat die allemaal op die school moeten zijn. Dat zal in vele gevallen niet zo zijn. En wat deze wet nu mogelijk maakt, is dat er voor die leerling plaats onafhankelijk, dat kan dus ook ergens anders zijn, in een andere voorziening, op een ander tijdstip, met minder uren, een gedeelde, misschien één dag in de week naar school, een stukje digitaal onderwijs, nog ergens anders. Elk kind kan zich ontwikkelen. En dus het programma, de tijd en de plaats, die kunnen in dat pakket worden aangepast. Het betekent alleen maar, die zorgplicht, dat er ook vanuit onderwijs altijd wordt meegekeken naar dat onderwijs. Maar het hoeft niet uiteindelijk op die school plaats te vinden. En dat kan dus ook een voorziening zijn die particulier is. Ik ben er niet voor, maar ik zie wel, en dat zal de bisschop ook zien, ik krijg heel veel berichten van ouders die dan eindelijk een voorziening hebben gevonden waar hun kind helemaal opbloeit, heel gelukkig is, particuliere voorziening. En op dit moment kan het samenwerkingsverband dat niet vergoeden. Althans, er zijn er wel die doen het gewoon. Maar nu kunnen ze zich nog verschuilen achter het feit dat het niet mag. Dank u wel. En deze wet maakt dat mogelijk. Dus het is niet een hele grote opdracht aan die scholen van fix het nou maar. Nee, je bent wel verantwoordelijk, maar je hebt alle mogelijkheden om met andere partijen dat te doen. En ook de middelen van zorg en onderwijs daarbij in te zetten. Dank u wel, de heer Van Menen. Een vervolgvraag van de heer Bisschop. Voorzitter, ik kom in mijn bijdrage met een voorbeeld. Dat wil ik inbrengen juist vanuit dezelfde pedagogische invalshoek die ik bij collega Van Menen proef. Van hoe krijg je nu een arrangement waardoor die specifieke leerling effectief geholpen wordt. Dus misschien kunnen we elkaar daarop vinden, dat wachten we af. Dat zou zomaar kunnen, dat hebben we in het verleden wel vaak gedaan. We hebben ook wel samen wetgeving gedaan. Nou, wie weet. Maar laten we één ding wel duidelijk maken. De vrijblijvendheid moet eraf. Het kan niet zo zijn dat we nog langer accepteren dat er 15.000 kinderen thuis zitten, waarvan de helft vrijgesteld is van de leerplicht. Waarvan we dus als samenleving zeggen, we gaan je niet meer lastigvallen, we gaan je ouders niet meer lastigvallen. Heel veel succes met je leven. Dat moet gewoon stoppen. Dank u wel. Vervolgt u betoog. Voorzitter, ik kom aan mijn laatste deel. Het RIVM concludeerde eind 2021 dat meer dan de helft van de studenten psychische klachten ervaart en 1 op de 10 in ernstige mate. Er zijn te grote verschillen tussen instellingen. In begeleidingstijd, in programma's voor studenten. En soms is er wel een fonds voor eerste generatie studenten, maar soms ook weer niet. Soms zijn er wel goede voorzieningen voor studenten met een functiebeperking, soms niet. Soms is er wel passend onderwijs, soms niet. Vaak niet zelfs. Het mag niet uitmaken waar je studeert om te zorgen dat je de goede ondersteuning krijgt. En wat worden de harde eisen voor de instelling als het gaat om studentenwelzijn? Denkt de minister ook aan minimumnormen? En kan de minister toezeggen dat de toekomstverkenning ook expliciet gaat over maatwerk en de persoonlijke ontwikkeling van studenten? Dan tenslotte, voorzitter, de promovendi. In dit land promoveren bijna 6.000 promovendi op eigen kosten. Een gratis proefschrift voor de universiteit, terwijl elk voltooid proefschrift €83.000 oplevert voor de instelling. Laat me helder zijn, promovendi zijn geen studenten, promoveren is een baan en geen vrijwilligerswerk. Het is goed dat het onzalige experiment beursstudenten in Groningen stopt, maar D66 wil verder gaan. En wat ons betreft krijgen universiteiten geen promotiepremie als ze hun promovendi als vrijwilligers gebruiken. Ik had ook kunnen zeggen misbruiken, maar dat zou ik natuurlijk niet zeggen.
Graag een reactie van de minister. Ten slotte, voorzitter, ik ben niet de enige voor wie dit de laatste begroting is. Dat geldt ook voor onze onvolprezen griffier. Ze wordt nu alweer zenuwachtig, maar ik ga het toch zeggen. We gaan haar ongelooflijk missen. Ik ga haar missen. Er is vast nog wel iets te doen in haar vrije tijd in de Eerste Kamer, wellicht, weet ik het. Maar Evelien, enorm bedankt nu alvast voor alles wat je gedaan hebt. We zouden samen vertrekken. Jij gaat eerder. Ik vind het jammer, maar vooruit. Bedankt. Dank u wel. Tot zover, voorzitter. Ik heb nog 4 seconden. Heel goed. Dank u wel, meneer Van Meenen. En dank ook voor dat dankwoord. Want ik denk zeer verdiend. En dank ook voor het geroffel. Maar u heeft nog een interruptie van de heer Beertema. De heer Beertema, PVV. Ja, voorzitter. Ja, een interruptie. Ik moet een paar dingen rechtzetten. Met bisschop samen beschikken wij over 100 jaar onderwijservaring. Maar ik wil toch even opgemerkt hebben dat het aantal jaren dat Van Meenen in het onderwijs heeft gewerkt en ik, daar zit een gapend gat tussen. En dat merk je toch soms in de bijdrage. Aan we zullen het opnemen kant, in de handelingen. Aan de andere kant is het wel zo dat, ja, ik heb altijd erg genoten van de clashes met D66... Hij zegt de meest vreselijke dingen, maar ook zoals vandaag weer, hele mooie dingen, echt uit het onderwijs hard gegrepen. Ik heb het altijd ontzettend gewaardeerd. Ik heb hem heel vaak een ontwortelde cosmopoliet genoemd en een oude hippie en zo. En hij weet zelf eigenlijk ook wel een beetje dat dat zo is. Hij heeft mij ook de meest verschrikkelijke dingen gezegd, maar altijd met het grootste respect. En ja, ik vind het gewoon jammer dat hij weggaat hier. Maar misschien kan ik hem nog tegenhouden. Ik wil hem herinneren aan een illustere oude collega van ons hier in de Tweede Kamer die ooit zei, als het de kiezer behaagt, blijf ik tot aan mijn dood in de Tweede Kamer. Daarna stap ik over naar de Eerste Kamer. Dat is de situatie waarin hij zich nu gaat begeven. En ik weet het niet, Paul, ja. Volgens mij ben je hier gelukkiger dan daar. Dat wou ik even gezegd. Nou, dank. Kijk eens aan, dank u wel. Mag ik even Harm zeggen voor deze mooie woorden? We gaan het zien. Tot nu toe is het zo, ik ben op heel veel plekken in mijn leven geweest. En daar altijd gelukkig geweest. Daarom kost het me ook heel veel moeite om hier weg te gaan. Maar ik ben altijd op die nieuwe plek ook weer gelukkig geweest. Je neemt altijd ook jezelf mee. En ook daar zijn weer fijne mensen. Dus. Dank u wel. En de heer Beertema, maar we zullen dit niet rekenen als interruptie. Mevrouw van der Plas. Ja, ik heb eigenlijk altijd best wel een beetje frictie met D66. Behalve met een paar. En daar is de heer Van Meenen er één van. Hij vroeg mij tijdens een debat ook een keer dat hij zo graag koffie met mij wilde drinken. Dat was ik echt helemaal door flabbergasted. Ik denk, nou, ik word op date gevraagd. Die date hebben we gehad. Het was geen koffie overigens. Het was een ander soort drankje, maar ook hartstikke lekker. Maar we moeten misschien niet allemaal hier de heer Van Meenen toespraken houden. Maar ik vond het wel belangrijk om dat te zeggen, omdat we vaak zeg maar, als tegenpolen tegenover elkaar staan. Maar ik vind het ook belangrijk om te zeggen dat je hier in de wandelgangen, achter de schermen van de zaal met de blauwe stoeltjes, dat je vaak met je politieke tegenstanders het eigenlijk best wel goed kan vinden. En ik vind het wel belangrijk om dat uit te spreken, omdat het beeld naar de samenleving is dat wij hier vechtend door de zaal gaan. En dat je ook absoluut niet met een politieke tegenstander koffie mag drinken, want dan word je onderdeel van het kartel, of je wordt onderdeel van de controlled opposition, of je wordt weet ik veel wat. En dat is dus pertinent niet zo. En de heer Van Meenen is daar een goed voorbeeld van. Want ondanks onze verschillen van mening op sommige punten is het wel een heer. En dat wilde ik de heer Van Meenen meegeven. En hem bedanken voor de korte tijd dat ik dan met hem heb samengewerkt in deze Kamer. Zeker, en veel zeker. Succes wensen. Nou, hartelijk dank. Het is ook nog niet voorbij. Ik blijf nog tot juni. Dus daar zie ik naar uit. Ik vind het heel leuk en chic en mooi ook dat u dat zegt. Ik kijk daar ook met veel plezier op terug. En het is ook inderdaad, ik mag nu meer dan 20 jaar in de politiek zitten. En de enige manier om dat ook op een fijne, goede manier te doen is als je een scherp onderscheid kunt maken tussen wat je politiek, hoe je van mening verschilt, want dat is gewoon de kern van dat we zijn hier bij elkaar omdat we verschillende opvattingen hebben. We willen allemaal het beste voor Nederland, alleen we zijn niet helemaal eens over wat dat dan is. Dat is prima, maar daarbuiten moet je dat heel goed van elkaar scheiden. Niet iedereen slaagt daarin, maar het is wel goed om dit soort voorbeelden te geven. Ik heb overigens nog wel één appeltje te schillen met mevrouw van der Plas, als het mag. Want ik las van de week een stukje in de NRC over het rokershoekje.
En dat is natuurlijk allemaal leuk. Kijk, ik ben al, toen ik zo oud was als mevrouw van der Plas, toen ben ik gestopt met roken. En als ik dat lees, hoe fijn en gezellig dat is, dan denk ik wel eens van ik ga weer roken. Maar ik las daar wel dat de heer Boulakjaar haar favoriete D66er is. En dat ga ik toch het komende half jaar nog eventjes proberen te overtreffen. Ja, kort mevrouw van der Plas. Ja, dat is per leeftijdscategorie, hè? Oké. Dus dat stond er niet in, maar zo redeneer ik. Dus in zijn leeftijdscategorie was hij de favoriete D66er. We laten het erbij. Dank u wel. Goed dat dit opgehelderd is. Dan sluit ik me aan bij de woorden die net gewisseld zijn. Dat het ook goed is om wel eens in deze zaal te benoemen dat het wellicht op de inhoud soms hart tegen hart gaat, maar dat we achter de schermen altijd elkaar weten te vinden en ook de goede gesprekken zien. Ik dank de heer Van Menen voor zijn inbreng en ook het delen van al zijn ervaringen. Dan schors ik de vergadering voor een half uur. Dan gaan we eerst verder met een 2-minuten debat en VWA. En daarna meteen aansluitend gaan we verder met de termijn van de Kamer. En dan is de eerste spreker de heer De Hoop. Kijk heel even. Dan schors ik de vergadering voor een half uur.